Goedenavond allemaal. Fijn dat u er bent. Welkom bij deze oriënterende ronde met voornamelijk de eerste bestuursrapportage 2017 en de kadernota 2018. En daar wil ik het voor nu bij laten. Ik wil graag doorgaan met agenda punt 2. Kan deze uw goedkeuring wegdragen of zijn er nog aanpassingen? Niemand. Dan is die bij deze vastgesteld. En dan gaan we over naar agenda punt 3. En daarvoor heeft zich inmiddels één inspreker gemeld. En dat is namens het bestuur van de sporthal in Bergentuin. Dat is de heer De Keizer. De heer De Keizer, wilt u naar voren komen? En dan heeft u 5 minuten voor uw verhaal. Kijk, u krijgt al applaus op voorhand. En dat zijn wij overigens als raadsleden niet gewend. Maar het is ook geen gewoonte in deze raadzaal. Maar daar gaat u gang. Voorzitter, dames en heren. Goedenavond, ik ben Henk-Jan De Keizer. En ik wil iets gaan vertellen over de sporthal De Molenslag in Bergentheim. Die een half jaar geleden er heel slecht voor stond. Gelukkig kan ik nu wat beter nieuws brengen. In een korte presentatie. Ik heb 5 minuten de tijd, dus dat is niet heel erg veel. Maar ik ga mijn best doen. En het doel van deze presentatie en mijn verhaal is om te proberen de raad te bewegen om in die sporthal, waar al een hele hoop dingen gebeurd zijn, toch proberen de financiën voor elkaar te gaan maken. We hebben het genoemd, naar regen komt zonneschijn. En of het zo is, dat gaan we straks bekijken. De aanleiding was de financiële situatie. De wethouder Douwe Prinsen en Mark Ambelt, de wethouder of van sportzaken, die hebben de mensen van Bergentheim, de sportverenigingen, alle betrokkenen bij de sporthal gevraagd om bij elkaar te komen omdat het niet goed ging. Dat had te maken met de financiële situatie, de horeca, het beheer, schoonmaak en de inzet van vrijwilligers. En daarbij kwam ook nog dat het huidige bestuur aangegeven had dat zij niet langer door wilden in deze situatie. De technische installatie was in een zeer slechte staat. En nog steeds. Dus daar moet ook dringend iets aan gebeuren. Dus de conclusie van die avond, die we hier overigens in deze zaal hebben gehouden, was mensen, de schouders eronder en we moeten met elkaar gaan zorgen dat het opgelost wordt. Er is gekeken naar een hele hoop aspecten. Eén daarvan was bezetting. Nou, we hebben uiteraard gekeken naar de sportzalen die om ons heen liggen. En daar kwam eigenlijk uit dat het niet aan de bezetting ligt. De bezetting is goed. De uren tijdens de avonden en de zaterdagen die zitten gewoon vol. En het is gewoon heel lastig een sportzaal door de week te bezetten. En daar hebben natuurlijk alle sportzalen problemen mee. Maar er is dus nog wel voldoende ruimte om de zaal tijdens de daguren te verhuren. En ideeën zijn daar genoeg voor op dit moment. Ik zei het al, de accommodatie en het onderhoud, die is verschrikkelijk slecht. Al na de bouw is de aannemer failliet gegaan. En daardoor is al die tijd, sinds het gebouw er staat, heeft er een hele slechte installatie hier gezeten. Het heeft niet goed gewerkt en het heeft klauwen met geld gekost om dat iedere keer weer op te lappen en te zorgen dat die zaak bleef draaien. Daar moet dus echt iets aan gebeuren. Daar is geld voor nodig om die zaak te vernieuwen. Want anders gaat het gewoon niet lukken. En daarom kon er dus ook geen financiële buffer op gebouwd worden. En met alle gevolgen dat er dus financiële tekorten gingen ontstaan. We hebben een half jaar hard gewerkt met z'n allen. Echt een groep die heeft zich erin vastgebeten. Het was echt een voorbeeldje van burgerparticipatie, zoals de gemeente dat ook graag ziet. De mensen doen zelf het werk en de gemeente die faciliteert daarin. En volgens mij is dat ook heel erg goed gelukt. Er was een heel stuk goede samenwerking met de wethouder, met de ambtenaar van sport. En hebben we op een hele goede manier
zijn we bezig gegaan om alle problemen te proberen op te lossen. Er is inmiddels een nieuw bestuur. Dat is natuurlijk al heel belangrijk. Enthousiaste mensen die komen vanuit de sportwereld, dus ook vanuit de verenigingen die gebruik maken van de zaal. Die staan dus heel dicht bij het gebeuren van de sportzaal. De scholen zijn erbij betrokken. En we denken dat dat een goede belangrijk is om goed over die zaal na te denken en de goede dingen te doen. We moesten spoedreparaties uitvoeren omdat er een aantal dingen echt niet langer konden. Dat had te maken met Arbo, het was gevaarlijk dat kinderen de handen open zouden halen. Dus we hebben gewoon, en ook in overleg met de wethouder, hebben we gewoon zaken aan moeten pakken. En dat kon echt niet langer uitgesteld worden. Dat hebben we gedaan en daar hebben we zoveel mogelijk vrijwilligers voor ingezet. Er zijn inmiddels nieuwe afspraken gemaakt met de horeca. De horeca is nu losgekoppeld van de sportzaal. Dus dat betekent dat de exploitant van de horeca nu gewoon ook gaat betalen voor het glas, water, licht wat zij gebruikt in de horeca. Dus dat is, wat dat gaat, is dat transparanter en beter in kaart te brengen. De schoonmaak was ook een probleem. Dat heeft 18.000 euro kostte dat op jaarbasis. We zijn nu, is het ons gelukt om iemand te werven die voor een aantal uren in de week dat gaat schoonmaken. We worden gesponsord door een groot schoonmaakbedrijf in Bergentheim. En die wil diegene in dienst nemen. En dus alle financiële zaken met haar regelen. En vervolgens ook zorgen dat op het moment dat vakantie, verlof, ziekte, noem maar op. Dan zorgt hij ook voor een vervanger. Dus ik denk dat we daar ook een hele goede deal mee gemaakt hebben. Uiteraard is het belangrijk, duurzaamheid, dat is ook zo'n sleutelwoord wat zeker niet mag ontbreken. 18.000 euro zei ik al, we kunnen daar 6.000 euro op besparen doordat we deze constructie gekozen hebben. Nou, de verlichting moest sowieso vervangen worden, dat waren nog oude TL-buizen. Als we dan LED-verlichting gaan plaatsen, dan kunnen we op jaarbasis daar 3.000 euro mee besparen. Vervangen van cv-ketels hebben wij uitgerekend, gaat ongeveer 2.000 euro besparen. Doordat de hal straks weer nieuw leven wordt ingeblazen, dat het enthousiast bestuur, denken wij dat ook de activiteiten zullen toenemen. Dus dat betekent meer huuropbrengst. Dan hadden we nog een hele leuke meevaller van de stichting Dozen en Dorp, die ons een bedrag van 35.000 euro hebben toegezegd. Ook dat was een behoorlijke opsteker. Dan komen we toe aan het financiële plaatje. Nou, deze presentatie is uiteraard beschikbaar. Alle bedragen die ik u net genoemd heb, die zijn hierin meegenomen. U ziet dat uitgaande van 2016, dat we gewoon een structureel tekort hadden. Dat tellen we bij op, de schoonmaak, de elektra, de besparing die dat oplevert. Nou, de omzetstijging, dat kunnen we niet helemaal inschatten, dus dat is pro memorie. Dan zijn er een aantal investeringen die echt niet uitgesteld kunnen worden. Dat moet gebeuren. Wil die zaal nog kunnen werken, dat hier nog een sportzaal gebruikt kan worden. We hebben eigenlijk op min of meer een toezegging gekregen dat er toch wel wat geld beschikbaar is. Hè, dat, de gemeente die wil dat wel, maar dan komen we nog steeds 75.000 euro tekort. Willen wij alles kunnen doen en wil het bestuur echt op een nieuwe start kunnen maken en niet met het oud zeer blijven zitten. En waar het eigenlijk om gaat is dus die 75.000 euro. Kunt u naar de afronding komen? Ja. Dat is dus het bedrag. Die 250.000 euro hebben we in het totaal nodig. Dat is niet om een gouden dak op het gebouw te leggen. Dat zijn echt noodzakelijke kosten om te zorgen dat het gebouw weer gebruikt kan worden. Op de manier zoals het bedoeld is. En ja, ik doe dan een appel op de raadsleden. Het gaat om een voorziening in een plaats. En dat is iets waar alle mensen heel erg, die hebben ook op u gestemd, om te zorgen dat er voorzieningen in dorpen blijven. Dit is natuurlijk uw kans om akkoord te gaan met dit besluit om
dat het, ja, de mensen die vinden het heel belangrijk dat er een sportvoorziening is. En niet te vergeten, dan hebben we ook nog gewoon gezond Bergentheim, want uit de statistieken is gebleken dat de Bergentheimers heel ongezond leven. En ik denk dat het een heel slecht signaal zou zijn als je dan de sporthal ging sluiten. En dan als laatste, en daar wil ik ermee afsluiten. Ik denk dat de sloop van de sporthal duurder is dan het geld wat wij vragen. Dank u wel. Dank u wel. Blijf nog even staan voor het beantwoorden van eventuele vragen. Kijk even rond. Ik zie in ieder geval de heer Van der Wel. Ja, dank u wel voor uw prachtige betoog. Ja, hier zit ik inderdaad. Eigenlijk mijn vraag van, stel dat u het niet zou krijgen. U houdt natuurlijk een vlammend betoog. Wat zou u dan concreet niet kunnen? En ik zie wat bedragen van die 35.000 euro die u noemt. Het werd me niet helemaal duidelijk, is het nou incidenteel geld of is het een structureel tekort? Dit geld heeft alles te maken met het vernieuwen van de installatie. En te zorgen dat, zeg maar, dat we weer met een schone lei beginnen. Dus er zit helemaal niks extra's in. Dat is niet iets om luxe de zaak uit te pakken. Nee, we willen graag een nieuwe bestuur, een nieuwe start laten maken. En ook niet dat we ieder jaar hier weer staan om geld te bedelen. Dit moet echt, de sporthal moet zichzelf gaan bedruipen. Dat zou dan mijn tweede vraag zijn, van hoe gaat u dat dan doen? Het kan, als we maar niet die hele hoge kosten hebben. Als die zaal normaal draait en met de gebruikers die er nu in zitten en de huur die dan betaald wordt en de scholen die er gebruik van maken, dan kan het gewoon opgebracht worden. Geen probleem. Maar juist omdat we nu grote problemen hebben met die elektrische, of niet alleen elektrische, maar ook de verwarmingsinstallatie, luchtbehandeling, noem maar op, dat breekt onze nek. En we willen dus, kijk, we zouden het met het andere bedrag ook kunnen redden, maar dan moet het bestuur nog steeds wikken en wegen. En we gunnen ze, zeg maar, een nieuwe start en dat ze echt alles uit die zaal halen wat erin zit. U wilt letterlijk meer bewegingsruimte, dat is eigenlijk wat u praat. Dank u wel. Heer Stelstra. Dank u wel, voorzitter. Goed om te zien dat de gemeenschap zo in beweging is gekomen om de sporthal te redden. Mijn complimenten daarvoor. Ik moet zeggen, we hebben al een jaar geleden hier al eens met elkaar over gesproken. En het is mooi om te zien dat er nu een bedrag ligt waarmee dit dossier kan worden afgesloten. Ik ben even benieuwd hoe het college heeft gereageerd op uw verzoek om die 75.000 euro extra. En wat hun overwegingen zijn geweest zoals ze dat bij u hebben gepresenteerd om het niet te doen. En een tweede vraag is, u gaf aan dat u ideeën heeft, nieuwe ideeën om om de bezetting te vergroten. Nou, daar ben ik ook wel geïnteresseerd naar. En een derde punt is, ja, ik zag even kort een financieel staartje. En als ik dat goed beschouw, dan zou het zonder die 75.000 euro, want dat zijn de investeringen op de lange termijn, zou het ook wel zonder kunnen. Alleen dan heeft u nog een kleine erfenis die u met uw meedraagt. Correct. Dat waren mijn vragen. Ja, nou, ik weet niet of ik... Nou, ik ben met name benieuwd hoe u de overweging hebt geïnterpreteerd van het college. Ik zal straks even aan de wethouder vragen waarom hij die overweging heeft gemaakt. Nou, dat was, we hebben deze presentatie, die was eigenlijk lang weg. Hè? Dan heb je meer tijd om de dingen helemaal uit te leggen. En dan was de wethouder erbij. En we hebben toen gehad aan het eind van de presentatie van moeten wij nu verder gaan voor die 75.000 euro. En toen is er niet heel hard nee gezegd. Ze zei van, nou, je kunt inspreken en dat is een leuke mogelijkheid en daar moet je zeker gebruik van maken. Dus laat ik het zo vertellen. En dat heeft geresulteerd dat we nu hier staan en met een hele groep op de tribune zitten, omdat we gebruik willen maken van dat recht om in te spreken. Dat is heel goed, hartstikke fijn. Zijn uw vragen daarmee beantwoord? Nou, ik was nog benieuwd naar de nieuwe ideeën die u heeft. Oh, de nieuwe ideeën, de bezetting te... Nou, ik heb er nog wat...
We zijn ook bezig geweest om te kijken of we mensen in konden schakelen die zeg maar een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dus er is met verschillende stichtingen is gesproken om dat soort mensen in te zetten voor de schoonmaakwerkzaamheden, eventueel reparatie, horeca. Nou, dat heeft tot nu toe nog niet, tot niets geleid, maar dat zou dus eventueel een mogelijkheid zijn. We willen graag samen gaan werken met Voor Mekaar, ons mooie dorpshuis, waar ook heel veel vrijwilligers werken, om veel meer vrijwilligers te betrekken bij het werk in de sporthal. Een soort pool op te zetten, gezamenlijk, en daar mensen uit te halen. En vrijwilligers zijn er zat te krijgen, alleen willen mensen zich niet binden. Vrijwilligers willen wel voor één klus opkomen, want als er iets geschilderd moet worden of weet ik veel wat, dan zijn ze bereid om dat te doen. Maar je moet niet zeggen, van je moet iedere week om woensdagmiddag komen, want dan werkt het niet. Er zijn contacten geweest met een sportschool die aerobicles wil gaan geven. En dat zal dan met name in de daguren zijn. Bestuur is aan het onderzoeken, en daar hebben we het ook al met de wethouder over gehad, of er niet een mogelijkheid is om de huur, en dat is nu, je huurt nu de sportzaal voor een uur, maar die sporthal kun je ook in tweeën delen. Of er niet een mogelijkheid is om een halve zaal te huren. Of een aanbieding te doen, zeg maar in het daguren is het goedkoper om de hal te huren. Dus om het aantrekkelijker te maken een sporthal te huren. Nu zit je vast aan het uurtarief. In Bergentheim, ik noemde het straks al, Gewoon gezond, Bergentheim. Het is ook heel druk om de mensen te werven. Wandeltochten worden er georganiseerd. Het zou mooi zijn als het vanuit die sporthal zou kunnen. Maar dat zijn enkele dingen. We hebben de Legio. Alleen heb ik het op dit moment niet op mijn netvlies. Maar... Nee, hartstikke goed om te horen. Fijn dat u zoveel ideeën heeft. En het nieuwe bestuur zit ook vol ideeën. Dus die wil ook heel graag dingen gaan doen. Mooi, dat is mijn laatste vraag, want u heeft een nieuw bestuur en is de bezetting volledig? Ja, ik weet niet of de bestuur even op wil staan. Dat jullie eventjes, Kijk, dan hebben ze direct in beeld. Nou. Proficiat, veel succes. Ja, en net zal ik nog te bedenken, in een stembureau is misschien ook iets. Om dat daar te gaan houden. In de sporthal. En dan laten we de volgens mij, meneer Stelstra, bent u... De burgemeester of die is daar zijn stem uit wil springen volgend jaar. Ja. Op 21 maart. Ja. Maar dat is maar een suggestie. Volgens mij bent u ruim beantwoord, meneer Stelstra. Ja, klopt, voorzitter. Maar ik had nog één korte vraag. Dat was mijn derde vraag. En dat was de vraag van die 75.000 euro. Hè. U geeft aan, daarmee begint het nieuwe bestuur met een schone lei. Maar het zou ook eventueel wel zonder kunnen. Het maakt het niet prettiger, maar het zou eventueel wel kunnen. Als je kijkt naar de lange termijn investeringen. Als alles goedkoper uitvalt, dan zullen wij ook geld terugstorten. We willen open en transparant zijn. We hebben ook afgesproken met het nieuwe bestuur dat ze ieder jaar ook naar de gemeente toe overzicht geven. Van waar hebben we het geld aan uitgegeven? Wat hebben we nog in kas? Waar hebben we het voor gebruikt? Dat is gewoon heel erg belangrijk. Ook naar de mensen van Bergentheim toe die ooit... daar geld in gestoken hebben wat bedoeld was voor een zwembad. Want het is al jaren terug. Maar je moet gewoon rekening en verantwoording afleggen. Richting dat de mensen er gewoon... Waar hebben we het over? Als er geld overblijft, dan gaat het gewoon terug naar de gemeente. Dank u wel. Oké. Okay. Heer Gelling. Voorzitter, dank u wel. Ik hoorde de inspreker een directe link maken tussen het stemmengedrag en de sporthal. Nou, wij VVD'ers kunnen al wat stemmen gebruiken in Bergentheim, zag ik bij de laatste verkiezingen. Ja. Dus laten we een poging ondernemen hier. Interessant ook om te zien dat in de kadernota staat geschreven dat u met een bijdrage van 175.000 euro zou moeten redden voor de toekomst. Maar ik begrijp dat dat niet helemaal het geval is. Dus dat niet helemaal klopt wellicht. En ik hoor u ook zeggen dat er heel veel ideeën zijn, heel veel initiatieven, heel veel goede bedoelingen. Maar de angst die bij onze fractie er een beetje leeft, is dat de goede bedoelingen mooi zijn, maar nog niet direct tot resultaat leiden ook. En wij zijn natuurlijk een beetje bang voor terugkerend bezoek hier, hè, dat er toch wat tegenvalt met de exportatie. Dus zou u met de onderbouwing van het verschil het echt op papier kunnen zetten wat u daarmee gaat doen. Dus dat er een soort van ondernemersplan staat, dus niet alleen met goede ideeën, niet wat u allemaal zou willen doen, maar ook wat er daadwerkelijk gebeurt, zodat
er wat comfort ontstaat ter zake dat het met die 250.000 euro of die 175 uiteindelijk al gedaan is? Voor wat betreft dat overzicht, en dat heb ik het vooral over de techniek, er is ieder schroefje, boutje, moertje in het gebouw is gecontroleerd. Er is een Excel-sheet van gemaakt waar precies in staat wanneer wat vervangen moet worden, wat voor prioriteit, of dat op de lange termijn, of dat zeer korte termijn, of korte termijn is, of de nog langere termijn. Dus dat is exact aangegeven als u daar belang in heeft. Nou, voorzitter, als ik me even mag verduidelijken, daar doe ik niet zozeer op. Het gaat ons met name om de exploitatie. Dus als dat allemaal gebeurd is, want ik hoorde u zeggen op de vorige vraag van we hebben heel veel ideeën en we zouden dit kunnen en we zouden dat en we willen hier. En dat is natuurlijk allemaal prachtig, dat die initiatieven worden ook erg ondersteund. Maar daarmee hebt u de begroting nog niet gedekt. Hè? Dat zou natuurlijk mooi zijn als u uiteindelijk ook zegt van nou, als we dat dan gedaan hebben, en want die investering, dat geloof ik u absoluut hoor, dat dat allemaal heel zorgvuldig onderbouwd is. Maar dan staat hier in de kadernota dat u daar voor de toekomst ook een sluitende exploitatie mee zou mogen krijgen. En daar gaat het ons met name even om. Dus niet zozeer om die eenmalige investering, maar met name om het vervolg. Dus hoe ziet die exploitatie eruit? Wat zijn niet alleen ideeën, maar hoe gaat u dat doen? Zodat ik wil u graag uitnodigen om dan samen met onze degene die de financiën helemaal uitgerekend heeft, om dat even heel goed op een goede manier toe te lichten, maar dan buiten deze vergadering. Nou, dat lijkt me uitstekend. Die daar maken wij een afspraak over. Heel fijn, dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Echter, al mijn vragen zijn vakkundig door de voorgangers al gesteld. Dus ik dank vooral de inspreker hartelijk en wens het nieuwe bestuur veel succes alvast. Dank u wel. Dank u wel, heer Rodemond. Dan ga ik naar de heer Kloekhorst. Ja, voorzitter, even een kleine verduidelijking. De heer Van der Wel tipte het aan, maar ik begreep uit uw overzicht dat de stichting Doors en Dorp, de Sinterklaas Stichting van het Zuiden, 35.000 euro per jaar bijdraagt in exploitatie. Nee. Dus dat is alleen een investering. Een eenmalige bijdrage en die is alleen voor de exploitatiekosten. Dus de tekorten en de exploitatiekosten. Ik had het u graag gegund, maar ik denk dat we het toch even zeker weten. Ja. Verder succes. Kan mooi zijn. Dank u. En dan ga ik naar mevrouw Luijten als laatste. Ik zou kunnen zeggen dat meneer Rodemond mij weer voor was met het wegmaaien. Maar het is een verhaal om vrolijk van te worden. Wij vinden het altijd ontzettend leuk als kernen zo de handen ineenslaan. En dan krijg je ook heel veel voor elkaar. Dat is goed om te zien. Alleen ook, daar sluit ik me helemaal aan bij meneer Gelling. Voor ons zouden we nog wel wat verduidelijking willen zien in de cijfers. En ook, ik weet niet of u daarover na hebt gedacht, of er andere manieren zijn. Want als het over 75.000 euro gaat en je kan dat bijvoorbeeld in 10 jaar aflossen, dan praat je nog maar over 7,5 per jaar. En dan is misschien een garantstelling of een ander soort financiële constructie wel. Ik denk als wij die garantstelling zouden kunnen krijgen, dan wel heel erg blij zijn. Want dan weten we in ieder geval dat we verder kunnen. Ja. Nou ja, dat zou een van de mogelijkheden zijn. Maar ik begrijp, als u met meneer Gelling door de cijfers gaat, dan zouden wij het heel fijn vinden als er ook iemand van de PvdA-fractie bij zou kunnen zitten. Zodat we daarna beter weten waar we het over hebben. Dat is ook uiteraard geen probleem. Dank u wel. Ja, voorzitter, ik had nog een laatste vraag die nu net voor de voeten wordt weggemaakt. Maar misschien kan meneer ik wel meegeven aan de inspreker dat wij misschien toch wat warmere gevoelens koesteren rondom een garantstelling. Zodat u ook zelf in uw exploitatie goed uw best kunt doen om zaken voor elkaar te krijgen. Ja, maar ik denk in de garantstelling dat we daar ook al best wel blij mee kunnen zijn. Want dat geeft ons toch de veiligheid en de waarborg dat we verder kunnen daarmee. Goed, dan hebben we volgens mij voldoende met elkaar uitgewisseld. Ik wil u nogmaals bedanken voor uw bijdrage. Oké, graag gedaan. En voor uw komst en ook alle mensen op de tribune bedankt voor uw komst. Dan gaan wij verder met agenda punt 4. Het is echt even goed om van tevoren te melden, maar ik wil toch proberen om zo rond 8:30 een korte pauze in te lasten. En kijken of we voor die tijd dan ook het eerste deel van het meningsvormende deel afgerond kunnen hebben. Dus wat mij betreft het streven om zo richting 8:30 met elkaar een korte pauze te lasten. Dan kijk ik nu rond wie ik het woord mag geven. De heer Breukeman, mevrouw Hof, de heer Stelpstra, de heer Wilts, de heer Gelling, mevrouw Van Hoek zwaait nu ook nog en ik zie vooraan de heer Bakhuis nog die ik... De heer Dogge, dat zijn er wel heel veel vanavond. Ik ga er even weer opnieuw van rechts naar links. Ik heb de handen niet goed kunnen zien. De heer
De heer Bakhuis, ik kan het ook per partij doen. Dat doen we per CDA. Elke partij wil volgens mij het woord hebben. Goede suggestie, meneer Breukemans. Ik ga beginnen bij het CDA. En dan ga ik wel van rechts naar links. En dan begin ik met de heer Bakhuis. Dank u wel, voorzitter. In de OR van oktober 2015 is gesproken over het meerjarenperspectief huisvesting basisonderwijs Harderberg. En onder andere paragraaf 1.1 heeft als titel regeren is vooruitzien. En een citaat uit deze paragraaf luidt: het meerjarenperspectief zal overigens periodiek geherijkt moeten worden om het realiteitsgehalte ervan op peil te houden. Signalen uit het veld geven aan dat in het concrete voorbeeld van bijvoorbeeld de nieuwbouw van de professor Wateringschool betwijfeld wordt of het budget uit die nota toereikend is. We hebben begrepen dat voor de bouwkosten en renovatiekosten gewerkt wordt vanuit een normatiek voor bouwkosten die VNG adviseert. Daarop zijn ook de bedragen gebaseerd in het aangehaalde voorstel. Onze vraag: worden deze bedragen van de VNG ook periodiek geactualiseerd en worden die dan in de meerjarenbegroting opgenomen bedragen ook geactualiseerd? We lezen daar weinig over in de kadernota. Dank u wel. Dank u wel. Ik kijk naar de heer Dogger. Dank u wel, voorzitter. Drie vragen wat financieel ingestoken van mijn kant. We hebben een technische vraag gesteld over de vrijval van de kapitaallasten. Die vraag is beantwoord maar vanuit het gezichtsveld van de totale kapitaalslasten. En daar ging het ons nu juist niet zozeer om, maar met name in de vrijval in kapitaallasten, omdat wij in de begrotingen, in de meerjarenbegroting, altijd die vrijval hebben staan. En doordat er nu natuurlijk wat extra is afgeschreven en noem maar op wat veranderd is in de kapitaallast, was onze vraag eigenlijk van: zijn die geactualiseerde vrijval van kapitaallasten meegenomen in de eerste bestuursrapportage? Zitten dus grote wijzigingen in die vrijval die wij in de meerjarenbegroting hebben staan? Zit daar met andere woorden financiële ruimte in? Die vraag was niet beantwoord, dus die stellen we nu aanvullend. Tweede vraag is: uit de beantwoording van de technische vragen blijkt dat de leesjesopbrengsten ongeveer €200.000 hoger uitvallen dan in eerste instantie werd gedacht. Dat heeft met name ook te maken met de leesjes op grotere projecten. Het college signaleert dus een hogere opbrengst voor 2017. En onze vraag daarbij is van: of je of moet je misschien ook niet rekening houden met, gezien de aantrekking van de economie, dat dit misschien een structurele hogere opbrengst met zich mee kan brengen. Met andere woorden, niet alleen 2017 2 ton extra inboeken, maar dat we die structureel kunnen inboeken. De laatste vraag, die gaat over de meicirculaire. Er wordt in de stukken al hier en daar voorzichtig naar verwezen. Met andere woorden, alleen gezegd van dat die er nog niet is. Wij hebben inmiddels wel kennis genomen van de meicirculaire. Ik neem aan het college ook, die is afgelopen week verschenen. En wij zouden dus graag voor de besluitvormende raad van 20 juni, zouden we graag in elk geval een eerste overzicht krijgen van wat de financiële gevolgen zijn voor de meicirculaire van onze gemeente. Want als je de berichten in de krant mag geloven, valt de meicirculaire voor de gemeente nogal positief uit. En dan zal Harderberg er vast ook wel bij horen, is ons idee. Een tweede vraag daarbij is: het college geeft in de eerste bestuursrapportage aan dat zij, kijkend naar de decembercirculaire, wat overigens geen circulaire is voor de bijstelling van het accré, maar als zij daarna kijkt, dan kwam ze tot de conclusie dat er in de eerste bestuursrapportage forse bedragen opgenomen moesten worden voor onderuitputting. €300.000 incidenteel en €150.000 structureel. Wij vragen ons af of die post in het licht van de net verschenen meicirculaire nog noodzakelijk is. Met andere woorden, of die post niet uit de cijfers van de eerste bestuursrapportage uitgehaald zou moeten worden. Tot zover wat financiële vragen. Dank u wel, meneer Breukeman. Ja, blijven nog twee vragen staan voor het CDA. De eerste is ook naar aanleiding van de beantwoording op de vraag. En die gaat over de starterslening. En wij vragen ons daarbij af of de aflossingen die daarop gedaan worden, of die gebruikt zouden kunnen worden voor incidentele uitgaven. En een laatste vraag over mobility, mentoring en bestuurlijke ondersteuning. Dat betreft een training die wordt ingezet ten behoeve van ontwikkelingen binnen het armoedebeleid. Die training draagt bij aan het beter en anders functioneren van de ambtenaren.
Het heeft natuurlijk ook een positief effect voor de gemeente Ommen. En op basis van dit gegeven vinden we het vreemd dat Ommen niet bijdraagt aan die gemaakte kosten. En hetzelfde geldt overigens voor de bestuursadvisering, die staat vermeld in de eerste bestuursrapportage. Ook hier ligt volgens ons voor de hand dat Ommen daarvan mee profiteert. Alleen er wordt niet mee betaald. En we zijn benieuwd hoe het college daar tegenaan kijkt. Tot zover de inbreng van het CDA. Dank u wel, meneer Breukeman. Dan ga ik naar de ChristenUnie. En als ik het goed gezien heb, is dat de heer Stelpstra of mevrouw Hof? Meneer Stelpstra mag ook eerst, maar ik zal dan. Ik heb in zaken de bestuursrapportage twee vragen. Op pagina 7 staat dat het stimuleren van de bouwversnelling 85.000 euro moet kosten in 2017. En mijn vraag is, wat zit daar precies in? Even een korte toelichting over welke activiteiten daarin zitten. Te meer, omdat u in de kadernota voor exact hetzelfde om 50.000 euro per jaar structureel vraagt. De tweede vraag is, we hebben vorig jaar in deze raad gesproken over een mogelijk langetermijn huisvestingsplan voor het voortgezet onderwijs. Zoals dat ook voor het basisonderwijs bestaat. En er liep op dat moment een onderzoek over. En onze vraag is of de wethouder kan aangeven wanneer we de resultaten van dat onderzoek kunnen verwachten. Dank u wel, meneer Stelpstra. Dank u wel, voorzitter. Kort vraagje. En dat gaat over de stelpost structurele tegenvallers. Er staat dat die wordt verlaagd met zo'n 70.000 euro ten aanzien van het begrotingssaldo. Maar we zien toch een flinke aantal structurele financiële tegenvallers. We begrijpen niet zo goed waarom daar dan een vrijval ten gunste van het begrotingssaldo op plaatsvindt. Dank u wel. De heer Wilts. Op pagina 11 van de bestuursrapportage wordt geschreven over de jeugdhulp. De fractie van de ChristenUnie heeft evenals voorgaand jaar zorg over het beschikbare budget jeugdhulp. En daarnaast of er dan wel voldoende preventie op dit terrein kan plaatsvinden. We zouden tot november 2017 in de tweede bestuursrapportage moeten wachten op verdere informatie. En op dit moment is er alweer geen regionale inschatting te maken van de financiële risico's, laat staan het lokaal financiële risico. Mijn vraag is of de portefeuillehouder ook voor het zomerreces de omvang van de kosten in beeld kan brengen, of uiterlijk in de maand augustus-september 2017 per raadsbrief de raad zou kunnen informeren over het nieuwe bekostigingsmodel en de financiële risico's ten aanzien van het rijksbudget versus de uitgaven van de jeugdhulp 2016 en de afschaffing en regionale verevening in 2017. Dat was het. Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Gelling van de VVD. Ja, voorzitter, dank u wel. Vorige week, voorzitter, bij de jaarrekening verkeerden wij nog in de veronderstelling dat we heel veel geld over hadden. 5,8 miljoen uit mijn hoofd. En die vreugde heeft bij onze fractie in ieder geval een week geduurd. Hè, want nu al presenteert u weer een tekort van 3 miljoen 125.000 euro. En we zijn er maar halverwege. Dat belooft niet veel goeds. De vraag is natuurlijk waar dat dan vandaan komt. Even een praktische vraag. Ik zie dat u de resultaatsbestemming die in de jaarrekening werd meegenomen, heeft meegenomen. Maar ik zie niet het overschot van die 5,8 miljoen in het schema verwerkt. Had hij er ook niet bij moeten staan, dan had het er nog iets beter uitgezien. Het is maar een tip. Dan een vraag ter zake de loonsom voor de BOH. Die had u begroot voor het jaar op 1,57%. Die wordt 3,5%. Dat is meer dan 2 keer zoveel. Was dat niet te voorzien? Tenminste omdat het pensioenen betreft. Dat lijkt mij iets wat u toch had moeten weten. En dan specifiek een vraag over het duurzaamheidsfonds. Dat was een van de moties die aangenomen is bij de begroting. En die weet u er goed in te zetten. Ik zie hem in het schema staan. Ik vroeg me eigenlijk af wat u nou precies daarmee voornemens bent te doen. En dan koppel ik hem met name even aan de energieconferentie die we, wat was het, 2 weken geleden hebben gehad. Daar was in mijn beleving namelijk de opzet, had ervan moeten zijn dat u iedereen zou uitnodigen om iets te vinden van het bewerkstelligen van duurzame energie. Om uiteindelijk, als het niet zou lukken, te besluiten om dan maar voor windenergie te gaan. Maar wat schetste onze verbazing dat de hele avond als opzet bleek te hebben dat u windenergie wilde en dat u uit ging leggen waarom dat was. En te meer dat duurzaamheidsfonds in onze beleving zal ondersteunen allerlei initiatieven die van andere aard zouden zijn. Dus nou net niet het houden op windmolens, maar dat u zou kijken wat er nog meer voor mogelijkheden zouden zijn.
Dat heb ik niet gezien en wij zouden graag willen weten of u van gedachten bent veranderd of dat u toch gewoon doorgaat met wat u al vond en dat u op de windmolens blijft hangen. En dan blijft elk jaar weer zeggen de ROVA, daar komt weer 240.000 euro van terug en dat is nog steeds een bestemmingsheffing wat inhoudt dat u daar niet op mag verdienen. U hebt dus meer aan heffingen geïnd van onze burgers dan dat het gekost heeft uiteindelijk. En ik heb het vorig jaar verteld in mijn beleving, wetshalve zelfs is het zo, dat alles wat je op een bestemming heft en dat overhoudt moet gewoon terug. En u stelt nu voor om het in de reserve te stoppen. Daar zou je van kunnen zeggen, dan is het bestemd en zal het wel een keer terugkomen. Maar dat is wat al te royaal. Het zou ons behagen als daar eens een keer een principieel besluit over zou worden genomen. Dat als er verdiend wordt op het vuilnis ophalen, dat dan gewoon het tarief verlaagd wordt. Dat u dat niet ergens in een potje steekt. Voorzitter, voor de eerste termijn was dat het eigenlijk. Dank u wel. Dank u wel. Dan ga ik nu naar de Partij van de Arbeid. Kijk even wie ik het woord mag geven. Dat is mevrouw Kloekhorst. Dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk twee vragen. In het bestuursrapportage wordt aangegeven dat het afschaffen van de regionale verevening een financieel risico is voor de jeugdhulp. Meneer Wils refereerde er ook al aan. Ik heb hierover de volgende vraag. Heeft Hardenberg de afgelopen jaren profijt gehad van de regionale afspraken voor verevening in relatie tot de zorgkosten of niet? Ik heb ook nog een kleine inhoudelijke vraag. In het stuk wordt gerefereerd naar de wachtlijsten bij Veilig Thuis. En ik was eigenlijk even benieuwd, is er op dit moment een beeld voor over hoe lang gezinnen in Hardenberg gemiddeld moeten wachten op passende hulp? Puur op inhoud even. Dank u wel. Dat is voor de Partij van de Arbeid. Dan ga ik naar Op Koers. U mag het woord geven. Dank u wel, voorzitter. wij hebben een aantal vragen gesteld. Technische vragen waren dat. Die zijn voor ons voldoende beantwoord tot nu toe. Als dat nog verdere uitwerking heeft met de beantwoording van hier van de vragen in de raad, dan hoort u ons vanzelf weer. Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Rodemond van D66. Voorzitter, dank u wel. Wat meer algemene beschouwing op de eerste bestuursrapportage. En de heer Gelling refereerde er ook al aan. Het deed ons in ieder geval denken aan een jojo-effect, waar je vorige week nog het geld tot in de hemel zag groeien. Zien we dat ook wel weer dalen bij deze bestuursrapportage. En ja, het is niet onbekend dat we graag zoeken naar een investeringsruimte voor nieuw beleid, wat we steeds weer niet kunnen vinden met dit soort berichten. En daarom is eigenlijk de vraag aan de portefeuillehouder Financiën. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we van het reactieve beleid wat we tot nu toe steeds voeren, nog eens een keer gaan kijken of we het beleid laten volgen in plaats van andersom. Tot zover. Dank u wel, meneer Rodemond. En dan van mevrouw Van Hoek, de uitsmijter. Nou, dat weet ik nog niet, voorzitter, maar dank u wel. In aansluiting op de vraag van het CDA over de bestuursadvisering hebben wij ook onze vraagtekens. Daar waar we ook toegevoegde waarde voor om kunnen hebben, waarom dat niet in die verdeelmodel 75-25 is verankerd. Inhoudelijke vraag komen in de kadernota op terug. De 90.000 euro heb ik het dan over. Dan hadden wij nog een vraag over. Op pagina 11 wordt er iets gezegd over het doorontwikkelen van het ATC, dat daar financiële risico's aan zouden zijn verbonden. En wij zijn erg benieuwd welke financiële risico's er dan worden bedoeld, zodat we straks niet op verrassingen komen te staan. En daarnaast waren we ook erg benieuwd naar pagina 11. We hebben het over woonurgenten en statushouder voor tijdelijke bewoning. Nu wordt er ingezet op school talent voor 5 statushouders. Betekent dat we geen andere woonurgenten hebben? Of is dit een aanloop tot iets? En dat was het tot nu. Dank u wel, mevrouw Van Hoek. Ik kijk even naar de tafel achter mij, maar ik ga ervan uit dat ik de wethouder Jannes Jansen in het eerst het woord mag geven. Dat daarna de anderen aan bod komen. Dank u wel. Wij hebben met de eerste BRAP zoals we gewend zijn. Kijken we even terug, wat hebben de eerste 3 maanden van het nieuwe jaar en daarmee ook de decembercirculaire en alles wat we van buitenaf meegekregen aan invloed op de begroting zoals wij die vorig jaar hebben vastgesteld. En dan zie je dus beïnvloeding en je ziet dat een stuk van je ruimte dan wegloopt.
daar zitten een aantal dingen nogal autonoom in. En dan ben ik ook eigenlijk gelijk bij de vraag van meneer Rodemond. Ja, het jojoot. En hoe kunnen we nou niet meer reactief zijn, maar aan de voorkant? Nou, het zou al geweldig helpen als wij invloed op het Rijk hadden, zodat wij konden bepalen hoe zij die dingen doen. Met andere woorden, wij zijn een gemeente die in een brede omgeving ligt, waarvan alles gebeurt. En dan moet je dus gewoon een aantal dingen oppakken en autonome ontwikkeling die op je afkomen een plek geven, en die vertaal je dan in geld. Daar zijn. En er zitten natuurlijk ook nog een paar dingen in die, ja, die hier dan gebeuren. En je zegt, ja, daar moeten we toch wel een plek geven. Dus kijk, ik heb dat vaker gezegd. Als wij gewoon een koekjesfabriek waren, konden wij veel strakker begroten dan dat wij midden in de samenleving staan waar allerlei dingen gebeuren. Ik pak maar even eentje op mijn eigen terrein, jeugdhulp. Als er bij Veilig Thuis in Zwolle, werkend voor de hele regio, echt iets fout gaat, dan moeten we met z'n allen aan de bak en dan ben je zo weer geld kwijt. Kun je dat in je eentje helemaal sturen? Nee, je bent er wel bij en je hebt er wel invloed op en je probeert het wel zo goed mogelijk te doen. Je probeert het zo klein mogelijk te houden, maar je doet het met elkaar. Daar kun je dus niet alleen op sturen. Dus ik vind eerlijk gezegd, ik snap de verzuchting. Ik heb hem nog zittend aan uw kant in de gemeenteraad ook wel eens gemaakt. Van, goh, ik zou het graag wat van tevoren wat preciezer willen weten. Maar er gebeuren in onze samenleving nog eenmaal dingen die je niet altijd precies kan sturen. En daardoor is het weer lastig. We hebben nu geprobeerd zo goed mogelijk inzicht te geven op wat is er nou de eerste 3 maanden gebeurd. Waar staan we nu? Wat staat ons nog te wachten? En we hebben expres ook de, maar goed, hebben we het straks over de kadernoten, nu eens even losgekoppeld van de eerste weerrap, om het vooruitkijken en het terugkijken niet helemaal door elkaar te laten lopen. Ik hoop wel dat dat wat geeft. Dat is algemeen. Minister Hoogstra, die heeft een verduidelijkende vraag. Nee, ik had even een opmerking naar de heer Rodemond. Wellicht kan u de heer Pechtold bewegen om gemeentes meer invloed te geven op het gemeentelijk beleid bij de nieuwe formatie. Meneer Rodemond, voorzitter, dank u wel. Natuurlijk heb ik een reactie. Ik dank de heer Stelpstra voor deze suggestie. En ik zal zeker eventjes de verzuchting van de heer Stelpstra als mede die van de heer Janssen doorgeven aan mijn grote partijleider. Voorzitter, mag ik daar een aanvullende vraag op stellen? Zeker, meneer Dogge. Doet hij dan met het advies om dat samen met de ChristenUnie te doen of met GroenLinks? Ja, inderdaad. Voorzitter. Goed. Dank u wel. Meneer Gelling. Ja, voorzitter, dat zijn natuurlijk allemaal hele leuke grapjes. Maar het gaat hier wel om serieuze bedragen. En de wethouder noemt nu iets aan de jeugdzorg waar hij geen invloed op heeft. Maar dat staat niet in het overzicht verwerkt. Dus dat lijkt er niet helemaal van toepassing. Bovendien is er ook nog een positieve dividenduitkering van 2,3 miljoen van de Kogas. Dus het is niet zo dat u alleen maar met feiten om de oren wordt geslagen die volstrekt buiten uw invloedssfeer liggen. Dus ik zou die suggestie toch wel meenemen, los van de leuke grapjes hoor, die is allemaal heel fraai. Maar het blijft natuurlijk heel raar dat we hier een week geleden gewoon zitten met 5,8 miljoen en dat we nu in uw overzicht al na 5 maanden kijken naar min 3, wetende dat we wel wat meegenomen hebben van vorig jaar, maar dat u ook bijna 2,4 miljoen extra gekregen heeft. Ja, even structureel incidenteel uit elkaar halen, maar de belangrijkste dingen die hier dus in zitten zijn de decembercirculaire, die wisten we van tevoren niet. De jaarrekening zit erin, waarvan er natuurlijk ook een deel van het geld naar gewoon het algemene reserve is gegaan. En de aanpassingen van de begroting BOH. Ik loop alle vragen even bij langs voor zover ze van mij zijn. Een aantal gaan de collega's op in. Meneer Bakhuis, meerjarig perspectief huisvesting basisonderwijs. Economie trekt aan. Wat betekent dat voor het bouwen van scholen? Moet je meerjarig perspectief ook aanpassen? Ja, dat zou best kunnen. Wij zijn begonnen met zo goed mogelijk, inderdaad grofweg normatief, maar dan pas je hem vervolgens wel toe op de individuele school. En die laten we u per school zien. Als we weer een school geld geven, krijgt u precies het verhaal te horen. Dat hebben we met Lutte gedaan, met de Waterink. En dan proberen we het voor elkaar te krijgen. Maar wij hebben in ons achterhoofd ook wel iets van deksel. We willen nu wel even kijken hoe de aanbestedingen enzovoort uitvallen. Kun je het voor het normbedrag doen of kun je het er niet voor doen? En kun je het er wel voor doen, dat is hartstikke mooi. Kun je goedkoper, is nog mooier. Wordt het duurder, kunnen we niet zeggen, leerlingen, gaat u maar op het gras zitten en dan krijgt u daar maar onderwijs. Dus dan zullen we wel moeten aanpassen. En als je dat nu een aantal keren ziet gebeuren, ja, dan zou je in meerjarig perspectief ook moeten gaan aanpassen. Dus die zit wel in de pen. Maar het is nu nog wel een hele lastige om hem nu precies al te duiden. Maar we zijn wel buitengewoon alert.
En we zijn heel benieuwd hoe het met de waterrit nu gaat en hoe het straks in Schouwensloot zal gaan, want er zijn de eerste die als nee zijn. En komen daar dingen uit, dan komen we daar bij u terug. Meneer Bakhuis. Dank u wel, voorzitter. Nou, ik liep misschien even ruim die kadernota. Maar het zijn aanzienlijke bedragen. Dus ik ben blij met het antwoord wat u zegt, dat daar in ieder geval serieus naar wordt gekeken. Ja, en dat er dus niet zeg maar door de realiteit ingehaald worden. Ja, waarbij ik ook moet zeggen dat de VNG ook iedere keer zijn normbedragen gaat aanpassen. Hè? En in principe volgen we die. Kijk, en dan nog een keer, dat is dan de basis van waaruit je vertrekt. En dan kijk je hoe de aanbesteding valt. Valt die mee, valt die tegen? En dan maak je het precisiebudget. En daar moeten we toch wel ergens uit vertrekken. Maar nog een keer, als het aantrekt en de prijzen gaan hard omhoog, ja, dan zijn we wel een beetje de piezang. Dus in die zin zou ik ook van de paarscholen willen dat ze zo snel mogelijk aan de bak gaan. Die wordt dus echt vervolgd. Daar hebben we het eindverhaal nu nog niet over gesproken. De vrijval kapitaallasten, zou dat ook, meneer Doggers vraag, een meevaller in de miljardenbegroting kunnen zijn? Mijn eerste reactie is nee, ik heb niet de indruk dat wij de komende 4 jaar al met die meevallers te maken krijgen. Dan zul je naar een iets langer perspectief moeten. Want als je bijvoorbeeld nu voor je onderwijshuisvesting die kapitaallasten aanpast, dan krijg je dus de eerste jaren meer en later in de serie krijg je minder. Die komt nog wel een keer naar ons toe, maar nog niet nu binnen ons 4 jaren perspectief. Zo is het antwoord op dit moment. De leesjes sla ik even over. De mei-circulaire en de december-circulaire. De december-circulaire ging over de onderuitputting. Nou, die hebben we meegenomen. Nu komt de mei-circulaire. Ja, en dan moeten we even kijken. Die is net binnen. Ik geloof dat 1, 2 juni is hij binnengekomen. Nou, dan heb je Pinksterweekend. Dus daar wordt nu stevig aan gerekend. En ik hoop zo snel mogelijk bij u te komen daarvan. Grofweg krijg ik mee van, nou, reken je nog even niet rijk, want de meeste dingen gaan toch nominaal weg aan loon- en prijsstijging en weet ik wat allemaal. En je moet kijken wat er extra in zit, wat daar bovenop gaat. We zien bijvoorbeeld nu al dat je met de lonen gaat heel veel doen. Dan kun je een mooie klap geld krijgen, maar als je met dezelfde vaart aan de lonen eruit vliegt, heb je er dus net niks aan. Een van de dingen waar we even naar moeten kijken is inderdaad die onderuitputting. Maar dat gaat me nu even te vlug. Ik wil niet een wishful thinking doen, ik wil even gewoon de exacte cijfers hebben. En dan kijken hoe die valt. Nog een keer, eerste is, valt niet tegen, maar of die echt meevalt, moeten we nog even zien. Dat is maar even de vraag. Wanneer hebben we hem? Ik ga ervan uit dat ik u voor de volgende bijeenkomst hierover een nadere mededeling kan doen. Of we hem helemaal op de punt en de komma hebben, dan moeten we zien, want er zijn best nog een aantal ingewikkelde berekeningen te doen. Maar er wordt nu stevig aan gerekend. Maar de concrete vraag die we hadden om in elk geval voor, sorry voorzitter, ja, voorzitter, om in elk geval voor de behandeling van deze stukken besluitvormend, om in elk geval daar een eerste notitie van te hebben, zodat we dat mee kunnen nemen. Dat probeerde ik u net toe te zeggen. Ja, maar was mij nog niet concreet genoeg, vandaar dat ik even navroeg. Ja, veel concreter kan ik niet maken. Ja, dat willen we wel. Oké. De bestuursadvisering zijn een paar vragen over gesteld. En de belangrijkste is die 75-25 met Ommen. Als Ommen het niet doet, even heel helder, in ons systeem betekent het dan ook dat Ommen daarvan niet profiteert en dat de bestuursadvisering dan voor de gemeente Hardenberg is. Nou zit er nog wel eens wat, en daar hebben we in de financiële commissie wel eens over gehad, over plustaken enzovoort. Hardenberg is qua grootte en qua wat er allemaal moet gebeuren, een stevige gemeente waar we zelf ambitie hebben, die hebt u zelf neergelegd, en waar vanuit de regio nog wel het een en ander van wordt gevraagd. Dat betekent soms stevige vragen, soms ook stevige strategische vragen voor het college en voor de directie waarvan je zegt van, jongens, hier moeten we echt even wat mee doen. En in een tijd dat je verder gaat in de regio Zwolle, dat je verder gaat in de regio Vierkant voor Werk, dat je met openbare orde en veiligheid allerlei dingen krijgt, dan heb je soms, kijk eens even naar jeugd, ingewikkeld van hoe gaan we dat nou in de regio doen, dan heb je toch
soms een aantal hele strategische vragen waarvan je zegt, daar moeten we toch echt even op niveau advies voor hebben. Dat kan voor een grotere gemeente soms meer zijn dan voor een kleinere. Nou, wij hebben die behoefte zeker. Ook nog eens een keer werken met een, zeg ik dan nog maar eens een keer, met een klein college en een niet uitvoerige secretariaat eronder. Daar zijn ooit ook wel eens afspraken over gemaakt. En we botsen daar nu toch wel een beetje op. En dan kan dat betekenen dat dit een specifieke post voor Hardenberg gaat worden. Maar dan moet je hem ook zo afkaderen dat hij ook alleen maar voor Hardenberg is. Nou, dat over. En inhoudelijk zou ik dat graag bij de portefeuillehouder houden. Oh, dat bent u niet. U bent niet de portefeuillehouder voor de bestuursadviseur. Ik ga over de centen. Nee, oké, want ik vroeg me heel praktisch af wat die meneer nou precies gaat doen. Hè? Want u zegt, wij hebben ondersteuning nodig. U bent met nogal een paar in het college. En u hebt ook heel veel ervaring. En 90.000 euro, dan praat u over een aardige adviseur, lijkt mij zo. Ik denk dat het de best betaalde van het hele college wordt. Dus doet u zelf daar niet mee tekort? Met iemand die daar zit en waar u de hele dag dingen aan gaat vragen? Ja, voorzitter, ik heb toch wel een beetje bezwaar tegen dit soort vragen. Moeten wij ons zover in die operatie begeven wat een adviseur gaat doen? Nou, ik maak me ernstige zorgen over een organisatie die van zichzelf zegt dat ze structureel een adviseur moeten hebben om zich aan het bijstaan in beleidsvelden waar ze, als ik zo naar tafel kijk, toch al een jaar of 16 mee bezig zijn. Dat vind ik tamelijk zorgwekkend. Ja, nee, ik begrijp uw zorgen, maar u vraagt eigenlijk een functieomschrijving. Dat lijkt mij niet de bedoeling. Ja, voorzitter, ik ken de fractie van de ChristenUnie eigenlijk niet anders als een groot voorstander van de verdeelsleutel, maar misschien aanvullend op de heer Gelling een vraag voor u. Eigenlijk moet ik dus, als ik uw woorden goed hoor, constateren dat wanneer strategische vragen, zeg maar, vanuit het onderste zich opdoen of vanuit de bestuursdienst, dat die niet beantwoord worden middels datgene wat u hier voornemens bent. Ik volg uw vraag niet. Misschien kunt u wat verduidelijken, meneer Breukeman. Want nou ja, ik heb het spoor ook even bijsteld. Ik heb net gezegd, en ik probeer nog steeds te zeggen, het gaat, als Hardenberg dat alleen gaat doen, en dat ziet u hier staan, dan gaat het over Hardenbergse zaken, over Hardenbergse adviezen en over de kwaliteit van het bestuur in Hardenberg. En 900.000, met alle respect. We weten ook allemaal iets van een salaris en overheidskosten in organisatie enzovoort. Hoe wij dingen hebben afgesproken. Dus het is een beetje korter de bocht om te zeggen van, die gaat regelrecht in de portemonnee van één ambtenaar. Meneer Roermond heeft nog een verduidelijkende vraag daarover. Dank u wel, voorzitter. Ja, meneer Jansen, u geeft als een argument voor deze adviseur dat we leven met een vrij klein college en ook nog eens een keer een klein bemenst secretariaat. Het huidige college heeft een zittingsduur van nu nog, nou pak een beetje een half jaar. En daarna zal er een nieuw college gevormd worden. Waarom vraagt u dan nu om een structurele oplossing voor een college dat niet zo lang voor hoeveel jaar staat hij erin? Nou, geen half jaar lijkt me toch? Nee, maar niet voor structureel. Hij zat er volgens mij op mijn hoofd voor 2 jaar eerst in. En het zou ook kunnen te maken hebben met, ik pak maar even een. Ik heb ook wel eens mensen gehoord die zeiden van, jongen, met dit takenpakket wat zo langzamerhand geëvolueerd is, ook deze 4 jaar, kijk eens even naar de 3D. Je zou misschien wel naar 5 moeten, ik noem maar wat. Ik vind het nog niet zo gek hoor, om nu, ook in de overdracht naar een nieuwe periode, om dan te kijken naar een incidentele post voor 2 jaar voor een bestuursondersteuner die de boel even weer verder helpt. Dan dank ik u voor deze duiding, want die was mij niet helder. Goed, we kijken naar de portefeuillehouder. Misschien kunnen we een klein beetje snelheid maken in de afronding. Ja. Ik lange termijn planning in IHP voortgezet onderwijs pak ik er nog even uit. Daarover ben ik inderdaad in gesprek met voortgezet onderwijs. Ik heb de vorige keer al gezegd, de VO-scholen zitten netjes in het jasje. Het zit er met name in Rebound, Ambeeld, Waterink. En daarmee ben ik in gesprek. En dat volgt. U weet dat de belangrijkste hier, de Pro Hardenberg, redelijk heeft gezegd, wij willen echt separaat met u praten. En die zeggen nu ook, wij voegen ons in het voortgezet onderwijs. Een van de belangrijke dingen die nu speelt is dat wij met z'n allen een project samen met het ministerie zijn begonnen over hoe ontwikkelen de cijfers en de ontwikkelingen hier zich in deze regio.
En wij willen dat rapport eerst afwachten. Er zijn de eerste gesprekken over geweest en de eerste concepten zijn uitgewisseld. Die willen we hebben en we hebben gezegd, dat is ook een beetje de bodem om verder te gaan. Dus het is nog going concern, laat ik het zo maar vertellen. Dan, voorzitter, mag ik daar korte vragen over stellen? Zeker mezelf. Dank u wel voor dit antwoord in ieder geval. Maar eigenlijk was mijn vraag iets concreter is van wanneer kunnen wij, en dat steekt echt niet op een week, maar iets verwachten. Nou, daar kan ik u niet precies vertellen, want daar gaan wij niet helemaal over. Want heel veel cijfers liggen ook bij het voortgezet onderwijs zelf. En het basisonderwijs gaan wij veel meer over dan het voortgezet onderwijs. Je zou even grof kunnen zeggen, voor nieuwbouw zijn we en de rest moeten ze zelf doen. Wij willen eerst, de scholen zijn met het ministerie bezig en wij doen natuurlijk ook mee. Dat rapport willen we hebben. En dan vind ik dat in eerste instantie de scholen aan zet zijn. En ik durf niet te zeggen hoe lang de scholen daar zelf over willen doen. Nog een keer, wij praten ook zelf mee, we zitten met elkaar om tafel. Ik durf dat zo niet te zeggen. Ik durf de agenda voor hen niet te maken. Ook al omdat zij ook vernieuwend kijken naar hun samenwerkingsverband. Hoe ze dingen willen hebben. Ze zouden dingen ook wel wat anders willen hebben. Ik weet echt niet precies hoeveel tijd ze daarvoor nodig hebben. Maar het is dus mogelijk dat dat op een wat langere termijn geschoven wordt, begrepen? Ja, en ik probeer u te zeggen dat er op dit moment niks in de brand zit. In het voortgezet onderwijs. En in de basisschool juist wel. Ja. En daarom hebben we die eerst. Meneer Wilds, en ook verder kwam er nog een vraag over. Regionaal jeugdbudget. Kunnen we wel voldoende geld vrijmaken voor preventie? Ja, dat moeten we zeker doen. Hebben we voldoende zicht op de cijfers vanuit de regio? Nou, u weet dat dat een hele lastige is. Even drie zinnen. We hebben hem overgenomen met een achterstand van meer dan 3 jaar. Het Rijk financierde op min 3 jaar. Wij zijn nu zover dat we ongeveer op min 1,5 jaar zitten. Dat betekent dat we toch hopelijk binnenkort de cijfers voor 2016 hebben. U weet dat onze accountant niet een goedkeurende verklaring kan geven, omdat we alle regionale cijfers nog niet in beeld hebben. En u weet ook dat een groot deel van die regionale cijfers, bijvoorbeeld alles wat in de GGZ zit, op die DBC-problematiek zit, die dus gewoon achteraf gedeclareerd wordt, zodat je heel weinig inzicht daarin hebt. Met andere woorden, daar hebben we nog een aantal slagen te maken. Ik vind het ook knap dat we van min 3 naar min 1,5 jaar zijn en wij willen nog verder komen. We hebben de cijfers van 2015, maar dat is inclusief verevening. Het is heel lastig om die verevening daar los uit te peuteren. Die kunnen we daar nog niet uitpeuteren. Dat proberen we nu met de cijfers 2016 te doen. En dan proberen we in beeld te krijgen hoe we uit gaan komen. Ja, en ik heb wel wat ideeën, maar ik durf daar geen harde cijfers over te geven. Ik denk dat het tekort 2016 wat groter zal zijn dan het tekort 2015. Hoe groot dat precies is, weet ik niet. En ik denk dat het effect van de verevening mee zal vallen. Maar dan zeg ik misschien nu al iets te veel, want ik heb de definitieve cijfers niet. Maar het tekort 2016 is op zich wat groter dan 2015, maar dat wisten we en dat hebben we ook aangekondigd. De tweede slag die we nu maken is na 2018 dat we niet meer hoeveelheid keer prijs en dan maar achteraf de open einden allemaal financieren, maar dat we zeggen, nee, organisaties, we willen naar u op trajecten waarin we aan de voorkant zeggen, wat willen we voor resultaat hebben? Wat mag zo'n traject kosten? En dat we dan niet meer per individueel traject kijken van, oh, die is er wat langer in gezeten, die ook wat langer. En dan gaan we daar maar weer op bekosten. Zodat we meer grip krijgen op de kosten. Dus meer op kwaliteit en resultaat. Dat is een mega-operatie. Ik hoop dat we per 1 januari 2018 zover zijn. In ieder geval wel voor een deel. En daar werkt iedereen nu knoeterhard aan. En dat betekent dat we van de transitie, en ik ben blij dat er geen kinderen zoals een schip gevallen zijn, naar de transformatie gaan en er weer een slag maken. Als ik dan onze regio vergelijk met andere regio's, ik ben ongeduldig, heb ik u de vorige keer wel gezegd, maar dan ben ik blij dat ik in de regio Zolder zit. Voorzitter. Middels. Toch nog even een nadere vraag. Ik had gevraagd of de portefeuillehouder niet voor een zomerreces of kort daarna meer op tafel kan krijgen. In november heb ik al eens gezegd van dat ik het erg lastig vond dat we alle getallen niet hadden. Op basis daarvan worden allerlei prognoses gemaakt. Toen is er ook een toezegging geweest, die is tot nu toe nog niet nagekomen. Dat zal in februari gebeuren. En ik spreek nu mijn zorg uit. Welke toezegging? Nou, er was meer een toezegging over het totale sociale domein. Maar goed, ja, nee, maar we hebben nieuw voor jeugd.
Ja, oké, maar het gaat nu over jeugd, maar er zit ook jeugd in. Ja. Maar over 14 dagen krijgen we natuurlijk nog een informatieavond. Maar goed, ik verwacht daar ook niet zoveel van dat we daar verder komen als ik uw woorden goed hoor. Maar we zitten nog steeds op basis van prognoses te kijken. En het blijft nu duren tot het eind van het jaar. Ja, dan zitten we tot aan de volgende verkiezingen bijna vast voordat we een keer wat informatie krijgen. Kunt u niet eerder informatie geven? Ik vind u wel een beetje ongeduldig in die zin dat ik net probeer te zeggen. Wij hopen binnenkort de jaarcijfers 2016 te hebben met ook een verhaal van de accountant erbij. Nou, dan hebben we wat meer vastigheid. We moeten nu nog op kwartaalcijfers doen waarbij kwartaal 4 nog prognose kwartaal 4 is. Die wordt straks omgezet in jaarcijfers. Dan zeg ik, dan hebben we een half jaar na dato, hebben wij de cijfers van 2016. En dan probeer ik ook om, zei ik net, de cijfers van de verevening te hebben die wij in 2015 nog niet konden krijgen en die wij nu wel hopen te krijgen. Wat wij daarover over 14 dagen precies al in de informatieavond kunnen laten zien, dat weet ik, want ik heb de informatieavond nog niet met mijn mensen doorgenomen. Dus dat durf ik zo niet te zeggen. Maar ik stel me toch voor dat we nu even op de accountant wachten om dan ook de echte goede cijfers voor 2016 te krijgen. En dan nog een keer, dan hebben we ten opzichte van 3 jaar geleden 2,5 jaar gewonnen. Meneer Stelstra. Dan. Ja, nee. U bent voorzitter. Ja, neem ik even verduidelijkende vraag volgens mij tussendoor van de heer Stelstra. Nou, als de wethouder zijn verhaal wil afmaken, dan doe ik het na. Nou, dat zal waarschijnlijk betekenen dat ik niet, mijn vakantie valt in juli, dat ik niet de komende 3 weken al de cijfers van de accountant heb, want daar heb ik nog geen signaal van de accountant over gekregen. Dus dan zou dat sowieso na de zomervakantie worden. Maar dan moeten we wel even, want anders gaan we verwachtingen wekken die we niet waar kunnen maken. Even met elkaar op een ander moment, of niet nu, te delen van wat willen we dan graag precies weten. Om die cijfers te hebben waar we ook werkelijk wat mee kunnen en invloed hebben. En nog een keer, volgend jaar, spijt me, maar gaat het systeem dus nog een keer over de schop. En dan hopen we de boel toch echt meer in de grip te krijgen. Want we kunnen wel heel ongeduldig zijn. Maar nog een keer, je komt uit een volstrekt oncontroleerbare situatie. Met achterstanden van 3 jaar. Wij hebben geld gekregen op -3. Omdat het Rijk zei, van de afgelopen 2 jaar hebben we helemaal geen cijfers. In die 3 jaar is de hoeveelheid jeugdhulp gegroeid in deze regio. We zijn nadeel der regio wat dat betreft. Dat neem je dus mee. En als je dan in 2 jaar tijd, 2,5 jaar winst gaat boeken, zodat je eindelijk meer grip krijgt, dan ben ik eerder geneigd om het positief te pakken. Dan zeg ik, gefeliciteerd regio, jullie hebben knoeterhard gewerkt. En jullie hebben er in ieder geval voor gezorgd dat wij binnen al die beperkingen die we mee hadden gekregen, en ook nog eens een keer 15% korting, toch meer grip hebben gekregen. Dus in die zin zou ik het toch wel graag positief willen laden. En dan zijn we met elkaar in deze regio nog een keer ongeduldig. En dan gaan we nog verder. En dan hoop ik dat ik over een jaar weer dichter erbij zit. Goed, ik wil je toch verzoeken, meneer Jans, om de beantwoording wat korter te houden. Want het begint wel erg lang in de tijd nu uit te lopen. De heer Stelstra, nu de vraag. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik werd net getriggerd door uw toelichting. Want u geeft aan dat u het niet precies weet. Maar dat u wel weet dat het groter is dan vorig jaar. Dus dan heeft u ook een schatting in uw hoofd. En wilt u die met ons delen? Ja, en die wil ik even met mijn afdeling de nieuwste cijfers kijken. Wij hebben wel kwartaal schattingcijfers. En daar zit een plus in. Een negatieve plus. Maar dat hadden we ook al aangekondigd. En hoe groot die wordt? Nou, getallen wisselen nogal een keer. Ik wil geen slag in de lucht doen. Maar die kunnen wij wel leveren. En ik denk zelfs dat we die cijfers over 14 dagen ook wel kunnen laten zien. Tot en met kwartaal 3 en met de schatting waarschijnlijk kwartaal 4. Hartstikke mooi, dank u wel. Meneer Gelling, ik zei u al dat overschot 2016 algemene reserve is beland. De loonsom, ja, die is nogal gestegen. Dat waren dus dingen die we van tevoren niet wisten. En we hebben een systeem afgesproken hoe we met deze dingen om zouden gaan. En we hebben dat volgens de regels die we onszelf opgelegd hebben gedaan. Zo gauw je dus die dingen ziet waarvan je zegt, dit is vast aan de structurele last, dan pakken we hem ook. Nou, wij konden hem in de begroting nog niet pakken, we kunnen hem nu wel pakken, nu pakken we hem. En
We moeten straks even weer in de meicirculaire kijken of zich dat nog weer een beetje zet of niet. Duurzaamheidsfonds zal inhoudelijk collega René van der Vent iets van zeggen. We hebben dus de 5 ton op uw verzoek terecht van u gepakt en die hebben wij vorm gegeven. En die gaan we nu inhoudelijk vullen en daar zal hij meer over kunnen zeggen. De 240.000 van de ROVA, leest u op pagina 7, die gaat ook regelrecht terug naar de reserve. En dat helpt ons bijvoorbeeld om daarvan bij de tarieven nu een tientje terug te geven. Nou, dat is ook 230.000 euro. En u weet dat het een gesloten systeem is en dat we het geld dat we daar terugkrijgen, teruggeven aan. Je zou kunnen zeggen, ROVA, heb je aan de voorkant ook niet wat te makkelijk gecalculeerd. En de bedrijfsvoering is je dus een beetje meegevallen. Had je dat ook aan de voorkant iets scherper kunnen calculeren, zodat we niet met zulke schuiven zitten? Nou, die vraag kunnen we meenemen. De wachtlijsten veilig thuis. We zitten er bovenop. Onze samen doen teams zijn heel nauw verbonden aan veilig thuis. Dus ik maak me daar niet al te veel zorgen om. En we hebben vanuit beschermd wonen een deel en het andere deel komt vanuit jeugd. Regionaal hebben wij extra budget afgelopen jaar beschikbaar gesteld om die wachtlijsten weg te werken. En ze zijn op dit moment grotendeels weg. Ik durf niet te zeggen of het de laatste weg is, maar het is ook een verschil. De ene kan geen minuut verdragen en de andere kan een weekje verdragen. Daar wordt heel scherp op gekeken en ik krijg geen signalen van onze samendoeteams dat het hier niet goed loopt. Dan heb ik... Dan ben ik er door. Dank u wel. De rest gaan we voorzitter, ik had nog om een tweede termijn te voorkomen. Ik had nog een vraag over de stelpost. Over de? Stelpost structureel onvoorzien. Die laat u vrijvallen ten laste van de begroting. Ja, een deel 69.000 of zo daaruit. Wij hebben een paar grote posten begrotingsresultaat opgenomen. En wat kleinere posten, die 69, die hebben we hier, tegenvallers hebben we hier gepakt. Structurele tegenvallers. En daarom is die naar beneden gegaan. Ja, dat is techniek. Ja, de techniek snap ik niet. Maar goed, dat zal dan mijn onkunde zijn. Ik heb een stelpel structurele tegenvallers. En dan kan ik een stapeltje kleine structurele tegenvallers wegschrijven op die post. En we hebben een paar grotere in het begrotingsresultaat gepakt. En daarom is die 69.000 afgeruimd. En als u het heel ja, goed, dat snap ik. Maar dan, ja. Ik vind het nogal opmerkelijk dat je die post daarvoor hebt. Dus dan zou ik denken, daarvoor gebruik je hem ook. Maar goed. Ja, maar het jaar is nog niet om. Goed, voldoende zo volgens mij. Ik zie dat de heer Prins al opstaat voor zijn deel van de beantwoording. En nu het woord. Voorzitter, dank u wel. Een paar vraagjes voor mijn portefeuille. Onder andere de vraag, bouwleges een raming van plus 2 ton. Waarom niet structureel? Omdat we op dit moment dat ook niet weten hoe de bouw zich verder gaat ontwikkelen, hoe het doorzet. Er zit natuurlijk best een probleem dat heel veel bouwprojecten op dit moment stagneren. Omdat het lastig weg te zetten is. Personele problemen, maar ook gewoon bouwmateriaalproblemen. Ja, hoe plat kan het zijn? Dus ik zou voor willen stellen, wacht even het verloop van dit jaar of kijk even naar bij de tweede beerap. Om dan, het loopt niet weg, het geld loopt niet weg, dus je kan er altijd nog over beschikken als u dat graag wil. De statusleningen, ja, die verstrekken we niet meer. Het geld wordt langzaam zeker, het is een revolverend fonds, wordt afgelost. En dat geld komt terug bij de SVN en daar lossen wij de lening die wij daarop hebben zitten, lossen we daarvan af. Dus je ziet het niet terug in je vermogen, zeg maar. Ja, of in je reserve, maar je ziet hem terug in een iets teruglopende kapitaallast. Dus ja, of u zou moeten willen besluiten van nou, er wordt 2 ton ingelost en dat willen we weer ergens voor inzetten. Maar anders, ja, maar dan blijft de lening ook staan en wij gebruiken hem om de lening af te lossen. Waar gaat u die 85.000 voor gebruiken en waarom is het meer dan 50.000 voor volgend jaar? Omdat we dit jaar meer activiteiten hebben. Denk aan de structuurvisie wonen die dit jaar speelt. Wij hebben voor dit jaar een woonbeurs woon-event gepland. Wij zijn bezig met de corporaties om de woonafspraken dit jaar wat intensiever tegen het licht te houden. En we hebben nu structureel overleg met de provincie over woonafspraken. Nou, ik heb u daar in het verleden alles wat meer van verteld. Dat is voor dit jaar is dat meer dan voor volgende jaar. Zouden we ook best 85.000 willen hebben, daar niet van. Maar wij denken dat we met 50.000
het structureel wel zouden kunnen redden. Het is ook beduidend minder dan wat we in het verleden ter beschikking hadden vanuit de pot binnenstedelijk bouwen. Ja, dat moeten we wel even hier ook tegen elkaar zeggen. Maar daar zit het verschil in. Er liggen nu accenten voor dit jaar voor de toekomst. Woonurgenten, 5 woningjes voor woonurgenten, is dat het dan? Nee, ik heb het vaker gezegd. We hebben met de corporaties hebben we 3 afspraken op hoofdlijnen gemaakt. De eerste afspraak is niet of minder of niet verkopen. Nou, bij de corporaties is er al gauw tussen de 30 en de 50 woningen per jaar geweest. Dat doen ze dus op dit moment niet. Dat is 1. Een tweede is plannen die ze hebben versnellen. Nou, dat gebeurt op de verschillende plekken. Kijk naar Maastricht-Brink wat daar versneld op dit moment vanuit de corporatie gebeurt, maar ook in Dedersvaart. De laatste is tijdelijke woningen. Nou, ik heb verteld van wat wij in de school doen, maar wij zijn nu bezig, en dat doet de corporatie samen met ons, de corporaties, om een 20-tal tiny houses, tijdelijke huisjes, het is maar hoe je wilt noemen, om die gerealiseerd te krijgen. En de aanbesteding, heb ik me laten vertellen, is er al van geweest. Dus binnenkort zal er gecommuniceerd moeten worden met de buurten waar ze komen te staan. En dat werkt voor de eerste 10 jaar op een tijdelijke vergunning. Ja, om zo het probleem van woonurgenten om die te ontvangen. Dus er zijn meerdere maatregelen, voorzitter. Ik dank u wel. Voorzitter, mag ik daar een vraag stellen? Nog 2 vragen. Ik ga eerst naar mevrouw Luiten en dan naar de heer Gering. Sorry meneer Gering, ik zie dat u wat boos kijkt, maar mevrouw Luiten. We zijn verheugd om van het voornemen van de tiny houses te horen. U heeft het over 20 voor 10 jaar. Denkt u daarmee van, is het daarmee opgelost? Zo niet, bent u dan van plan om op korte termijn nog meer van dit soort tiny houses vergunningen te vergeven? Ik denk niet dat daarmee het probleem is opgelost. En zo gauw zich, denk ik, een volgende kans aandient, dan zullen we dat zeker serieus moeten overwegen. Waarom we er nu fors op insteken, is omdat er ook voor de corporatie een provinciale subsidie hier ligt. Want het is, dit soort projecten zijn heel lastig ook voor een corporatie kostendekkend te krijgen. Ja? U zegt, zodra het zich weer een kans voordoet, waar bestaat zo'n kans uit? Gaat het over de grond of gaat het over een subsidie? Nou, grond is er zat. Dat is het probleem niet. Ja, maar het gaat toch wel over geld. Ja, het gaat toch in dit soort projecten wel over echt geld. Dat is één. Maar soms dienen zich concepten aan waarvan je zegt van nou, dat is eigenlijk te mooi om waar te zijn. Binnen een financieel kader waarvan je zegt dat is acceptabel. Ja, en dat proberen we. Dat proberen mijn medewerkers, maar ook samen in de woonoverleg met de provincie proberen we dat te volgen. En met name naar 2020 toe, waarin wij de verantwoordelijkheid hebben om ook mensen die nu naar de centrumgemeente, in de centrumgemeente worden gehuisvest, dat die veel meer bij ons terechtkomen, zullen we ook in samenspraak met RIBW, met woningcorporaties en met andere partijen, zullen we veel beter en veel meer nog moeten verkennen hoe gaan we dat op de juiste wijze opvangen. Ja. Dus ik verwacht niet dat het voor het laatst is dat we hier spreken over huisvesting voor woonurgenten in dit soort vormen. Meneer Gering. Ja, voorzitter. En die laatste opmerking, dat verbaast mij wat. Want ik kan me nog herinneren bij de discussie die we laatst hadden over blijven is meedoen, geloof ik. Hè. Dat was over de integratie voor statushouders. Er is een aantal keren gevraagd. Meneer Kloekhuis was volgens mij de laatste die u vroeg of het huisvesten van statushouders ook invloed had op wachtlijsten voor iedereen die een huis zoekt. En dat ging volgens mij toen nog over de prestatieafspraken die er zijn met woningbouwcorporaties. En mij is blijven hangen van dat gesprek dat daar geen enkele sprake van was. Dat het allemaal vlekkeloos verliep en dat er geen enkele noodzaak was voor het treffen van andere maatregelen. En nu hoor ik u een paar dingen zeggen. Ik hoor u soms het hebben over corporaties. Maar ik lees hier, dat las ik ook in de krant. En ik kijk even op mijn schermpje, dat is klein, moet ik even mijn bril voor hebben. Dat u een school het talent aan het verbouwen bent, dat gaat u weer zelf doen dan. Dus gaat u dat nou zelf verhuren? Gaat u dat zelf ontwikkelen? En zou het dan niet beter zijn dat gewoon door de woningstichting te laten doen, dat u niet al te actief wordt op de vastgoedmarkt? Daar bedoel ik niks naast mee, daar bent u natuurlijk veel te goed in, is gebleken in het verleden. Maar voorzitter, is het al keer genoeg. Voorzitter, ik ken de vrees van de VVD-fractie. Ja, die houden er niet maar van. Dat heeft er maar even te maken met grote afboekingen in het verleden, voorzitter. Ja, die ligt nogal zwaar op uw maag, hè? Ja, goed. Voorzitter, alle gekken op stok. Die ligt zwaar bij 60.000 Hardenbergers op de maag, meneer de wethouder. Oké. Okay. Nou, dan zullen we het daar nog eens over hebben.
Als ik het heb over woonurgenten, dan heb ik het niet alleen over statushouders. Ja? Woonurgenten, dat is met name de categorie, en daar heb ik al eerder aan gerefereerd. Er zijn nu jongeren, met name jongeren, die zijn nu nog intramuraal. Omdat ze niet uit kunnen stromen, omdat er geen plek is, omdat er geen huisvesting voor die mensen. En die houden dus weer plekken bezet van jongeren die eigenlijk intramuraal geholpen, tussen quotes, zouden moeten worden. Dat is een belangrijke categorie. We zien ook de vraag op ons afkomen van mensen die in scheiding liggen enzovoort. Dat zijn voor ons ook zo'n categorie woonurgenten. Ja, en op de vraag die zo pas gesteld werd, de 150 statushouders zeg maar, van vorig jaar hebben die invloed gehad op de wachttijden. Daarvan heb ik gezegd, zijn bij ons niet bekend en bij de corporatie ook niet significant. Dat heeft met name te maken met dat ze per jaar ten opzichte van vroeger 30, 40 woningen meer beschikbaar hebben, omdat ze niet verkopen en wel bijbouwen. Voor wat betreft het talent, dat project wordt gesubsidieerd door de provincie. De kosten die we daar maken zijn ongeveer kostendekkend voor datgene wat we daar gaan doen. En ik was niet voornemens om daar zelf als huurbaas op te gaan treden, en daar gaan we afspraken over maken. Zijn we aan het maken met de woningcorporatie, dat die zorgt voor de plaatsing en verhuur. Mevrouw Veldhuizen. Ja, dank u wel, voorzitter. In deze gesprekken die u hebt met de corporaties, hebt u daar ook wel eens de samenwerking gezocht met bepaalde ondernemers in de toeristische sector? We hebben ook wel eens geluiden opgevangen dat bepaalde ondernemers van campings ook wel eens wat willen bedenken voor opvang van urgente woningnood. Nou ja, wij zouden het liefst het hele probleem van het illegaal bewonen van recreatiewoningen op willen lossen. En volgens mij moeten we dan niet met een U-bocht daar weer aan mee gaan werken. Dus die staan nog niet op mijn lijstje van gesprekspartners in samenhang met corporatie enzovoort, om die aan tafel te hebben. Goed, mevrouw Luijten. Wat niet eens kan komen, ja. Nou, het zou kunnen dat meneer Prinsen net onze dag een stuk beter heeft gemaakt dan toen wij deze vergadering ingingen. Omdat wij worden echt heel blij van het verhaal, niet alleen over de tiny houses, want zoals u weet heeft onze wijle fractievoorzitter zich hier onder andere altijd hard voor gemaakt. Maar helemaal werden wij nogal gelukkig toen u het had over de woonurgenten onder de jeugd. Nou heb ik alleen maar een klein praktisch vraagje, namelijk kunt u mij nog even vertellen op welke pagina de intensiveringen bij de ambitie staan in de kadernota op dit terrein, omdat we dit altijd zo belangrijk hebben gevonden met z'n allen en wij konden het zo snel niet vinden. Het zal aan ons liggen, maar we horen heel graag van u waar u dat heeft opgenomen. Nou, volgens mij, ik moet ook even in mijn geheugen, maar volgens mij hebben we dit ook al vorig jaar in gang gezet. Ja, en ik heb het in ieder geval in de notitie niet met veel, of in de kadernota niet met veel woorden, hebben we daar meer over uitgeweid. Maar als u daar behoefte aan heeft, zie ik graag een amendement of een motie van uw kant waarin u mij opdraagt om daar expliciet nog iets over te zeggen. Meneer Prinsen, die hebben we al bijna voorbereid, dus we gaan elkaar daar fantastisch in vinden. Dank u wel. Het gaat toch wel gemakkelijk vanavond, dat is goed om te zien. Ik kijk nog even rond of er nog vragen zijn nu voor de wethouder. Dat is niet het geval. Dan ga ik naar René de Vent om de laatste vragen te beantwoorden. Dank u, voorzitter. Een drietal vragen. De eerste vraag was van de heer Breukelman rondom mobility mentoring. Een mooie term voor een Amerikaanse vorm van schuldhulpverlening. Vorig jaar hebben we daar een heel mooi symposium over gehad, eind vorig jaar. En toen heb ik het tegen elkaar gezegd. En ook door de aanmoediging zeg maar, vanuit het veld, ga met deze methode aan de slag. Dus dat hebben we ook vertaald in deze bestuursrapportage. En ik kan u geruststellen, ook om en doet mee en gaat ook mee betalen. Dus die zijn ook heel erg enthousiast geworden. Het was een Hardenbergs initiatief, maar om en wil ook graag meedoen. En tegelijkertijd merk ik ook dat het maatschappelijk veld, maatschappelijke organisaties, ook graag mee willen doen. Dus wij versluiten niet uit dat we straks een vervolg gaan krijgen. Daar zou ik willen zeggen, ondersteun ons, want dit is een methode die vernieuwend kan zijn op dit ingewikkelde terrein. Mijn tweede vraag was van de heer Gelling. Ja, ik begrijp uw gevoelens een beetje misschien naar aanleiding van de duurzaamheidsbijeenkomst van enkele weken geleden, twee weken geleden. Laten we even helder zijn en teruggaan in de tijd. December hebben we met elkaar hier in de Raad vastgesteld onze ambities. Toen hebben we gezegd, we willen naar die ambities streven die we in percentages hebben vastgesteld. Toen hebben we ook gezegd tegen elkaar, wind moet, even voor alle duidelijkheid. Maar ook in combinatie in de mix met zon, biomassa, restwarmte en allemaal nieuwe techniek. Daar hebben we op voorgeborduurd. Toen hebben we ook gezegd, in de aanloop naar het vaststellen van het kader, en dat komt op korte termijn naar u toe, voor de zomer stellen we met elkaar vast onder welke condities willen we dat dan toepassen. Want dan kloppen we nu
heel veel partijen aan de deur op dit moment die iets willen met duurzaamheid. En die hebben behoefte aan duidelijkheid van de gemeente, van het college, maar ook van uw raad. Gaan we daarmee aan de slag. En daar willen we ook onze ambities voor inzetten met gebruikmaking van het mooie duurzaamheidsfonds. Juist om die initiatieven te kunnen aanjagen, ondersteunen in die brede mix die we hier hebben geduid. Maar we hebben ook gezegd, dat willen we heel helder hebben, wind moet om die ambitie vast te stellen. Dat geldt ook voor windprojecten. Wordt er mag daar nog een vraag stellen? Zeker, meneer Gelling. Want misschien is de wens de vader van de gedachte, maar bij ons is niet zo blijven hangen dat wind zou moeten. Wij hadden begrepen dat we u uitgedaagd hadden, juist om ervoor te zorgen dat we alle alternatieven zouden willen onderzoeken. En als die niet zou lukken, dat we dan als sluitstuk nog iets hadden van, nou ja, dan wind. En wat me intrigeerde aan de conferentie waar u naar refereerde net, is de bevestiging dat wind overal gevoelig ligt. Nou, die is niemand ontgaan, denk ik, die op de avond was. Maar is ook tevens dat een ander initiatief, waartoe u mensen oproept, zeg van kom met iets anders, en dat was het zonnepark in Lutten, vervolgens door u niet wordt overwogen omdat u de grond niet anders wil bestemmen. Hè? En dat maakt het wel lastig, want dan lijkt het erop alsof u wel uitstraalt komen met initiatieven, maar als er dan iemand komt, dan zegt u vervolgens nou nee, maar niet op akkergrond. Waarbij overigens ook gewoon windmolens staan en de hele Maasland op akkergrond gebouwd is. Maar het is natuurlijk wel wat ingewikkeld als mensen met goede initiatieven komen en u vervolgens daar niks mee doet. Maar als dat het voornemen is, dan kunt u die 5 ton beter in de pot laten zitten en zeggen, nou ja, het gaan toch windmolens worden. Voorzitter, daar wil ik toch heel graag op reageren, want dan heb ik volgens mij een interpretatieverschil. Maar we hebben nadrukkelijk gezegd, in mijn beleving, maar dan zou u de ander ook moeten vragen, ook wind moet om die doelstellingen te realiseren, maar ook het benutten van juist die andere bronnen. En we hebben juist ook aangegeven, daar waar nu de bestemming geen mogelijkheid biedt, of beleid geen mogelijkheid biedt, daar moeten we met elkaar over gaan praten. Dat komt in dat kader wat we met u voor de zomer willen vaststellen. Dus ook het Luttense initiatief wordt daar tegenaf gewogen. Het komt bij u terug. Dus volgens mij ligt er een open kans voor doel om met elkaar juist dit soort initiatieven te ondersteunen. Maar dan moeten we wel met elkaar eens zijn over de grondposities. Dus kom bij u weer. Voorzitter. Hier, de heer Rodemond. Meneer Rodemond. Ja, dank u wel. Voorzitter, ik moet toch even de heer Gelling ondersteunen in zijn observatie dat inderdaad er hier tijdens een raadsinformatiebijeenkomst hardop is gesteld dat we eerst gingen kijken naar alle mogelijke initiatieven voordat we überhaupt naar wind gingen keren als mogelijk goed alternatief voor al die andere initiatieven die het niet gingen worden. Dus laten we niet eerst wind gaan vooropstellen en vervolgens kijken of we daar nog wat leuke kleine dingetjes aan toe kunnen voegen. Hè? Laten we het proberen wel om te draaien, want draagvlak is een groot goed blijkbaar in deze gemeente. En wind is een heel moeilijk onderwerp daarin. Ik wil even wat aftasten, want ik zie een aantal mensen die willen reageren. Maar het is even de vraag of dat richting de heer Rodemond is of richting de portefeuillehouder. Dus ik kijk naar mevrouw Luiten, is richting meneer Rodemond, dan eerst mevrouw Luiten en dan de heer Boersma. Ja, ik vroeg me af of ik het dan misschien allemaal helemaal verkeerd begrepen had. Want zoals u weet, meneer Rodemond, natuurlijk, ik begrijp het. En meneer Gelling, u weet dat wind bij ons ook gevoelig ligt. Ik heb alleen steeds altijd begrepen dat als we onze eigen ambitie willen halen, namelijk zo snel mogelijk, zoveel mogelijk doen, dan kunnen we dat niet zonder wind. Dat is wat ik steeds heb begrepen. Als u zegt wind moet, dan is het om onze ambitie te halen. We kunnen onze ambitie niet halen als we helemaal nergens wind doen. Wij zijn er ook niet blij mee. En daarom is volgens mij ook steeds hier in deze raad besproken dat we dan bijvoorbeeld liever hebben dat een lokaal initiatief zegt, wij doen met elkaar onze molen en dan zijn we er blij mee, dan dat we hele grote commerciële windparken neerzetten. Dat is zoals ik het heb begrepen. Ik kijk nog even naar de portefeuillehouder of dat correct is. Dank u wel, dan is mijn vraag al. Meneer Rodemond, nog behoefte om te reageren? Nou ja, op het risico dat het een potato-potato verhaal gaat worden, is het inderdaad zo dat we ambities hebben afgesproken met elkaar. En we zouden die ambities in ieder geval terugleggen bij de inwoners van Hardenberg, ondernemers van Hardenberg, om te kijken wat daar uitkomt. En vervolgens, als we dan niet die ambitie halen met die initiatieven, onze eigen conclusies trekken om dan ook dat aan te gaan vullen met wind. En als binnen die initiatieven uit de lokale bevolking wind zit, ja natuurlijk, dat spreekt voor zich. Maar goed, dat is een kwestie van interpreteren van de bijeenkomst, denk ik. Dus laten we in ieder geval met elkaar afspreken dat we de ambities willen gaan halen.
Goed, ik ga nog even naar meneer Boersma. Want ja, ik vind het, als we nu een hele discussie over wind en duurzaamheid gaan voeren, dat moet volgens mij nu niet gebeuren. Dus nog even één opmerking hierover. En dan wat mij betreft door naar de volgende agendapunt. Twee opmerkingen die voor mij veel dieper gaan dan alleen maar een beetje over wind. Daar hoeven we hier niet over te praten, want we hebben het over de bestuursrapportage. Maar we zitten hier in een raad, we spreken hier met elkaar dingen. En er zijn twee fracties die, hoor ik wat anders zeggen, dan wij hier afgesproken hebben. Dat vind ik wel heel bijzonder en dat lijkt me wel goed om het dan eens even na te luisteren. Ik zal het ook doen. Ik weet heel precies zeker, en ik ben het met mevrouw Luijten eens, wij hebben onze ambitie hoog gesteld. We hebben ook gezegd dat kan niet zonder wind. Daar moeten we wel draagvlak voor krijgen en dat gaan we doen. En daardoor hadden we onder andere die conferentie. Een tweede opmerking is, meneer Gelling zegt, nou we hebben wel gehoord hoeveel tegenstand er is. Laten we even eerlijk zijn, er was één groep en daar ga ik mijn beleid niet op baseren. Ja, voorzitter, mag ik daar toch reageren? Want meneer Boersma heeft het over mij. Dat is natuurlijk wel grappig, want dat was ook net de enige groep die, als ze nu al passen, zeker weten dat ze windmolens voor de deur krijgen. Dus het is niet zo raar dat die zich dan ook melden hier. Maar in de tweede plaats is het natuurlijk belangrijker wat de wethouder zegt. Van, we roepen mensen op, dus ik was al tevreden, we roepen mensen op. Alleen houdt dat in dat als wij willen dat er op akkerbouwgrond zonne-energie komt, dan zullen we daar besluiten over moeten nemen. Nou, dat vind ik voldoende informatie. Dan nog naast dat als u mensen oproept om zelf iets te vinden en u daarbij zegt van nou, maar we houden rekening met de windmolens komen, ja, dan is het niet heel erg motiverend om mensen te vragen om dingen te gaan doen. Meneer voorzitter, één opmerking nog. U gaat op één ding niet in. U zegt dat de afspraak wind moet, dat die niet gemaakt is. En de collega Rodemond zegt dat ook. Dat bestrijd ik, want daar hebben we het over gehad. Het kan echt niet, als we deze doelstelling willen halen, en we willen geen wind, dan halen we hem nooit. Dat hebben we hier ook gezegd. En daar moet je ook volstrekt eerlijk in zijn aan de buitenwacht. Nou, dat vind ik een uitdaging die we dan graag aangaan. Zullen we eens kijken of we niet gaan lukken dan. Goed, volgens mij zijn er nu met betrekking tot dit punt ook voldoende beelden uitgewisseld. Kijk naar de portefeuillehouder of hij nog iets toe te voegen heeft of dat dit het is. Nou, volgens mij is er voldoende gezegd nu. We kunnen hard door. Mooi thema. De laatste vraag was van mevrouw Van der Hoek over de financiële risico's rondom ATC-dienstenbedrijf. Ja, we hebben gezegd, er zitten wat onzekerheden in de toekomst als het gaat om de verplichtingen die we van het Rijk krijgen. U weet ook dat wij te maken hebben met banenafspraak vanuit het Rijk. Hè? Dus de regionale werkbedrijven waar ook de gemeente Hardenberg onder sorteert, hebben de plicht om heel veel mensen met een beperking ook aan werk te helpen. Nou, er ligt dus een kwotumverplichting, zeg maar, op. Dat betekent dat we dus bovenop het reguliere werk ook extra activiteiten moeten ontplooien om juist ook daaraan te kunnen voldoen. Het vraagt dus om extra inzet en inspanning. U weet ook dat we te maken krijgen met de inzet rondom beschut werk. Kortom, er komen nieuwe opdrachten naar een ATC-dienstenbedrijf toe. Die maken dat we moeten gaan prioriteren en kijken of we met de huidige inzet en capaciteit, zeg maar, de grote opgave aan kunnen. Voorzitter, mag ik? Graag genoeg, ja. Er wordt in de bestuursrapportage wordt er iets gezegd over een extra investering voor de ITC. Er wordt iets gezegd over uitbreiding van capaciteit. Er wordt iets gezegd over extra integratiemiddelen. Volgens mij komt dat allemaal toch wel enigszins samen als het over werk en inkomen gaat bij het ATC. En volgens in de kadernoten heeft het over een taakstelling van 16 mensen die naar beschut werk zouden moeten. Daar wordt ook geld voor gevraagd. Zijn we dan overal beetjes aan het vergaren in een grote pot? Hoe moet ik dat dan lezen? Het is heel goed dat er geld naartoe gaat, maar het klinkt erg versplinterd. Nou, als dat die indruk is gewekt, dan is dat denk ik niet juist. Want het is juist het bij elkaar brengen juist van die grote opgaven met elkaar. En daar zitten wat deelonderwerpen in die u ook benoemt, hè, met betrekking tot ICT. Dat heeft vooral te maken, zeg maar, met het zo inrichten van je inkomensloket. Dat je veel gemakkelijker en sneller je dienstverlening kunt gaan reorganiseren. Waardoor je meer tijd en energie overhoudt om juist naar richting arbeidsbemiddeling in te stoppen. Dus we willen hem efficiënter maken door de investeringen die we nu voorstaan. En uiteindelijk moet het leiden tot een effectief, efficiënt uitvoeringsorganisatie. In dit geval ATC-dienstenbedrijf, die grote opgave heeft. Maar laten we wel zijn, er liggen nu heel veel kansen om mensen aan werk te helpen. Er is ontzettend veel vraag naar mensen op dit moment. En dan heb ik ook de juiste tools nodig om dat te kunnen realiseren. En ik begrijp dat het gevoel ligt als je het hebt over inzet en capaciteit. Het is nu wel alle hens aan dek om de kansen die er economisch liggen ook nu met elkaar te benutten. Zodat we eindelijk in staat zijn met elkaar om ook ons aantal werkzoekenden, een aantal mensen in de bijstand, significant te verminderen. Die kans moeten we niet voorbij laten gaan en dan gaan de kosten voor de baat. Dank u wel. Ik kijk rond of er nog behoefte is aan een tweede termijn. Ik zie niemand, dan laten we het hierbij.
Ik ga ervan uit dat ik dit mee kan nemen naar de raadsvergadering als een bespreekstuk. Of iemand anders, een bespreekstuk. Prima, dan gaat dit door naar de raadsvergadering als een spreekstuk. En zijn we nu toegekomen aan een korte pauze. Ik wil pauzeren tot 9:15 en dan gaan we verder met agenda punt 5. Tot zo. Goed mensen, ik zou graag verder willen gaan. Dus degene die nog op de gang staan, wil ik graag verzoeken om aan te sluiten en op naar hun plek te gaan. En dan wil ik eigenlijk de vergadering ook wel weer starten, want ik wil de vroegkomer belonen. Dus ik kijk toch heel even rond wie ik eigenlijk het woord mag geven voor de kadernota 2018. Mevrouw van den Hoek, ik ga er even gemakshalve vanuit mensen dat alle partijen het woord willen voeren. Misschien moet ik dat maar even doen, lerende van de eerste termijn. Meneer Gelling, fijn dat u er ook bent. U had bijna het rondje gemist en dat zou jammer geweest zijn, denk ik. Ik kijk even naar het CDA, wie van het CDA het woord wil voeren. Als grootste partij lijkt me toch charmant om daarmee te beginnen. Maar jammer dat u wat te laat bent, meneer Breukeman. Meneer Breukeman, u het woord dan, begrijp ik. Goed, niet? Dan ga ik naar de... Ja, voorzitter, dank u wel. Laten we wel proberen met enig respect elkaar hier te blijven behandelen, voorzitter. Maar dat doen wij zeker, meneer Breukeman. Om die reden ga ik nu ook gewoon beginnen met woordvoering. Er zijn nog een aantal meer CDA-collega's die aan het woord willen komen. Over de kadernota. Als het gaat over beleidsvoornemens, voorzitter. In hoeverre heeft het college bij het opstellen van de kadernota eigenlijk ook beoordeeld of lopend beleid misschien afgebouwd kan worden of gestopt kan worden? Of is er alleen gekeken naar de verdere ambitie? Dan een vraag over het OZB-verhaal. De motie die raadsbreed is aangenomen in november is nog niet uitgevoerd door het college. Ik ga ervan uit dat dat zo richting november wel het geval zou zijn. Zeker nu we ook kennis hebben kunnen nemen van de meicirculaire. Graag een reactie daarop. Ook een vraag over de BOH. Onlangs is hier de vraag opgeworpen of een gemeenschappelijke regeling nog wel de beste variant is voor de BOH. En eventuele wijzigingen hebben ook gevolgen op financieel gebied, kan ik me zo voorstellen. En is het college bereid om mee te denken in de verschillende scenario's en deze zo rond november 2017 eens ter bespreking voor te leggen? Ik ben uiteraard ook benieuwd hoe andere fracties daarin staan. Tot zover de vragen van mijn zijde. Dank u wel, meneer Breukeman. Ik kijk naar de anderen binnen uw partij. Ik zie mevrouw Veldhuizen en de heer Brink aanstal te maken. Wellicht eerst de dame het woord. Mevrouw Veldhuizen. Ja, ja, oké. Okay. In het kader van schuldhulpverlening en de stress die daaruit ontstaat, is er regelmatig gedacht over een andere aanpak. Een basisinkomen kan daar een voorbeeld van zijn. We lezen hierover niets in de kadernota. Is het college bereid om een pilot op dit onderwerp te starten? Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Brink. Nou, dank u wel, voorzitter. En voorzitter, maak de democratie toegankelijk voor iedereen. Dat is eigenlijk wel een oproep die ik wil doen namens in ieder geval het CDA. En wij zijn dan ook blij, uit onze technische beantwoording blijkt dat het CDA of dat het college openstaat voor een aanpassing van het spreekgestoelte bovenop de aanpassingen die al op de rol staan. Of althans daar een verkenning voor wil doen in het kader van inclusiebeleid. Want wij hebben toch regelmatig geconstateerd dat er dan wel eens kleine kinderen komen hier in het kader van schoolprojecten. Of mensen die moeilijk te been zijn, of mensen die in een rolstoel zitten die willen inspreken. En is nu wat lastig, omdat het spreekgestoelte vaststaat op één hoogte. En wij zijn blij nogmaals dat het college voornemens is om te verkennen of een aanpassing van het spreekgestoelte mogelijk is. Dat maakt ons erg blij en daar zijn we dus ook verheugd over. Waar we nog wel een vraag over hebben, is inclusie in algemene zin. We hebben vorig jaar tijdens de vaststelling van de kadernota 2017 met elkaar ook gesproken over inclusie. En we hebben toen
Als raad hebben we vastgesteld dat we hiermee verder willen en hier ook actief mee aan de slag willen gaan. Dat hebben we ook gedaan. Er is een werkgroep gevormd. Er is een werkconferentie geweest met goede input en ook goede output wat mij betreft. Er wordt nu hard gewerkt aan een prioriteringsagenda om handen en voeten te geven aan dat VN-verdrag. En dan schetst onze verbazing dat er niets over genoemd staat in de kaderstellingsnota. En daar zijn we toch wel een beetje verbaasd over en we willen daar graag wel een toelichting op vanuit het college. Tot zover. Dank u wel, meneer Brink. Ik kijk nog even over een andere fractieleden. Kijk, meneer Van den Berg. Ja, dank u wel, voorzitter. Nog even een vraag over de grondexploitatie. We zouden graag zien dat het college op basis van de gegevens van 2017 een meerjarige weergave geeft van de resultaten van de grondexploitatie. Kan het college aangeven of dat mogelijk is? Dank u wel. Zijn er nog anderen van het CDA die een vraag willen stellen? Nee, ik ben compleet geweest. Dan ga ik naar de fractie van de ChristenUnie. Ik zie mevrouw Hof aanstal te maken. Mevrouw Hof. Dank u wel, voorzitter. Eén vraag in het kader van de kadernota en dat gaat over het LOC. De financiële consequenties voor het toekomstbestendig maken van het LOC wordt waarschijnlijk eind 2017 verwacht. Nu ligt er een collegevoorstel van 16 mei, waarin een miljoen wordt... waarin voorgesteld wordt een miljoen te besteden aan het aanpassen van het LOC en het gemeentehuis. En mijn vraag is, hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Is dat een voorschot op, een onderdeel van, of staat dat volledig los van elkaar? Als de portefeuillehouder daar wat over kan uitleggen, graag. Dank u wel. Meneer Stelstra. Dank u wel, voorzitter. We hebben de kadernota toch wel met enige gemengde gevoelens gelezen, voorzitter. Als we kijken met name naar het financieel resultaat, dan hebben we toch wel het gevoel dat we van de drup in de regen zijn beland. Want in totaliteit gaan wij de komende jaren naar een negatief resultaat op basis van het nieuwe begrotingsresultaat. Als we structureel en incidenteel van elkaar aftrekken of bij elkaar optellen, dan eindigen we gewoon in de min. Nou, zal u niks verbazen dat wij hier de vinger bij leggen, dat doen we al jaren. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente toch een overschot heeft, of in ieder geval op een nullijn zit. En niet alleen maar kijkt naar wat we structureel doen en dan dik in de min gaan incidenteel. Daarnaast hebben we tijdens de begroting een zevental moties ingediend en een amendement. En ik wil die even graag met u langslopen. Voorzitter. Meneer Dogge, ik zou graag van de heer Stelps willen weten op welke pagina hij leest dat onze meerjarenbegroting na de kaderstelling negatief is. Nou, als ik even opzoeken. Als u kijkt naar de aanbiedingsbrief, pagina 3, dan ziet u daar een nieuw begrotingssaldo staan. En daar, als u die bedragen structureel en incidenteel bij elkaar optelt, dan komt er toch een minnetje uit. Ieder jaar. Maar ik zal de volgende keer de PowerPoint voor u meenemen. Dan ga ik even weer verder naar de moties. Maar meneer Stelstra, begrijp ik nu goed dat u 7 moties wilt gaan behandelen? Heel kort. Heel kort. Wilt u dat dan wel kort houden? Want, ja, natuurlijk. Anders gaat het wel heel lang duren vanavond. Ja. Ja. Voorzitter, mag ik meneer Dogge even te willen zijn? Die zit nu hard te rekenen. Het is 2.688.000 euro die tekort komt de komende 4 jaar. Ik had het al uitgerekend namelijk. Dank u. Fijn dat partijen elkaar willen helpen vanavond. Meneer Stelstra, gaat u gang. Dank u wel. We hebben een motie ingediend over de centrumvisie en detailhandelstructuurvisie. Deze is deels uitgevoerd. De gelden zijn geprogrammeerd. Alleen de kaders zijn nog niet beschikbaar en daar hebben we wel naar gevraagd. Maar we kunnen ons voorstellen dat we iets te ambitieus waren. En wij hopen dus binnenkort hierover meer te horen. Wellicht kan de portefeuille daarop reageren. Dan is er een motie aangenomen ten aanzien van de verlaging van de woonlasten. Nou, ons inziens is deze motie uitgevoerd met de lastenverlichting van ruim 5 ton op afval en riool. Dan is er een motie aangenomen ten aanzien van onroerende zaakbelasting. En wij zien die motie ingevuld met de lastenverlichting voor al onze burgers die ik net noemde, die 5 ton op afval en riool. Dan is er nog een motie aangenomen ten aanzien van het aflossen. Wij hebben voorgesteld om 2 ton structureel op te gaan nemen. Maar het college heeft het incidenteel verlaagd met meer dan 30%. Dus vele miljoenen. Hartstikke mooi.
Daarnaast is er een motie ingediend ten aanzien van de vorming van een duurzaamheidsfonds. En deze... Sorry dat ik u toch even een reden van, meneer Stelstra. U geeft aan dat er een aantal moties zijn uitgevoerd, niet zijn uitgevoerd, op welke manier ze wel zijn uitgevoerd. Ja. Maar u stelt er vervolgens geen vraag bij, dus ik ben even de weg nu kwijt. Wat wilt u bereiken? Nou, ik wil even aantonen, onder andere bij de eerste motie heb ik aangegeven of de portefeuillehouder daarop kan reageren, wanneer de uitvoering wel volledig vindt. Maar de tweede geeft u woord aan dat die is uitgevoerd en vervolgens doet u daar geen conclusie bij? Hoe moet u dat interpreteren? Want het lijkt me wat lastig. Ja goed, dan moet u het verhaal volgen, want ik geef aan bij motie 2 hebben we ingediend dat er een lastenverlichting moet komen. Daarnaast is er een motie ten aanzien van de OZB ingediend. En daarvan geven we aan, wij zien daar toch een algehele lastenverlichting in voor 5 ton. Dus de 6 ton is net niet gehaald, maar grotendeels wel. Kunt u dan iets specifieker duiden wat u vraagt exact bij is of wat u precies bedoelt te zeggen? Want ik ben af en toe even de scherpte daar kwijt. Ik kan me voorstellen dat het voor de beantwoording helpt als u net even iets duidelijker bent. Nou, ik geef even aan, wij hebben bij de begroting een aantal opdrachten meegegeven ter invulling bij de kaderstelling. En ik wil even de opdrachten die we hebben gegeven, wil ik even beoordelen, dat doe ik nu, in hoeverre die zijn uitgevoerd. Dus dan is het aan het college, want zij vragen de kaders ter beoordeling of ze vinden dat ze die punten verder moeten invullen of niet. Ik hoop dat het nu iets duidelijker is. Ja. Dan het duurzaamheidsfonds. Nou, deze motie is grotendeels uitgevoerd. Dan hebben we nog een motie ingediend ten aanzien van het verlagen van de hondenbelasting. Deze is niet uitgevoerd en wij hopen daarop nog een toelichting te krijgen. Dan is er nog een amendement geweest over de ombudsfunctie. Nou, daar hebben we het laatst nog over gehad, dus daar zal ik verder niet bij stilstaan. Dan wil ik graag ook nog even teruggaan naar vorige week, voorzitter. Wij spraken over de algemene reserve. Het college denkt dat deze met de kaderstelling te kunnen aftoppen op 1,4 en een afgetopt risico voor het sociaal domein. Wij verwachten dat er eerst een benchmark komt en een quickscan van de accountant. En daarna gaan we verder in debat over een mogelijke bruidschat voor de nieuwe raad. Dan tenslotte de sporthal in Bergentheim. Het is net ook aan de orde geweest. En we zijn benieuwd wat de overwegingen zijn geweest van het college om niet de volledige vragen invulling te geven. En we zijn ook even benieuwd hoe het college kijkt naar de continuïteit als je het kijkt op organisatorisch vlak. Tot zover, dank u wel. Dank u wel, meneer Stelpstra. Meneer Boersma. Drie hele korte dingen. Allereerst, wij waren voornemens om bij de algemene beschouwing die hierna plaatsvindt de vraag te stellen aan de raad om een onderzoek te willen doen naar de mogelijkheden en de consequenties van een mogelijke ontvlechting van de WOH. Ik hoor net dat het CDA ook in het voorstel komt. Ik denk dat we elkaar daar wel in kunnen vinden. Dat we er dan op terugkomen. En twee andere dingetjes. Wij willen graag spreken de volgende keer over maatschappelijke initiatieven. Dat bedrag wat op te hogen van 50 naar 100.000 euro. En we willen graag vanuit de reservelijst plattelandsvernieuwing onder de aandacht brengen. Dus dan weet u vast waar wij op terugkomen bij de algemene beschouwing. Dank u wel voor het inzicht, meneer Boersma. Ik kijk verder of iemand bij de ChristenUnie nog het woord wil. Dat is niet het geval. Dan ga ik naar de heer Gelling van de VVD. Voorzitter, dank u wel. Prettig om maar te beginnen met de beantwoording van de vraag van de CDA ter zake de BOH en een aansluiting op wat meneer Boersma zei. Want waren niet wij het, voorzitter, die de vorige keer al zeiden tijdens de behandeling van de begroting van de BOH dat wat ons betreft een hele serieuze evaluatie mag plaatsvinden. En toen al aan meneer Beukeman aangegeven dat we ons even alle opties voorliggen om tot een oplossing te komen die convenierend is. Dat was vraag 1 van de CDA. Dan gaat er nog een vraagje over het basisinkomen. Nou, voorzitter, daar zijn wij natuurlijk tegen. Dat is duidelijk. Voorzitter, mag ik de heer Gelling vragen waarom eigenlijk? Zeker mag u dat. Maar daar interessante wil ik vraag. Daar wil ik u een hele lange verhandeling over houden. Maar ik zou u verwijzen naar een column die u ook eens geschreven heeft in de Toren. En ik ook. En daar hebben wij volgens mij precies uitgezet waarom wij tegen het basisinkomen zijn. Maar mocht u het interessant vinden, dan wil ik u daar best eens een keer over onderhouden. Maar het lijkt mij nu niet, voorzitter. We hebben de zaal al bijna leeg gespeeld. En als we de laatste mensen willen verliezen, dan moeten we hier nog even over doorgaan. Dus met uw instemming wilde ik maar doorgaan. Want er wachten ons namelijk veel belangrijke zaken, voorzitter. Dit waren nog maar de vragen van de CDA en de ChristenUnie. Niet dat die onbelangrijk waren, maar belangrijke zaken wachten ons. Want voorzitter, ik ga even heel snel door een aantal dingen heen, want uw plannen hier
die uitgewerkt zijn, zijn, zoals het past in het laatste jaar van deze coalitie, weinig ambitieus. En desalniettemin schiet u daarmee fors door de nulgrens heen. Ik ben het natuurlijk met meneer Zelstra van de ChristenUnie eens dat of u nou het structureel noemt of incidenteel, overigens, u noemt het structureel voordeliger in uw presentatie, dat vindt u kennelijk prettig. Maar opgeteld is het hartstikke negatief. Daar hoef je niet heel lang voor te rekenen, want uw reservepositie neemt in de komende 4 jaren wederom af. Nou, dat is één, daar zijn we natuurlijk ook niet voor, maar goed, de kaders staan daarin. Met uw ambities overigens, die onderschrijven wij wel, dat is hoofdzakelijk economische ontwikkelingen, dat is natuurlijk prima. En ik zal zo nog in de tweede termijn terugkomen wat zaken, want ik wilde me eigenlijk in de eerste hoofdzakelijk bezighouden met uw tweede zin van de brief die u hier gebruikt ter aanbieding van de kadernota. Waarin u namelijk voorstelt om de netto schuldquote, daar hebben we hem, en ik had erop gerekend dat meneer Zelstra er wel wat over zou vinden na zijn presentatie van onlangs. Maar u stelt namelijk voor, en het is maar één zinnetje, om daarbij de landelijke definitie te hanteren. En dat heb ik al vaker gehoord en dat is niet zo raar, maar ik neem u mee terug naar de reden waarom we de uitzonderingspositie hebben gemaakt, zijnde in die zin dat we de inkomsten en de uitgaven van het sociaal domein budgetneutraal zouden houden. Dat staat ook in de kadernota telkens weer terugkomend. Maar dat had ook tot gevolg dat we de inkomsten die uit het sociaal domein zouden komen niet zouden gebruiken ter bepaling van de schuldpositie. Immers, dat hele geld had u meer dan nodig. Het was een bezuinigingsoperatie van de overheid om de kosten in te voorzien. En het zou dus ridicuul zijn om dit als inkomstenbron mee te nemen ter bepaling van uw schuldpositie. En waarom zeg ik het zo stringent? Dit voorstel namelijk wat u doet, houdt niet in dat u ook dan de afgesproken norm verlaagt. En dat zou u wel moeten doen, want de norm was namelijk 130% met die budgetneutraliteit. Laat u die los en gaat u nu naar 97%, dan zou het mij in deze raad niet verbazen dat sommige mensen daar weer de ruimte in zouden zien om vorstelijke uitgaven te gaan doen. En dan kom ik even terug toch op de discussie die wij vorige week gevoerd hebben met mevrouw Ruiten van de Partij van de Arbeid. Die toen leek wat rare dingen zei, maar in deze context eigenlijk heel anders bezien moeten worden. Want wij zijn pertinent tegen het voorstel om de schuldquote-definitie te verlagen zonder dat u daarbij ook de norm verlaagt. Dat zou namelijk kunnen inhouden, en u ziet het is nu al negatief, hè, met de weinige ambities die u hier heeft, hebben we voor de komende 4 jaar al niet genoeg geld om de begrotingen sluitend te houden. U gaat weer in uw spaarpot, en ik blijf ook dat herhalen, wijst u mij aan waar die spaarpot zit, hè, wanneer zo leeg als maar kan. Ook voor het innemen van die spaarpot moet u namelijk weer geld lenen en daar komen we weer met de schuldquote uit. Nou, ik blijf het herhalen, net zolang tot meneer Zelstra dat ook meeneemt de volgende keer in zijn presentatie, dan hebben we dat helder. Dus voorzitter, heel klemmend toch een beroep. Zou u die definitie veranderen, dan is dat op zich geen probleem, maar dan moet u wat ons betreft absoluut ook de bovengrens van de schuldquote meenemen. En die zou dus nu wat ons betreft gelijk kunnen worden vastgesteld op die 97%. In de wetenschap dat de accountant ons laatst nog vertelde dat 90% ongeveer de norm is die je zou moeten willen hanteren. Dus daar wil ik graag toch een principieel punt van maken. Want de rest, daar komen we nog even op. Maar dit is er wel heel belangrijk. Dank u wel, meneer Gering. Sorry dat ik u in de reden wil vallen, maar ik zie daar een verduidelijkende vraag bij de heer Stelpstra. Die wil reageren, denk ik, op wat uitspraken die u doet. Dus het lijkt me goed om nu eerst even naar de heer Stelpstra te gaan. Dank u wel, voorzitter. Ik ben blij dat dit onderwerp aan bod komt. Het is inderdaad zo, ik had er nog wat meer over willen zeggen, maar door al mijn onderbrekingen heb ik toch een zinnetje overgeslagen. En dat gaat met name over die schuldquote. Ik sluit mij aan bij de heer Gelling. Als je kijkt naar de nieuwe definitie, dan zou je inderdaad ook de normen moeten verlagen. Wij zouden zelfs de ambitie willen uitspreken om naar het Nederlands gemiddelde te gaan. En die kan u terugvinden in een accountantsrapportage. En als we dan gaan zeggen, nou, de norm is 100%, dan lijkt ons dat een goed idee. Ik kijk even naar de heer Gering of hij nog wil reageren. Nou nee, dat is het eigenlijk. Ik denk dat ook de ambitie zou moeten zijn, want ik was ook verbaasd met meneer Stelpstra over uw invulling van de motieamendement. Wat was het om de schuldpositie te verlagen? U zegt dat hoeft niet meer, want die hebben we al verlaagd. Nou, dan rekent u met het resultaat van vorig jaar. Als u daarbij weer doorgaat met uw schuldpositie voor de komende jaren, dan is dat nog maar gezegd. Maar hoofdzakelijk toch echt wel het besef, ik ben heel blij dat meneer Stelpstra het ondersteunt, dat dat geen vrijbrief zou mogen zijn om die 30% in te gaan vullen. Want het is al aan de hoge kant, maar met name als u de andere dingen voor doet dan zorg verlenen, dan gaat u wel echt op een zeer hellend vlak.
En dan helpt er ook geen reserve aan van 5 miljoen, kan ik u vertellen. Mevrouw Luijten, ik kijk toch even naar u, want de heer Gelling refereert ook een aantal keren aan uitspraken die u gedaan heeft. Wellicht heeft u behoefte om nog te reageren? Nou, niet dan zeggen dat het mij deugd doet dat de heer Gelling sinds afgelopen week tot inkeer is gekomen, dat het toch niet zo heel erg raar bedacht was van onze fractie. Dank u wel. Prima, dank u wel. Voorzitter, mag ik even een verduidelijkende vraag stellen over de schuldpositie? Zeker, dat mag u. De fracties van de ChristenUnie en de VVD die trekken nu, laat ik het zomaar zeggen, wel een erg grote broek aan rondom die schuldpositie. Maar ik ben erg benieuwd wat ze straks gaan doen als hier van dit of een volgend college een voorstel komt om de stationsomgeving aan te pakken waar we allemaal achter staan. Waar we misschien wel 8 miljoen moeten investeren. 8 miljoen investeren, 8 miljoen geld te moeten halen om dat te financieren. Waardoor onze schuldquote zal toenemen. Houdt u dan die grote broek ook aan of zegt u van nee, dat moet doorgaan? Ik vind het een beetje goedkoop, deze verkiezingsretoriek zou ik bijna willen zeggen. Hou even hoor, meneer Vos, mag ik reageren? Want zegt meneer Dorn nu dat ik verkiezingsretoriek pretendeer te exporteren hier, terwijl hij hier een lans breekt voor het verbouwen van de stationsomgeving? Nou, volgens mij was u het vanavond de eerste die het overbergde. Maar de Dorn laat u Ik zou het zo willen zeggen, want nu blijkt al wat ik wil aangeven. Het wordt nu al duidelijk dat meneer Dorn de schuldpositie wil verlagen. Want inderdaad, in de huidige setting, met een schuldpositie zoals die nu ligt, kan er niet geïnvesteerd worden in de stationsomgeving. Daarmee voert u overigens alleen maar uw eigen collegeafspraken uit, meneer Dogge, en niets meer en niets minder. Nee, en daar sta ik ook voor. En ik ben dus erg benieuwd wat anderen ervan vinden van de afspraken die we hebben lopen voor langere termijn. Meneer Stelstra. Ja, voorzitter. Enige tijd geleden heb ik ooit eens het woord verkiezingsretoriek gebruikt. Dat heeft mij op zeer veel kritiek van de CDA-zijde opgeleverd. Dus het verbaast mij dat ik dit nu ter oren krijg. Kijk, en we kunnen allemaal situaties gaan bedenken als dan, maar dat lijkt me niet zo zinvol op hier te reageren. Maar ik zou de heer Dogge een vraag willen stellen. Hoe kijkt u tegen de schuldpositie aan? Vindt u 130% de norm of zou u daar naartoe willen groeien? Of zegt u, nou, ik vind 100 of misschien wel 80 of 90% een gezondere norm? Want het verbaast mij dat u zich elke keer stilhoudt in deze discussie, maar alleen maar eigenlijk ons aan het aanvallen bent op onze ambities om onze schuldenlast zo klein mogelijk te houden. En wij zien dat toch als gezond financieel beheer. Voorzitter, we hebben een coalitieakkoord. We hebben daarin afspraken staan over investeringen, ook grote investeringen. Daar staan wij voor. En als dat ertoe leidt dat de schuldpositie fluctueert, dan zij dat zo. Maar je hebt natuurlijk altijd je aandacht voor de totale omvang van je schulden, en die hebben wij ook. Alleen om daar met de millimeter meetlat naast te leggen van een percentage en bijna nog een percentage achter de komma, dan zeg ik van, dan ben je dus juist weer bezig om de cijfers voor het beleid te zetten, en dat willen we juist niet. Wij willen het beleid voorop en de cijfers volgen dan. En als dat leidt in enig jaar tot een hogere schuldpositie als wat misschien op dat moment landelijk het gemiddelde is, ja, dan zij dat maar zo, want we hebben ambities en die willen we uitvoeren. Voorzitter, mag daar reageren? Zeker, meneer Gelling. Voorzitter, meneer Dogge zou zich geroepen moeten voelen om ervoor te zorgen dat de plannen die hij graag wil uitvoeren binnen een sluitende begroting uitgevoerd zouden kunnen worden. Dat gebeurt nu al niet zonder alle grootste activiteiten die willen plaatsvinden. Dus op een gegeven moment houdt het gewoon op. En dan kun je wel denken, ach, wat kan er gebeuren? Hè? We verhogen de belastingen. Er zit nog heel klein beetje ruimte in de onroerende zaakbelasting. Die kunt u nog verhogen. Maar daar zit toch niet de ambitie in. U zou zich eens wat geroepen moeten voelen om ervoor te zorgen dat er daadwerkelijk eerst ruimte ontstaat in de begroting met een houdbare schuld. En het woord heb ik niet bedacht. Hè? Maar Griekenland ging failliet toen ze boven de 130% uitkwamen. En dat is een land. Hè? Die hebben daar nog steeds last van. En wij zijn een middelgrote gemeente hier in het oosten van het land. En dat is geen uitnodiging om uw opmerkingen te maken, zijn wij bankiers of niet. U hebt de zorgplicht naar de burgers hier om ervoor te zorgen dat in ieder geval uw huishouding op orde is. En dat doet u niet, want u kijkt nu al tegen een tekort aan, incidenteel structureel opgeteld voor de komende 4 jaren, wat structureel is. En dan kom ik terug, toch nog een keer bij de zorg die mevrouw Luijten hier de vorige keer uitte. En dat is dat niet uw primaire zorg is om stationsomgeving te bouwen, prima als het kan.
Maar ik vind met de Partij van de Arbeid het de primaire zorg van ons als gedecentraliseerde overheid om in ieder geval ervoor te zorgen dat we zorg verlenen. Dat dat als eerste naar voren komt. Dan hebben we nog wat andere zaken als onderwijs, huisvesting, belangrijke dingen. En blijft er dan nog wat over, dan mag u hele mooie dingen bouwen zoals u in het verleden heeft gedaan. Maar eerst prioriteiten stellen en u zou u willen uitdagen om daarvoor te zorgen. En niet om heel veel geld uit te geven en later met positieve projecties te komen die het allemaal weer rechtvaardigen. Voorzitter, als het goed vindt, toch een korte reactie. Ja, meneer Dogge. Het feit dat op dit moment op basis van deze kadernota het meerjaren financieel overzicht over die 4 jaar een negatief saldo laat zien, ja, dat klopt. Alleen, dan moet u ook de zin lezen die daaronder staat, die het college opschrijft. Dat structureel een meerjarenbegroting is sluitend en de reservepositie is meer als op orde. Klopt. Wij halen met die negatieve resultaten over 4 jaar incidenteel en structureel bij elkaar, halen wij een stukje uit onze algemene reserve. Daar halen we een dekking vandaan. Dat is ook heel logisch, want de algemene reserve is ook fors hoger als wat die geacht wordt te zijn om de risico's af te dekken. Dus de reserve is ook voor aanvullende investeringen. Daarvoor hebben wij dat geld om dat voor de gemeenschap te besteden. En dan zeggen wij van de eerste plaats gaan wij kijken naar een structurele meerjarenbegroting. En als wij incidenteel geld via de begroting laten lopen, maar dat uit onze algemene reserve halen, omdat wij het belangrijk vinden, bijvoorbeeld 2 miljoen investeren in onze centrumvisies, want die staan erin voor 2 miljoen, ja, dan vinden wij dat heel goed. Ook heel goed dat het geld incidenteel wordt opgenomen en ook heel goed dat het geld incidenteel uit de algemene reserve komt die meer dan voldoende omvang heeft. Voorzitter. Mag ik nog één opmerking maken? Ik wil eerst even de heer Gering, omdat het een reactie op elkaar is. Dus de heer Gering een reactie en dan de heer Stelpstra. Want we kunnen het eens zijn om het oneens te zijn over wat nou een voldoende reservepositie is. Maar wat in ieder geval duidelijk is, en u zou daar toch eens een leuke zondagmiddag aan moeten besteden, is dat u al jaren vindt dat uw reservepositie ruimschoots op orde is, maar hij verdwijnt als sneeuw voor de zon. En dan kunnen we het over hebben hoor, of het er 24 miljoen moet zijn of 26 miljoen. Maar 2 dingen zijn ervoor van belang. Hij neemt af en u moet lenen om hem vol te maken. U hebt namelijk nergens geld staan. Uw reserve is een boekhoudkundige reserve en komt u tekort moet u weer lenen. En daar is die schuldkoord voor bedoeld. Meneer Stelpstra. Ja goed voorzitter, ik wou even de opmerking maken dat het CDA vindt dat het weerstandsvermogen ruim voldoende is. Dat de ChristenUnie er anders aan kijkt, dus dat het een mening is. En niet een feit. Dank u wel. Volgens mij sluiten wij met die mening toch aardig aan bij wat het college vindt. Meneer Stelpstra. En waarschijnlijk ook andere partijen hier zie ik aan de overkant. Ja. Meneer Dogge, zou u via de voorzitter willen? Want u gaat deze vergadering al aan te keren niet via de voorzitter. Dus ik wil nu graag naar de heer Stelpstra. Dank u wel, voorzitter. Ja, het is denk ik wel overduidelijk dat het CDA meestal vindt wat het college vindt. Goed. Volgens mij is daarmee het debat gesloten. En dan ga ik geven aan de heer Gering of hij nog aanvullende punten heeft of dat voor de tweede termijn is. Ja, heb ik. Dan moet ik even zoeken, voorzitter. Die wil ik graag voor de tweede termijn houden. Oké, dan houdt u die maar vast voor de tweede termijn. Dan ga ik nu naar mevrouw Luiten toe. Het doet ons goed, voorzitter, om uitgerekend van de VVD nou eens een keer een verdediging van ons standpunt te horen. Want ook net als meneer Stelpstra waren wij een beetje teleurgesteld toen we de kadernota lazen. Wij hadden allerlei, tenminste als we begonnen met het collegeprogramma is uitgevoerd en we hebben nog een jaar te gaan. Toen dacht ik, nou dan hebben we ons collegeprogramma iets te makkelijk geformuleerd zou ik zeggen. Dus dat moeten we ons volgend jaar maar aantrekken. Want als je het zo makkelijk haalt, dan heb je het jezelf gewoon te makkelijk gemaakt. Vorige week was inderdaad hier jubelend persbericht. Hardenberg doet het fantastisch en houdt miljoenen over. En als je dan een kadernota leest en je denkt, nou gaan we al die dingen terugvinden die wij hier als raad het afgelopen jaar met z'n allen hebben besloten en besproken. Toen viel het me toch een beetje tegen dat er 5 ambities worden genoemd en die zijn allemaal economisch of financieel. Economie, woonlasten, dienstverlening, de centra en duurzaamheid, punt. Terwijl in onze beleving het hier onder andere is gegaan over armoede en schuldhulpverlening, minimabeleid, kinderarmoede, inclusie, maatschappelijke initiatieven, sociale huurwoningen, de fietsnelweg, ecologisch bermbeheer, om maar eens een klein dingetje te noemen, en biodiversiteit en voedsel. En daar vind ik niets van terug en als ik heel erg zoek, ver voorbij pagina 45, dan op een reservelijst.
En dat valt ons toch ontzettend tegen. Dus dat betekent dat u van ons, net als van de ChristenUnie, volgende keer hier wat voorstellen over tegemoet kunt zien. De vraag van de ChristenUnie, hoe wij erover denken om het maatschappelijke initiatievenfonds dan ook nog eens een keer te bekijken. Dat zal u niet verbazen dat we daar positief over zijn. En ik geef dan heel graag, voorzitter, als u het goed vindt, nog eventjes het woord aan mijn collega, die alvast een nog concreter voorstel zal aankondigen op het gebied van de voorliggende voorziening in de jeugdzorg. Dank u wel. Zeker, dank u wel, mevrouw Luijten. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Kloekhorst. Dank u wel, voorzitter. Nou, mevrouw Luijten zei het al, onze fractie mist de sociale ambities in de kadernota. In de nota wordt meerdere keren verwezen naar de uitvoering van de transformatieagenda. Die is vastgesteld in november 2016. Echter, de agenda is een beleidsnotitie. Er wordt een belofte gedaan voor verdere beleidsvorming op relevante sociale en maatschappelijke ontwikkelingen voor de komende jaren. In de notitie zelf wordt slechts een korte termijnplanning gegeven van een aantal maanden. En die termijn is volgens mij wel verstreken. De verdere beleidsvorming rondom de transformatieagenda, of in ieder geval de ambities en speerpunten voor 2018, zouden inmiddels bekend moeten zijn. Zoals het gewenste beleid rond beschermd wonen. Hoe staat het met een eventueel traject voor lokale inbedding hiervan? Welke beleidskeuzes wil de gemeente Hardenberg maken als het gaat om voorliggende voorzieningen die juist dat lokale karakter zouden moeten hebben en aansluiting bij de Hardenbergse situatie? De wijzigingen van de inkoop van jeugdhulp in 2018 zou juist meer mogelijkheden moeten bieden om jeugdhulp een lokaal karakter te geven. Echter zien wij hier geen nieuwe voorstellen voor beleid of lokale voorliggende voorzieningen. Ik ben daarom best blij met de verontschuldiging van de portefeuillehouder dat hij de beleidskeuzes voor bijvoorbeeld tiny housing, toekomstige en toekomstige woonurgenten is vergeten in de kadernotitie vast te leggen. De PvdA wil dit nieuwe beleid terugzien in de kadernota. En wij zullen dat amenderen over 2 weken. Graag zou ik hierop een eerste reactie van de portefeuillehouder willen hebben en ook van de overige raadsleden. Het sociale domein is een continu en dynamisch proces. Onze fractie kan zich voorstellen dat er inmiddels nieuwe inzichten zijn over het behalen van de beleidsvoornemens uit de agenda. Is er inmiddels een nieuwe planning of wellicht een prioritering bekend, zoals het inclusiebeleid, dat ook al genoemd is door de heer Brink? Het is een proces dat een decennia of langer zal beslaan. En er is op dit moment ruimte in de begroting voor investeren en inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen die ertoe kunnen leiden dat zorg meer preventief is en dichter bij de inwoners. Deze ruimte komt mede door de overschotten in het sociale domein. We vinden het daarom onbegrijpelijk dat de investering voor het preventieve jeugdbeleid op de reservelijst is komen te staan van de kadernota. Zou de wethouder hierop ook nog even willen reageren? Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Kloekhorst. Dan ga ik naar Opkoers en geef ik het woord aan de heer Botter. Dank u wel, voorzitter. Een paar korte vragen en opmerkingen. Een van de eerste vragen, voorzitter, heeft betrekking op de vraag die ook al door de ChristenUnie is gesteld ten aanzien van de hondenbelasting. In dit huis, in dit gremium, is vorig jaar een motie aangenomen met het doel om te komen tot een eerste aanzet tot afschaffing van de hondenbelasting. En wij vroegen ons af, en ik wil die vraag van de heer Zelstra iets meer preciezer maken. Is men het gewoon vergeten bij deze kadernota? Zien we hem straks weer terug bij de begroting? Dat zou kunnen. En het zou kunnen zijn dat het college zegt, nou, die motie die is destijds wel aangenomen, maar wij zien daar helemaal niks in. Mocht dat onverhoopt het geval zijn, dan zouden we dat ook graag weten. Voorzitter, een paar algemene opmerkingen. De coalitiegenoten die hebben veel vragen, opmerkingen, ook richting de eigen wethouders, richting wethouders niet van eigen huis. Het gevoel bekruipt ons, en als we over gevoelens praten, dan weet ik dat het lastig is, voorzitter. Het is altijd heel bijzonder, vlak voor die vergaderingen zijn er ongelooflijk veel opmerkingen. Dit moet gebeuren, dat moet gebeuren. En er worden zelfs al moties aangekondigd, er wordt al gereageerd, de wethouders moeten al reageren.
op moties, amendementen die straks ingevoerd in ieder geval voor het voetlicht zullen komen. Terwijl als het dan straks weer op stemmen aankomt, wij verdenken ervan, ja, die wethouders die zullen wel weer een fractievergadering eens bezoeken. Men gaat uiteindelijk wel weer door de pomp. En achteraf vraag je je af, ongelooflijk, wat zijn er een hoop vragen gesteld. Wat een lange vergadering over het algemeen. Ik ga afronden, voorzitter. Maar bij deze de oproep om in ieder geval zoveel mogelijk die vragen te willen comprimeren. En hou het bij de les. En ja, inderdaad, ons bekroop ook al het gevoel van, is die verkiezingscampagne nu begonnen? Je zou het haast denken, voorzitter. Maar van akte. Nou, meneer Potter, dank u voor uw opmerking. Maar ik voel me hier nu toch even als voorzitter aangesproken. Ik zie een aantal dingen gebeuren hier in ons midden, waar we volgens mij een goed debat en een goed gesprek met elkaar hebben. Dus, en daar valt u mij nu op aan. En dat heb ik gestimuleerd vanavond en dat heb ik laten gaan. En ik denk dat dat waardevol is geweest. Daarnaast maakt u een opmerking hoe eventuele fracties bij elkaar komen. Waarvan u terecht praat over gevoelens. Maar ik denk niet dat we dat hier met elkaar vanavond moeten uiten. En daarmee wil ik eigenlijk dit ook wel afdoen. Want ik vind dit eigenlijk niet iets wat we met elkaar hier in ons midden moeten behandelen. En wat ik... Nogmaals, het zijn gevoelens wat u zelf ook aangeeft. Dus ik vind het lastig om het hier nu te bespreken en wil daar ook eigenlijk geen verdere invulling aan geven. Voorzitter, sterker nog, het is een recht om daarmee te doen wat u daarmee wil doen. Prima, dan heb ik daar al dus het besluit op genomen. Meneer Boersma, ik heb daar zoals gezegd nu een besluit op genomen. Dus als het hierover gaat, dan wil ik u wel vragen om goed uw afweging te maken of de vraag nu nog gesteld moet worden. Maar is het dan ook een recht om van mij hierop te reageren? Het is u van nu zeker een recht om hierop te reageren. Nou, dat vraag ik dan nu, want u bent voorzitter. Ik ben een van die coalitiepartijen, ben ik voorzitter van een van die drie. En ik verbaas me zeer over uw woorden. We hebben een duaal stelsel, we hebben een kadernota gekregen, daar hebben we bekeken. En er zitten misschien wat dingen in die onze wethouder wat anders geeft. Maar daar hebben we geen overleg met hem over gehad, juist niet. Wij houden niet van die achterkamertje politiek die u suggereert. We zijn helemaal niet bezig met verkiezingen. We zijn bezig met de kaders vast te stellen die straks in de begrotingbehandeling in november, december terugkomen. Verbazingwekkend is dat wij, samen met het CDA, komen met iets over de BOH, waar we gewoon onderzoek naar willen doen, wat u altijd heeft lopen roepen en u reageert er niet eens op in deze vergadering. Wij hebben u met de hondenbelasting gesteund en wij komen daarop terug. Dus ik denk dat u uw woorden nog eens heel goed terug moet luisteren, want dit... Komt het niet te goede over een samenwerking die we hier in deze raad hebben, meneer? Is er nog behoefte om te reageren, meneer Botten? Prima, dan is dit wat mij betreft voldoende nu en ga ik naar D66. Mevrouw Hansen. Dank u wel. Het was eigenlijk meer dat ik even wilde reageren op de vraag van mevrouw Kloekhorst van de PvdA die ze aan ons gesteld heeft. Op de eerste plaats ben ik heel erg blij met haar inbreng betreffende de constatering dat... het sociaal domein er zeer bekarig aan toekomt in deze kadernota, terwijl het toch een van onze belangrijkste en grootste prioriteiten betreft. Wij zijn blij met de aankondiging dat er opgeroepen gaat worden om in elk geval een hoofdstuk uitgebreider toe te gaan voegen en wij zullen dat dan ook ondersteunen. En voor de rest neemt de heer Rodemond het woord over. Dank u wel. Meneer Rodemond. Met uw welbevinden. Voorzitter, dank u wel. Ik had een aantal opmerkingen opgeschreven in voorbereiding op deze vergadering. En de bondige samenvatting kwam van de buurman links van mij. Die stelde dat inderdaad voorlopig eerst de financiën van deze gemeente op orde moeten zijn. En dat we dan eens een keer moeten kijken, en nadrukkelijk moeten kijken ook, naar de prioritering van ons beleid. En dat hebben wij al enige jaren geroepen. En daarmee is ook een vraag beantwoord van een... tijd geleden van diezelfde buurman. Die vroeg van, wordt u nou eens concreet, meneer Rodemond? Bij deze probeer ik dat alvast een beetje te gaan doen. In de kaderstelling kom ik hier over 2 weken wel weer op terug. Maar in ieder geval gaat het wat ons betreft ook in de kaderstelling meer over de zorg, zoals mevrouw Hansen dat ook al stelde. Onderwijs, duurzaamheid, economische ontwikkeling en ergens aan het einde misschien de bouw van hier en daar een gebouw of de verbouwing van een gebied. Wat betreft die kadernota zoals die voor ons ligt, zien we wel een aantal punten naar voren komen, maar nog onvoldoende wat ons betreft uitgewerkt. En we hopen dat we dat ook in de nabije toekomst wat beter kunnen gaan doen. Bijvoorbeeld het faciliteren van de economie.
Dat gaat nu met name op verbinding en samenwerking. En wij zoeken juist ruimte, financiële ruimte ook, om te ondersteunen waar het gaat om vernieuwing en verduurzaming van die economie. En bijvoorbeeld ook te kijken naar hoe wij HBO-plussers aan deze gemeente kunnen blijven verbinden. Wat in onze ogen onvoldoende gebeurt. Wat betreft duurzaamheidsbeleid willen wij vooral gaan kijken of er mogelijkheden zijn om bedrijven en particulieren te verleiden om energie-neutraal te bouwen en te verbouwen door de inzet van mogelijk financiële middelen van deze gemeente. Maar nogmaals, dat is alleen maar zodra die financiën hier op orde zijn. Er is een aantal vragen gesteld door collega's. CDA vroeg naar de BOH en de wijze waarop we daar tegenaan kijken. Eens, we moeten eens een keer nadrukkelijk gaan kijken hoe dat nu is ingericht en of dat beter kan richting de eigen gemeente. Maar dat laat onverlet dat een bepaalde uitvoering van taken gemeentegrensoverschrijdend zou moeten gaan gebeuren. En dan moeten we vooral gaan kijken naar wat kan er in de eigen gemeente en wat moet er gedeeld worden onderling. En met wie dan ook samen. PvdA kwam ook met opmerking over nieuwe woonvormen. Ook daar zijn wij grote voorstander van. En dan heb ik volgens de ChristenUnie nog een opmerking zojuist horen maken over integraal huisvestingsplan voor het voortgezet onderwijs. En dat verbaasde mij. Nee, dat verbaasde mij niet, maar de uitbreiding van het Grijdanus verbaasde mij in die zin. En graag daar een reactie op. Kunnen wij de uitbreiding van het Grijdanus niet in het licht zien van een integraal huisvestingsplan voor het voortgezet onderwijs? En daar wilde ik het even bij laten. Dank u wel, meneer Hoordemond. Mevrouw Van Hoek. Dank u wel, voorzitter. Dankzij de discussie die er plaatsvond tussen CDA, ChristenUnie en VVD had ik bijna de moed in mijn schoenen zitten om überhaupt nog wat te willen zeggen over mijn mogelijke wensen binnen het kader nota. Maar dat neemt niet weg dat een gezond huishoudboekje ontzettend belangrijk is. En dat ik daar de wens en de gedachten van mijn beide buren fracties kan ondersteunen. En daarbij heb ik toch wel enigszins vraagtekens over het standpunt van het CDA. Dan moeten we niet eerst zorgen dat we wat hebben voordat we wat gaan uitgeven. We hebben de kadernota gelezen. En die vraag komt wel steeds bij ons terug. Is geld dan het antwoord voor al onze problemen, ongeacht in welk stuk van het beleidskader wij gaan bewegen, waar we wel en niet willen investeren? Of moeten wij, en dat roep ik sinds ik hier ben al een hele tijd, kijken hoe wij ons werk doen? Want als geld niet het antwoord is voor de problemen die wij hebben en de oplossingen die wij daarvoor zoeken, misschien moeten we dan eens creatiever gaan kijken met resources die we wel hebben. Namelijk kennis en ruimte en mogelijkheden en ontzettend veel de kracht van gewoon doen. Dat brengt dan gelijk de vraag met zich mee heen. Duurzaamheid, we hebben nu €500.000 staan dus nu, voor een aantal jaren. Hoe rekbaar is die dan als wij gaan participeren met inwoners, met initiatieven waarin we eventueel gelijkwaardig mee gaan investeren in een coöperatie? Komt dat dan daaruit? Of moet dat een additioneel budget voor beschikbaar worden gesteld? Die ambitie om duurzamer te worden zou je kunnen doortrekken naar alle terreinen, ook naar de zorg, waarin de kruisverbanden tussen zorgverlenen in transitie in het sociaal domein en transformatie niet terug kan vinden in relatie tot werk en inkomen en de wijze waarop wij daar onze voorzieningen op in de keten samenvatten. Ik heb het net ook al gezegd bij de bestuursrapportage. Het voelt als hap-snap. Stoppen we overal geld in, hopen dat het goed komt, of gaan we integraal op een andere manier werken? Dat geldt ook voor als het gaat over transformatiefonds voor detailhandel structuurvisie. Wij hebben dat bedacht met elkaar een belangrijk punt om te zorgen dat we compact en een goed en stevig ondernemersklimaat kunnen creëren. Maar hebben we daar niet voldoende voor opgetuigd om dat geld dan ook daadwerkelijk in te gaan zetten? Of zetten we het alleen maar neer op een wenslijstje? Dat geldt ook voor het omgevingsverhaal van het station. Meneer Gelling geeft het aan. Als je geen geld hebt, moet je het ook misschien niet willen uitgeven. Misschien moeten wij het eens anders gaan doen. In eerste vragen aan de inwoners wat zij wensen. En vervolgens te kijken wat er nodig is voordat wij met een kaderstelling komen en dan vragen om te schieten. Dat hebben wij, dat vinden wij jammer. Wij zien heel weinig inwoners in die stukken terug. Terwijl we daar wel ontzettend veel geld in willen pompen en tijd in willen steken om te horen wat onze inwoners wel of niet van ons wensen.
Dat brengt mij terug naar de 90.000 euro bestuursadvisering. Wethouder Janssen die gaf aan van ja, we zijn een beetje tekort. Misschien zouden we met wat meer wethouders kunnen. Maar volgens mij is die 90.000 euro ongeveer 1 FTE extra aan kosten. Als ik de bezoldiging van een 60.000 plus gemeente zie. Ik zou graag toch willen weten hoeveel ruimte daarvoor is. Wellicht misschien zelfs met een motie kom voor een onderzoek. Wat de kosten werkelijk zouden zijn als we een uitbreiding van 1 tot 1,5, 2 FTE zouden gaan van ons college. Wellicht hebben wij dan niet een bestuursadviseur nodig, maar kunnen we het zelf. Daarnaast ben ik blij met de opmerking van mevrouw Kloekhorst. Dat brengt ons terug naar onze motie van 10 januari 2017. Mevrouw Van Hoek, ik ben bijna klaar. U bent wel heel lang geworden, dus misschien kunt u een klein beetje sneller maken. Nou, meneer Bak, voorzitter, ik heb de vorige vergadering ook niet zoveel gezegd. Ik wil dit graag even afmaken met uw welbevinden. Motie van 10 januari 2017 over de jeugd, 18 tot 23 jaar, hebben we unaniem ingediend. Zou voor de kadernota een antwoord op komen over de eerste inventarisatie over niemand tussen wal en schip, hebben wij helaas nog niet mogen ontvangen. En wij zouden graag zien dat in wat mevrouw Kloekhorst net heeft aangegeven, dat die van ons met klem wordt meegenomen. Dat was het, dank u wel. Dank u wel, mevrouw Van Hoek. Meneer Van der Gampen, u heeft een vraag aan mevrouw Van Hoek, begrijp ik. Niet aan haar, maar ik wil even reageren op mevrouw Kloekhorst van de Partij van de Arbeid, die een vraag aan ook de andere fracties stelde, als u mij dat toestaat. U reageert wel ruidelijk laat, maar ik sta u dat u toe. Ja. Ik wil mevrouw Kloekhorst even wijzen op. U vindt dat de kadernota wat karig bedeeld is op het gebied van het sociaal domein. Even verwijzen naar de transformatieagenda die wij iets meer dan een half jaar geleden in het huis hebben vastgesteld, waar twee pagina's aan ambities en kaders staan genoemd. Dat is nou, lopend beleid, daar komen de uitvoering. Daar krijgen we voorstellen over aangereikt, dus dat zou ik graag willen afwachten. Maar ik ben van u dan wel benieuwd aan welke concrete thema's u dan zit te denken en wat uw dictum daarvoor dan is. Mevrouw Kloekhorst. Dank u wel, voorzitter. Nou, ik heb net in mijn betoog al gezegd, meneer Van der Grampel, dat het een notitie is, de agenda. En daar wordt een belofte gedaan aan deze raad dat daar voor de beleidsvorming dit weer terugkomt bij de raad. Nou zien wij in de kadernota geen nieuw beleid en geen nieuwe voorstellen. Dus dan kunnen wij daar als raad natuurlijk zelf ook iets voor aandragen. Nou, beide portefeuillehouders hebben in de vorige ronde bij de begroting al aangegeven dat er ontwikkelingen zijn, of in ieder geval een denkrichting is als het gaat om beschermd wonen, maar ook over woonurgenten en wellicht de verbindingen in domeinen die gezocht kunnen worden. En ik denk dat het amendement, waar wij de komende 2 weken ons over gaan buigen, die richting op gaat. Een denkrichting in te dienen, want daar gaat de kadernota op, dat wij richtinggevend zijn voor het beleid. Wil ik u toch wijzen op hetgeen in de transformatieagenda staat aan meer dan 10, 12 onderwerpen die naar ons als raad toekomen op het gebied wat u net bedoelt. Maar de transformatieagenda is voor meerdere jaren, meneer Van der Grampel. Het duurt wel een decennia voordat de transformatie rond is. En wij willen prioritering, wij willen ambities, wij willen speerpunten. En een van de dingen die heel belangrijk zal worden, en dat noemde de portefeuillehouder ook al, is 2020. Als het gaat om de huisvesting. En daar zouden wij eens wat meer in willen terugzien. Ik ben benieuwd naar uw voorstellen ter zake. Prima, dank u wel. Dan ga ik nu naar de portefeuillehouder. Ik denk eerst portefeuillehouder Janssen en daarna de anderen. Als er nog vragen overblijven. Ik kan u alvast verklappen dat die er nog wel overblijven. Ik pak er een aantal uit. De eerste even. We hebben een aparte kadernota neer willen leggen. De financiële uitgangspunten nog eens helder op rij gezet van dit waren de uitgangspunten die we hadden afgesproken. We kijken naar de toekomst met de kennis van tot 1 april, zeg maar, want dat was de eerste beerap. De kaders voor de begroting 2018, die gaan we nu neerzetten. En let op, de meicirculaire die komt nog, maar die is nu onderweg. En ik hoop dat we voor die tijd ook nog de septembercirculaire hebben. En dan hebben we ook nog de tweede beerap. En dan pas gaan we er ergens een klap op geven. We gaan nu proberen een richting te bepalen. En we hebben inderdaad, dat is het vierde punt, geprobeerd een aantal kaders die u ons meegegeven hebt in
deze kadernota te verwerken. En dan zijn er een aantal vragen. Wat wij inderdaad niet gedaan hebben, is nieuw voor oud op dit moment. Want er was ook een vraag van, had u nog niet naar nieuwe bezuinigingsronden kunnen gaan en daardoor nog wat extra geld kunnen doen? Het feit dat we dat niet gedaan hebben, heeft onder andere te maken met het feit dat we net de laatste restjes opruimen van een hele grote bezuiniging van 12 miljoen, die er behoorlijk ingehaakt heeft. En kijk alleen even naar het hoeveelheid personeel wat verminderd is, om maar even in eigen huis te kijken. Dat is één. En dan heb je die net, ben met de laatste restjes aan het opruimen, en dan trekt de economie aan en dan vraagt die samenleving van ons, want we zijn onderdeel van die samenleving, om weer dingen te doen. Ja, dan moet je even kijken van, ga je dan nu nog verder bezuinigen of moet je toch ook weer een beetje meevieren? Nou, dat heeft ertoe geleid dat wij niet de vrijmoedigheid hadden om nu opnieuw op dit moment een bezuiniging aan onze organisatie op te leggen. Ik weet niet hoe u erin zit, maar ook daar zou u kaders over kunnen nemen. Maar wij hadden die niet. Nee, misschien een kleine verduidelijking. Ik heb niet zozeer gedacht in het kader van de bezuiniging. Maar misschien dat u heeft nog gekeken in bestaand beleid van of dat allemaal gestand moet blijven. Maar ik begrijp dat u daar eigenlijk nog niet naar gekeken heeft. Nee, dat is groot. Ja, we hebben wel gekeken, maar we hebben niet even iets op de plank leggen. Zeggen, nou, gooi dat of dat maar uit. Want ook dat is grotendeels iets in kaders die wij nauwlettend met u hebben afgesproken. En daar ga je niet zomaar in grasduinen op dit moment. Dat doe je op het moment dat je zegt van, jongens, er komt een grote donderwolk op ons af. En we moeten, of we het leuk vinden of niet, maar we moeten de riem nog verder aanhalen. U hebt redelijk veel gedaan. U hebt wel iets aan lastenverlichting gedaan, maar u hebt het niet gedaan via het middel van de OZB. Klopt. En u hebt het ook niet gedaan via het middel van de hondenbelasting, want die zijn we ook heus niet vergeten. Wij zaten alleen met een akelige dilemma. Kijk maar naar een miljardenperspectief. Als je aan je OZB komt, dan zit je direct aan je structurele miljardenperspectief. En als je nou kijkt naar het vierjarenperspectief, dan heb je daar op dit moment even gewoon geen ruimte voor. En als je dat wel wil doen, dan moet je dus andere taken, structurele taken, gewoon stoppen. En als je even grofweg een burger met een woning van 2 ton een tientje wil geven, dan ga je al behoorlijk naar de richting van 500.000 structureel. Dus dat is niet even vestzak broekzak, maar het is wel heel veel geld. En wij hebben die voor komend jaar kunnen vinden, dat bijna 500.000 in de afval en in de riool. Riool is een gesloten systeem waarbij wij aangegeven hebben, wij gaan nog, dat had niet helemaal hoeven, maar dat willen we wel voor de begroting naar een nieuw vierjarenperspectief. En wij hebben expres op verzoek van het college en op verzoek van deze wethouder hebben we al als afdeling gekeken naar, kunnen we daar met de kennis van nu, iets anders dan de kennis van 4 jaar geleden en van 8 jaar geleden, kunnen we daar iets doen. En wij zien door onze oogharen heen, ja, daar kunnen we iets doen. En daar durven we een tientje uit te trekken, durven we nu al aan te kondigen. En die willen we bij de begroting ook bestendigen. En dan kunnen we ook precies zien of het nou 10 euro is of 9 euro of 11 euro of 12 euro of 13 euro. Dat zien we dan wel even. Maar die toezegging hebben we u gedaan. Die laat het precies zien. Dan hoeven we niet aan ons structureel miljardenperspectief te komen, maar kunnen we wel iets doen voor lastenverlichting die bij al onze burgers, bij al onze huishoudens terecht gaat komen. En datzelfde geldt voor de hondenbelasting. We kunnen hem wel eruit gooien, maar dan moet ik 3 ton vinden of 3,5 ton. Zo simpel is hij. En die kan ik op dit moment niet vinden. En die kan het college op dit moment niet vinden. En dat is de reden dat we die dus nu eerst even hebben laten liggen. Dan ga ik naar, even heel kort, de democratie hoort te zijn voor iedereen. En inderdaad, dat spreekgestoelte hebt u aangegeven. Wij gaan daarnaar kijken. De inclusie is algemeen, dat laat ik aan collega van de Vent over. Ik ga naar de heer Stelstra. En die, dan raken we ook de discussie met de heer Gelling. Gaan wij nu van de drup in de regen? Ik vind dat, nee, dat is niet zo erg interessant wat ik vind. Het college vindt dat we onszelf ook niet regen aan moeten praten.
Wat hebben we de afgelopen tijd gedaan? We hebben onze hele begroting gereorganiseerd. Met z'n allen in het kader van die bezuiniging. En we hebben heel veel voorzieningen opgeruimd. En we hebben gezegd, een paar die we wettelijk moeten houden, die houden we. Riolering houden we, afval houden we. We hebben nog eentje voor gebouwen, onderhoud enzovoort. En de rest stoppen we in de grote algemene reserve. En we hebben gezegd, en die moeten we op orde brengen. En die hebben we de afgelopen tijd op orde gebracht, want die is gegroeid. En we hebben toen gezegd, ja, maar we willen wel even een paar goede kaders hebben waar binnen niet moet staan. Niet zomaar even, ah, dit zal wel genoeg wezen. We hebben dat verhaal van 1,4 met een invulling erin van wat zijn onze risico's en waar zit je ze op. We laten u meerekenen of we daar reëel in zijn geweest. En we hebben net met elkaar afgesproken dat we die nog een keer even, dat we die nog een keer weer wat beter tegen het licht gaan houden. Meneer Stelpstra. Ja, dank u wel. Ik denk niet dat we deze discussie over hoeven te doen ten aanzien van het weerstandsvermogen. Kijk, ik gaf aan hè, van de drup in de regen. Maar wat ik daarmee bedoelde, is dat het financieel perspectief is verslechterd. En nee. Niet. U nee. Zit, als u naar het begrotingssaldo ja, kijkt... Mag, van ik, mag ik dan keer, even mijn verhaal? Want nou gaan we... Dat was nee, want ja... Ik begrijp dat u een prachtig verhaal wilt houden over de financiële positie hè, van de gemeente, over herstructurering. Nou, waarvoor ja, wij ook u dankbaar zijn, het college dankbaar zijn dat dat is gerealiseerd. Maar ik heb willen aangeven, als ik SEC kijk naar het financiële resultaat, dan is die verslechterd. En als u zegt van dat is niet zo, ja, dan weet ik niet hoe we naar de getallen moeten. Nee, nou, ik ga toch even door. Wij hebben onze algemene reserve op orde gebracht en die groeit. Die is gegroeid. Die is gegroeid naar 31,1. En we hebben nu gezegd, van daarmee is die een stuk groter inmiddels dan wij zeggen dat we hem als algemene reserve moeten hebben, waar we met elkaar hebben afgesproken, dit is de marge waarbinnen. En als je daar ietsje boven zit, kan je twee dingen doen. Je kan zeggen, ik wil benaderen inzien toch een grotere algemene reserve hebben, maar dan daag ik u uit om de kaders over de algemene reserve aan te passen. Je kunt zeggen, u mag er niet mee ondernemen en u moet het alleen maar in de lastenverlichting stoppen. Maar dan daag ik u uit om te zeggen, met z'n allen, en de VVD ook om te zeggen, mag alleen maar in schuldverlaging te gaan zitten. Of je zegt, daarmee waar je vroeger al die voorzieningen had, heb je toch ook weer een stuk spaarpot gecreëerd. En daar kun je een aantal dingen mee doen. En dan geef ik u toe, dat doen wij dus op dit moment. Want als je in 4 jaren perspectief kijkt, gaat die van 31,1 naar 28,5. Meneer Gelling, volgens mij loopt hij terug. Heeft u een vraag hierover of een opmerking? Nou, wat mij wat verbaast is uw voortdurende opmerking dat de reservepositie de afgelopen jaren gestegen is. Want ik heb u al een paar keer verteld. Nee, zei de algemene reserve. Ja, de algemene reserve, dat is de reservepositie. Ik heb al een paar keer aangegeven dat u de afgelopen 4 jaren iets van 36 miljoen uit uw reserves hebt gehaald. De enige groei die u gehad heeft, is dat u alle bestemmingsreserves op een hoop gegooid hebt. Dat was het overzicht wat vorig jaar bij de jaarrekening staat. Alle bestemmingsreserves heeft u geliquideerd. En die heeft u allemaal overgegeven naar de algemene reserve. En verder heeft u in ieder geval, zolang ik kan terugkijken, in afgelopen 6 jaar alleen maar uit de reserveposities geput. Uw spaarpot. Nee, maar nou houden we toch weer oud en nieuw door elkaar. We hebben die hele reorganisatie in het kader van de bezuiniging en van de Grex en weet ik wat allemaal gehad. En zegt, zo gaan we het in het vervolg doen. En welke reservepositie moet je dan hebben? Toen hebben wij gezegd, deze moet je hebben. En wij zeggen dus nu eigenlijk, nou, maar wij gaan hem niet helemaal leeg houden tot die 1,4. Wij willen in ieder geval ergens bij die 28 blijven zitten. En we gaan niet naar die 25,5. Dus nog wat extra voorzichtig. Dan kan je zeggen, u had uw algemene reserve hoog moeten hebben, want u heeft verkeerde uitgangspunten. Dat hoor ik dan graag van u. Je kan zeggen, eerste prioriteit is niet na crisisjaren toch weer een aantal dingen oppakken, maar extra bezuinigen of de schulden naar beneden doen. Dat kan, maar dan wil ik hem van de raad horen. Wij hebben altijd, en dat is consistent beleid geweest, gezegd reservepositie op orde, niet op een minimum gaan zitten van 1,0. Wees een beetje voorzichtig, behoedzaam opereren. En inmiddels is die reserve, die was niet boven de 1,4. Die is nu wel boven de 1,4 en daar kun je een paar dingen mee doen. En als u vindt dat we daar te veel mee doen of de verkeerde dingen mee doen,
Dat is aan u. Ik zie ook de discussie die de Partij van Arbeid lost. Dat kan. Ja, meneer Jans, ik denk dat u even een heel helder punt gemaakt hebt. Maar ik misschien toch even goed om nu naar de Raad te kijken om daar ook op te reageren. Want u legt hem ook heel nadrukkelijk in het midden neer. Dus misschien moet dat toch even kort reageren. Mag ik nog één ding doen? Dan pak ik gelijk dat. Want dan kunnen we de discussie even verbreden. Dat vind ik prima. Maar anders dan krijgen we hem. Meneer Gerder, die zit heel erg op die schuldquote. Dat kan. Maar ik wil u eraan herinneren dat het onze accountant was die zei: verkijk je nou niet op die schuldquote. Dat is maar één van de dingen. Wij hebben hier een scherpe neergezet, maar niet boven de 130. Hij gaat naar beneden. Hij is naar beneden. Afgelopen jaar schuld 12 miljoen, jaarrekening 12 miljoen eraf. De schuldquote daalt. Wij hebben vorig jaar al tegen elkaar gezegd, hier in deze raad, ik niet, maar deze raad, wij willen, nu er een nieuw normenkader is, de PLA, willen wij nou ook die nieuwe normenkader pakken, want anders dan houden we iedere keer misverstand. Als u nu zegt, wij willen nog graag een jaartje de oude hebben, wij willen met alle plezier de oude nog een keer uitrekenen, maar wij voeren uit wat u vorig jaar tegen ons gezegd hebt. Niet meer en niet minder. En dan kunt u nu tegen mij zeggen van, ja, maar dat doet u verkeerd, maar het is uw opdracht als raad geweest, die voeren wij nu uit. En, dus, en de tweede, er is een heel setje van maatregelen. Dat was ook het verhaal van de accountant. Kijk nou even of je je schulden kan betalen naar de toekomst, ja of nee. Kijk even hoe het met je solvabiliteit is. Kijk even hoe het met je grondpositie is. Kijk even hoe het met je algemene reserve is. En kijk ook even hoe het met je schuldquote is. In dat setje durf ik te zeggen dat wij nu een redelijk gezond financieel beleid hebben. Zitten we op rozen? Nee. Kan het weer gaan onweren? Kunnen we er last van krijgen? Ja. Maar denk nu maar toch kijk, even goed op het punt alsjeblieft, zetten. Kijk, alsjeblieft even ietsje breder dan de schuldquote. En dan herhaal ik eigenlijk de hartekreet van onze accountant. Goed. We willen hem terug in het midden leggen om hier discussie over te voeren. Na de aanvullende toelichting en het onderwerp de schuldquote erbij. Ik kijk naar de heer Geiling, want die stak al zijn vinger op om daarop te reageren. Ja, voorzitter. Wat mij is zo verbaasd is dat u inderdaad uit het verhaal van de accountant een opmerking pakt. Zijnde, de schuldquote is maar één van de parameters. Dat klopt. Maar als u ze allemaal naast elkaar legt, dan komt u nergens beter uit dan gemiddeld. Dat is in ieder geval een feit. Hè. Je kunt er gewoon het dashboard bij pakken van de accountantscontrole. Maar wat belangrijker is, is dat inderdaad de schuldquote maar een gegeven is. Maar als u voor de komende 4 jaar al opgeteld weer verlies gaat maken, is het dan een belangrijk gegeven. En daar komt bij, en dat vind ik een principieel punt, we hebben het hier bij de vorming van uw coalitie over gehad, en staat in uw coalitieakkoord, dat juist die extra inkomsten die er nu voor zorgen dat u dus teruggaat naar een schuldquote die kennelijk bij sommige mensen hier het te fijn is om naar te kijken om uit te geven, dat die ruimte die daarin zit, die had u al besteed, want dat was de ruimte die u moest uitgeven in het sociaal domein. En sterker nog, daarvan was de opdracht dat u minder geld kreeg dan dat u naar verwachting nodig zou hebben. Nou, dat hebt u goed gedaan, of dat winst is, daar hebben we het vorige keer over gehad. Maar ik herhaal wat u vorige week zei, daar komen nog heel veel dingen aan waar we nog absoluut niet van weten wat het is. En het enige wat ik wil meegeven aan deze raad is dat als u dus die ruimte weer gaat zien als ruimte om te investeren, dan is het in ieder geval in dit kadige perspectief, de kadernota zoals u nu ligt, in ieder geval al onvoldoende om de kosten mee te dekken. En dat is een hele andere parameter dan het is maar een factor. Want daar heeft de accountant gelijk in. Maar het is in deze gemeente met dit financiële beleid wel een verdraaid belangrijke factor. Ja, en dan zeg ik. Voorzitter, mag ik de heer Geiling daar een vraag over stellen? Want ik hoor toch de hele avond eigenlijk wel terugkomen op dit punt. Dat is blijkbaar belangrijk voor de VVD. Maar als het dan zo belangrijk is voor de fractie van de VVD, zeg ik via de voorzitter, betekent dat het ook dat u gaat strepen in het nieuwe beleid wat in de kadernota is opgenomen? Ja, die vraag is net zo overbodig als de vraag van uw buurman net. Alles waarvoor u geld moet gaan lenen en uw spaarpot, ik heb het al een paar keer verteld, die is leeg, dus u moet geld lenen om daar dingen uit te halen, houdt het dus in dat u over mijn definitie van de schuldquote heen gaat. Dat was zo toen meneer Dogger het had over zijn investering, dat geldt ook voor uw investering. U kunt me nog een paar keer vragen, maar de fractie van de VVD houdt aan een houdbare schuld. Wat u ook wil doen. Ja, voorzitter. De heer Gelling mag de vragen die uit deze hoek komen betitelen zoals hij zelf wil, volledig voor zijn rekening. Maar ik heb er wel graag een antwoord op. En als u vindt dat er dus te veel geïnvesteerd wordt, dan vraag ik aan u om ook met een lijstje te komen van investeringen die u gaat schrappen uit deze kadernota.
Voorzitter, binnen het kader zoals het nu ligt, is het zo dat de schuldpositie houdbaar is binnen de kadernota zoals die hier ligt. De schuldpositie zit op 97%, wat correleert met 127 in het vorige schema. Dat mag ook 124 zijn, dat varieert een beetje. Dat is minder. Dat is minder. Ik ga even met u terug, want ook bij dezelfde coalitiebespreking waar u dit zelf heeft afgesproken, hebben wij toen al aangegeven dat wij in ieder geval geen lijstje met allerhande investeringen gaan maken, zolang u in dit perspectief zit. En dat vond ik 3 jaar geleden en ik ben niet eens coalitiepartner. Ik heb notabene niet eens getekend voor de afspraken die u gemaakt heeft. U doet het wel en u treedt ze hier met alle voeten. Ja, voorzitter, wederom geen antwoord vanuit de hoek van de VVD, maar... Ik zal het nog duidelijker zeggen dan. Als er geen geld is om investeringen te doen, zullen er geen investeringen gedaan worden. Voorzitter, ik dacht dat ik het woord had, maar... Gaat u verder, meneer Breukeman. Ik hoor een opmerking die u misschien mee kunt nemen in de beantwoording van uw vraag of formulering richting Hergeling. Wellicht, maar ik wou eerst de vraag afmaken. Want volgens mijn berekening, ook volgens de norm van de heer Gelling, zitten we nu nog steeds onder die 130. En als hem dat niet bevalt, dan zal ik hem toch sterk willen adviseren om een aantal ambities weg te strepen. Ja, voorzitter, ik wil het nog een keer herhalen, maar ik weet niet of naast meneer Breukeman er nog meer mensen zijn die daar behoefte aan hebben. Het is zo dat binnen het huidige kader, voor zover duidelijk, de schuldquote stond, hè, volgens de definitie zoals door u afgesproken in uw coalitieakkoord, onder de 130% zou blijven. U stelt nu voor, hier, kennelijk is dat vorig jaar ergens spannend, dat is mij ontschoten, om ervoor te gaan zorgen dat de landelijke norm geldt. Dat houdt dus in dat de inkomsten in het sociaal domein meegenomen worden in de bepaling van de schuldquote. Dan gaat hij dus naar 97%. En als u daarmee de vraag stelt, en ik kan hem niet nog voor de derde keer halen, ik zal hem anders proberen te beantwoorden. Als u daarmee de vraag stelt of de fractie van de VVD, die door u ineens door de definitie te veranderen ruimte in de schuldpositie zou willen gebruiken voor het doen van allerlei investeringen, is het antwoord absoluut nee. En ik weet niet of ik het in 3 talen moet vertellen, maar het lijkt mij met 3 keer in ieder geval voldoende, meneer de voorzitter. Maar voorzitter, als ik dan nog een slotvraag zou hebben. Volgens mij is de heer Gelling duidelijk geweest, dus als u weer dezelfde vraag gaat stellen, nee, dan kan het niet gesteld worden. Als u een andere vraag wil stellen, dan is daar ruimte voor. Want volgens mij begrijp ik hem niet goed. Want ik vraag me dan af, volgens de berekening die u voorstond, die dus in het begin in het coalitieakkoord stond, zouden wij daar niet onder de 130 blijven? Met de kader die dat nu voor ligt. Volgens mij wel. Ja, nou, ik zal het de 4e keer doen, voorzitter. Alles, alle investeringen... Nee, als u hetzelfde antwoord gegeven, alle investeringen, voorzitter, alles wat blijft onder de oorspronkelijke door meneer Beukerman zelf afgesproken afspraak van 130% is wat ons betreft volstrekt bespreekbaar. Maar daarboven niet. Ook niet als u de definitie verandert. Voldoende helder antwoord, meneer Beukerman. Prima. Dan ga ik aan mevrouw Luijten, want volgens mij wel... Inmiddels is die vraag ook weg. Meneer Stelpstra. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wou nog even reageren op de bijdrage van de wethouder. Ik denk dat ik iets verkeerd heb gepresenteerd. Want het is niet zo dat wij die hele kadernoten waardeloos vinden of iets dergelijks. Maar ik heb willen aangeven, sec als we naar het financieel eindresultaat kijken, dan is dat slechter geworden. Nou, en daar wouden we even de vinger bij leggen. En nou ja, we krijgen een heel verhaal over het weerstandsvermogen en over de kaders. Ja, volgens mij hebben we die discussie ook al gevoerd. Dus ik trek het mij in die zin zelf aan dat ik dit zo heb opgeworpen. Maar goed, we wouden daar alleen even de vinger bij leggen. Het is denk ik voorzitter, niet zo relevant. Mag ik dan de heer Stelpstra vraag stellen? Nou, ik zou nog misschien... Wacht, maar ik wil graag de heer Stelpstra even zijn verhaal af laten maken. Want volgens mij heeft hij nog een aantal dingen meer. En dan bijvoorbeeld de schuldquote. Hè, daar is ook een hele discussie over ontstaan hier in de Raad. Ik heb aangegeven, nou, wij zouden het mooi vinden als die norm naar 100% gaan. Maar een norm, dat is niet wat ons betreft een wetmatigheid. Van hey, daar moeten we per se op zitten. Nee, wij zouden zelfs verder willen gaan. Wij zouden willen zeggen, hey, onze ambitie is het gemiddelde. En probeer nou die 100% als bovennorm te gebruiken. Maar er kunnen altijd dingen gebeuren waardoor we over de norm moeten gaan. En dus dat is voor ons niet een vaststaand feit. Nou, ik hoop dat ik hiermee de vraag van het CDA heb beantwoord en dat we deze discussie met elkaar kunnen afsluiten. Dank u wel. Dank u wel, meneer Stelpstra. Ik kijk naar de heer Dogge of er nog behoefte is om een vraag te stellen. Ja, ik heb een andere vraag voor hem. Ik vraag me af, en dat vraag ik dan via de voorzitter aan de heer Stelpstra, hoe het in zijn beleving kan dat als je ambities gaat verwoorden in een kadernota en die ambities kosten geld, dan is dat logisch dat je eerste perspectief, financieel perspectief wat je hebt, je begroting, dat die slechter wordt.
Dat kan gewoon niet anders. Maar dan vraag ik mij af, als dan de heer Stelpstra spreekt van een financieel slechter beeld, wat hij blijkbaar niet wil, of hij dan nu ook met voorstellen komt om dat financiële slechtere beeld te corrigeren, want hij wil het blijkbaar niet. Gaat hij dan strepen in die kadernota? Of staat hij wel achter die ambities? Ik begrijp hem niet meer, hoor. Dank u wel, meneer Dogge. Dan ga ik voor de laatste keer nu naar de heer Stelpstra en dan wil ik eigenlijk weer terug naar de beantwoording van de portefeuille houden. Meneer Stelpstra. Voorzitter, vindt u het nodig dat ik deze vraag beantwoord of was ik net niet duidelijk? Ik heb eigenlijk een vraag aan de voorzitter. Ik het even afgeleid door mevrouw Luijten die wij zijn. Maar wilt u de vraag herhalen? Ik ben benieuwd of ik deze vraag nou echt moet beantwoorden. Omdat ik net al volgens mij een hele duidelijke toelichting heb gegeven over hoe wij erin staan. Dus. Voorzitter, voor mij was die niet duidelijk, dus ik hoor hem nog graag een keer. Okay, ja. Nou goed, u hoort van de heer Dogge dat hij niet duidelijk is. Ik vind wel dat we hier met elkaar nu een beetje in herhaling vallen. Want het zijn dezelfde type vragen die ook aan de heer Gelling gesteld zijn. Die is daar volgens mij klip en klaar in geweest. Als dat uw antwoord is, meneer Stelpstra, zal ik u helpen. Dan hoeft u niet te beantwoorden. Dan is volgens mij duidelijk wat hier gezegd moet worden. Maar als u een aanvulling daarop heeft, dan is het woord nu even aan u. Nou ja, kijk, ik vind überhaupt heel jammer dat deze discussie zo uitvoerig wordt. Maar wij hebben aangegeven dat we SEC, als we naar de financiële cijfers kijken, dat er een verslechting optreedt. Maar als we inhoudelijk naar de kadernota kijken, vinden wij dat goede voorstellen. We hebben een aantal dingen genoemd waarvan we zeggen, hey, dat zouden wij erbij willen doen. En daarbij realiseren we ons ook dat het resultaat wellicht nog slechter wordt. Maar wij willen even de vinger erbij leggen dat we zien dat het slechter wordt. Nou, en dat was het enigste. Dus Volgens mij heeft u uw punt wederom duidelijk gemaakt. Ik ga nu naar de portefeuillehouder toe om verder te gaan met de beantwoording van de overige vragen. Ik ben blij met het verduidelijking van het standpunt van de heer Stelpstra op dit punt. En de discussie werd breder omdat ik gelijk de vragen van de VVD erbij pakte. Even nog voor ons. Dit is een kadernota en wij proberen kaders te geven en binnen die kaders een invulling. En wij hebben gezegd, wij doen dat vanuit een aantal financiële uitgangspunten die we samen hebben afgesproken en die wij opgeschreven hebben helemaal aan het begin van de notitie. Kijk, dit waren de uitgangspunten. Daar staat, u mag structureel niet in de rode cijfers komen. En daar houden we ons aan. Daar staat, u moet uw algemene reserve op orde hebben. Daar houden we ons aan. We zitten daar een stukje boven en dan krijg je de discussie van, wat ga je dan doen? Nou, daar kun je van mening over verschillen. Het college stelt voor om het te doen zoals wij het in de kadernota hebben gezet. En dan zeggen we nog een keer, dat doen we nog een keer heel behoedzaam. En er blijft nog heel veel op de reservelijst liggen. Die hebben we u trouwens ook nu laten zien, van wat zit daar dan allemaal nog. Dat is ook alweer nieuw. En dan denken we dat we toch redelijk behoedzaam met elkaar bezig blijven. Nou, dat wilde ik er nog van zeggen. En dan stop ik daar even nu mee, tenzij u nog vragen hebt. Binnenstedelijk, ja, we hebben nu u gevraagd om bedrag neer te zetten. Dat hebben we incidenteel neergezet. Natuurlijk komen de kaders over de uitvoering bij. En u weet dat er en in het Delersvaartse en in het Harderwesse al allerlei plannen worden gemaakt om dingen te doen. Nou, daar zullen we dan nog op moeten reageren. Maar dat zal de vakwethouder dan doen, zeker u de burgemeester. Het verhaal van de Partij van de Arbeid is van, wij willen meer dingen in het maatschappelijk domein en wij zullen met voorstellen komen. Nou, die voorstellen wacht ik met belangstelling af. Ik constateer dat we over 14 dagen, 3 weken ook nog een brainstorm hier hebben over het maatschappelijk domein, waar ook het jeugdbeleid in zit. Dat is ruim voor de begroting, dus we krijgen nog wel ruimte om te reageren. Ik heb wel een behoorlijke, en heb ik geprobeerd de vorige keer ook te zeggen, een behoorlijke sociale ambitie. En er gaan op dit moment ook nog allerlei pilots. En ja, dat moet ook even uitwerken om te kijken van wat moet je daar nu structureel nu verder doen en hoe moet dat gaan. Dus ik heb zoiets van, laat die maar mooi nog even gaan. Beschermd wonen staat op de agenda, zowel in de regio als, zei collega Douwe Prinsen net, hier in Hardenberg. Wijzigingen jeugdbeleid, lokaal karakter. Ik wilde nu niet te veel. Ik wilde graag eind juni doen, dus nog ruim voor de begroting. Maar er lopen wel een heel aantal dingen waarvan ik denk van, nou, laten we nou even kijken hoe dat loopt en moeten we daar ingrijpen? Moet er extra geld bij? Geeft dat goede accenten? Gaan we voldoende naar de preventie?
Dus ik denk alleen maar de pilots over, zonder ze nu uit te leggen, GGZ, huisartsen, ADHD'ers, 18-min, 18-plus, met de JGZ en de scholen, daar lopen echt een heel aantal dingen. Ik heb nog één liggen. Ter verduidelijking. Kunnen we daar nog een overzicht van krijgen? Van alle pilots? Jawel. Een aantal onderwerpen die u noemt staan namelijk op de reservelijst voor de kadernota. Daar heb ik ook. Ja, maar ondertussen lopen de pilots wel. En het punt is van, en wat gaat daar uitkomen en hoeveel extra geld moet daar dan komen? En is er dan extra geld nodig of kan het met bestaand geld? Dat weet ik dus gewoon nu nog niet. Daar is nog net wat te vroeg voor. Net zo goed als wij hebben een bepaald kader afgesproken met de JGZ om onze oren en ogen op de scholen te zijn. Loopt die nu goed? Ik ben nu aan het evalueren van hoe gaat dat nu? Het is mij nu net nog te vroeg om te zeggen, ja, ik heb extra geld nodig, ik wil dit doen. Ik weet dat nog niet. Kunnen we dan in ieder geval even een overzicht krijgen van de pilots die lopen? Ik zie al iemand schudden achter u, schuin achter u. Dat gaat u krijgen. Mooi. Ja, nee ik snap... Daar is de toezegging, dus helder volgens mij. Ik snap het dilemma goed. Ja. Ik ben een beetje verbaasd, meneer Roddermond, die zegt van, ja, financieel moet de boel op orde. En ik verwijs gemakshalve naar mijn buurman. Eerst financiën op orde maken en dan beleid prioriteren. En dan gaat u in één zin door. En wij vinden dat er wat meer naar de zorg moet, meer naar het onderwijs, meer naar duurzaam, meer naar economische ontwikkeling. Is het financiële beleid nu op orde, is mijn wedervraag. Of is die niet op orde? Want dat wil ik graag van u horen. Want onze stelling is, ja, het is op orde. En er zijn een heel aantal gemeenten die zo langzamerhand best wel een beetje jaloers zijn op waar we nu gelukkig mogen staan. En wij zeggen, wij durven weer behoedzaam vooruit te kijken. En het is nu aan u om die kaders over te nemen. Of te zeggen, we willen ze wat ruimer maken. Of we willen ze wat strakker maken. Of we willen ze wat anders maken. Dat is uw taak. Ik dank u. Meneer Roddermond, volgens mij wordt u om een reactie gevraagd. Precies, voorzitter. En die wil ik dan ook graag geven. Ja, of de financiën op orde zijn, daar hebben we zojuist een uitvoerig debat over gevoerd, volgens mij. Die wil ik zeker niet opnieuw gaan voeren. Mijn punt was hierbij wel dat we ruimte zoeken om extra te investeren op de punten die ik noemde. En die ruimte zie ik in ieder geval nog niet. Dus vandaar die opmerking. Dus ik constateer dat in die vier dingen wij van u nu niet moeten investeren. Dank. Mevrouw van den Hoek heb ik vergeten. Die stelde nog een vraag. Is geld nu, dat vond ik wel een mooie. 18 min, 18 plus heb ik iets van gezegd. Maar is geld nu het antwoord op al onze problemen? Nee. Hoe moeten we dingen doen? Altijd eerst naar mijn idee. En laten we dat ook vooral doen. Niet direct in de geldreflex schieten. Maar eerst kijken van, A, ligt er een taak voor ons? B, kan de samenleving het? Moeten we de samenleving stimuleren? Of is dit echt iets voor ons en mogen we dit van de samenleving niet vragen? Dat geldt op het fysieke domein en dat geldt voor groen onderhoud en dat geldt ook voor maatschappelijk domein. Dank u wel. Goed, ik kijk even naar de tafel achter mij. Ik zie dat de heer Prins aanstalten maakt om zijn verhaal te gaan doen. Daarna, heer Snijder, prima. Hebben we dat de volgende vast afgestemd. Meneer Prins, aan u het woord. Voorzitter, een paar kleine vraagjes. Of we de grondexploitatie een meerjarig overzicht willen geven. Volgens mij is het zo dat wij aan het eind van dit jaar grondexploitatie 2018, zo heet dat geloof ik, weer aan u gaan aanbieden. En daar zitten de prognoses, misschien wel de bijgestelde prognoses in zoals wij die zien. En er zit ook de tussenstand weer in van wat we tot dan toe hebben verkocht. Als dat de bedoeling is, dan wordt u op uw wenken bediend aan het eind van het jaar. De 1 miljoen... voor het voorzitter, gemeentehuis. Mag ik op deze beantwoording meteen even ingaan? Hebben die gehad? Nee, toch? We weten allemaal hier dat als wij straks eind van dit jaar de nieuwe GREX krijgen, dat het de GREX 2019 is. Zo heeft hij de benaming. Maar die geeft de toestand dus weer op 1 januari 2017. En waar wij dus nu juist voor vragen, ook met een vooruitblik naar de komende jaren, is om een doorkijk te kijken wat de verwachte opbrengsten zijn vanuit het het grondbedrijf die we op basis van de verwachte verkopen jaarlijks kunnen realiseren. Dus niet een toestandbepaling, want dat is in feite de GREX, maar een soort exploitatieoverzicht meerjarig, wat de verwachtingen zijn. Als het goed is, heeft u die. We hebben
Vorig jaar bij de stukken heeft u een overzicht gekregen wat we denken de komende jaren te verkopen. Nou, die klopt nooit. Die komt nooit uit. Tenminste, de afgelopen jaren niet. We verkopen altijd meer. En we hebben nog niet de afweging gemaakt of we daar nu ook een aanpassing op moeten plegen. En dat gaan we als we met Broeklanden Zuid met het bestemmingsplan komen. Als dat is vastgesteld, dan zullen we daar misschien een heroverweging op moeten maken. Maar ik voel op dit moment geen enkele neiging om de prognoses heel erg fors te gaan aanpassen. Want dat hebben we in het verleden ook niet gehad. We hebben jaren gehad dat we 16 hectare verkochten, terwijl we op prognoses hadden van 5 of 6 hectare. Ja, zo gaan die dingen. Je loopt zo af en toe heb je een gelukje. En zo af en toe heb je pech. Voorzitter. Dus ik vind het allemaal wel heel prematuur om nu te zeggen van laten we weer allerlei prognoses aan gaan passen. Nee, daar vragen wij niet om, meneer Doog. Daar vragen wij niet om. Verduidelijk uw vraag. Wij vragen om een doorkijk van de resultaten van het grondbedrijf op basis van de uitgangspunten zoals die er nu liggen. Dus geen nieuwe prognoses. Maar op basis van de uitgangspunten zoals die er nu liggen, wat we de komende jaren qua resultaten kunnen verwachten op jaarbasis, op basis van de huidige prognoses. Of die doorkijk gegeven kan worden. Voorzitter. Ja, volgens mij heeft u die. Ja, meneer Hoogstra. Ik vind het wel bijzonder dat je resultaten in de toekomst gaat realiseren. Dat kan je toch niet vaststellen. Dat is toch per definitie een prognose. Ik snap wel dat daar een. Ja, soms noem je het ook een begroting en dat stel je ook vast. Ja, ja. Ja, dat doen we ook. Ja, klopt. Dus volgens mij. Maar, voorzitter, voordat we een hele geweldige discussie krijgen, ik stel voor dat ik het even nazoek. En halen we het er even uit en sturen we toe. Prima. En als dat niet zo is, doe ik een toezegging dat wij datgene waar wij mee werken, dat u dat gewoon ter beschikking krijgt. Doen we, meneer Doggen. Ja. Ik ben inmiddels bij het LOC gemeentehuis aangekomen. Wij hebben een voorziening voor groot onderhoud. En die voorziening hebben we doorgerekend tot 2030. En daar blijft een bepaald bedrag over. Daar hebben we een paar voorstellen gedaan wat we eruit willen gaan betalen aan onderhoud. Blijft er 1 miljoen over. We weten dat er met de LOC, als het gemeentelijk deel daaruit vertrekt, dat er toch iets zou moeten gebeuren. En we weten als dat gemeentelijk deel vanuit het LOC hier in het gemeentehuis gaat, dat er ook wat aangepast moet worden. Hoeveel dat is, weten we niet. Ja, dat onderzoek dat is gaande, dat loopt zeg maar. Maar we hebben wel de voorzichtigheid willen hanteren om dat bedrag maar eventjes gewoon vast te houden daarvoor. En u wordt op de hoogte gehouden, want u moet het bedrag straks ook daarvoor beschikbaar stellen. Ja, als we straks de feitelijke gegevens hebben. Eventjes over de detailende structuurvisie, de uitleg daarvan en die 5 ton die we in de begroting hebben zitten. Het geven van kaders is nog niet zo makkelijk. We kunnen wel een hele serie algemene kaders geven. Dat gaat dan over we willen besteden aan planvoorbereiding. We hebben het nodig voor smeerolie enzovoort. Dus ik zeg u niet toe dat ik het morgen aanlever, want ja, het is toch een stukje maatwerk wat je levert. Ik vergelijk het wel eens met de situatie zoals jullie die ook ondervonden hebben in Doetinchem, waar ze 1 miljoen per jaar hadden en waar ze dat voor verschillende zaken gebruikten, planvoorbereiding, maar ook even een duwtje geven ergens en achteraf verantwoording afleggen. Maar ik kom hierop terug, maar dat duurt nog wel even tot een tijdje voorbij het zomerreces. Want het is niet makkelijk, laten we dat daar even op houden. Ja, hoe kom je aan werk? Dat begrijpen we. Nee, dat probeer ik ook aan te geven, dat begrijpen we. Dus het is fijn dat het komt, dank u wel. Ja, hoe kom je aan Bergentheim 175.000? Nou, laat ik beginnen met dat wij een zeer enthousiast dorp hebben aangetroffen nadat we wel een paar pittige discussies aan het begin met elkaar hebben gehad. Want we hebben vanaf het begin gezegd, die aap zit niet op de gemeenteschouder. U bent geprivatiseerd. U heeft de dingen gedaan in het dorp zoals u ze gedaan heeft. En daar kun je heel lang nog over terugkijken, dat hebben we niet willen doen. Maar het is wel een gezamenlijke casus die we met elkaar hebben. Daar hebben we 4 werkgroepen benoemd. Nou, het resultaat heeft u vanavond gezien. Ik heb een presentatie gehad. Van tevoren hadden we ook al wat inschatting gemaakt. Ik ben er heel eerlijk in. En daar rolt een bedrag uit, als je alles een beetje optelt, van 3,5 ton. Daarvan heb ik gezegd 50-50. Ja? En als je goed kijkt, ja, dus 175.000 gemeenten, zo gauw u daarmee instemt ook te betalen. Ja? En dan kunnen ze 10 tot 15 jaar vooruit. Sowieso. Nou, ik vind dat er best een inspanning mag liggen. Omdat gat wat er dan na 10, 15 jaar voor onderhoud ligt, dat ze daar 10 of 15 jaar de tijd voor hebben om daar invulling aan te geven. Misschien valt de exploitatie mee. En als het dan niet zo is, dat weten we allemaal, ook al ben je geprivatiseerd. Maar als er dan een keer iets is, is de gemeente ook nooit te beroerd om bij te springen. Maar ik zou het naar alle andere sporthallen, maar ook naar alle andere geprivatiseerde instellingen, zoals MFC's enzovoort, zou het van de zotte vinden dat we nu een exploitatie dichten voor de komende 20 of 25 jaar. Dat doen we nergens. Ja? De situatie in Bergentheim is zoals die is.
We willen een goede doorstart, dat moet je niet voor 2 jaar doen. Je moet ze een perspectief geven. En ik vind dat we dat met 175.000 euro meer dan voldoende doen. En daar spreekt voor mij ook uit dat we er samen de schouders onder hebben gezet en onderzetten. En wij hoeven ze nu geen zekerheid te bieden tot het jaar 2040 of zo. Vind ik overtrokken, daarmee doen we anderen tekort en ik zie de wensenlijstjes al binnenkomen. Ik pak er 1 voorbeeld uit, ook uit de kadernota. Slagharen hebben ze 26 jaar een sportal geëxporteerd. 26 jaar hebben ze daar een sportal draaiende weten te houden. Die hebben al die 26, natuurlijk zijn ze wel eens langs geweest en hebben gezegd, nou, nog een tandje erbij. Ja, want u wilde enzovoort. En nu uiteindelijk, na 26 jaar, komen ze bij ons voor een bedrag van een ton voor iets met dak en de vloer. Nou, super. Die mensen zouden een bos bloemen en een taart moeten hebben dat ze 26 jaar die exploitatie daar draaiende hebben gehouden. Dat is 4.000 gemiddeld per jaar. Dan vind ik het niet terecht. En ik heb begrip voor de situatie waar ze in Bergdijk zitten. En anders was ik ook niet op die wijze erin gegaan. Maar ik vind niet dat we nu na veel discussie met Slagharen zeggen, nou ja, doe een ton. Andere sporthallen die ook in dezelfde situatie zitten hebben gezegd, ja, u zult er zelf even een tandje bij moeten doen. Dat we nu hier 20, 25 jaar een exploitatie vast moeten zijn. Vind ik onterecht. Maar goed, u gaat erover. Voorzitter. Meneer Rodemond. Dank u wel, voorzitter. Maar toch even een verduidelijkende vraag over de situatie in Bergentheim. U kent de situatie, maar ook richting de exploitatie, dan wat beter dan wij dat kennen. Kunt u daarmee dan ook, ja, garantie is een groot woord, maar u begrijpt misschien de vraagstelling, kunt u dan wel aangeven dat inderdaad voor die periode die u noemt, die sporthal redelijkerwijs gewoon op eigen benen kan blijven staan zonder die 75.000 die ze nu vragen? Ja, ja. Kijk, ze hebben 210.000 straks in kas. Dat is 175 van ons. En dat is 35 van een andere. Ze houden jaarlijks in de exploitatie, zonder dat ze iets aan groot onderhoud kunnen doen, hebben ze ook 3.000 over op een wat voorzichtige exploitatie zoals het nu ligt. Daar kunnen ze, en als je het in het verloop ziet, en ze hebben het onderhoudsplan nog niet helemaal dicht, maar wel voor de eerste 10 jaren, hebben ze hem wel doorgekeken, hebben ze de eerste 10 jaar geen probleem. En ik vind, en daar blijf ik bij, 175.000 is allemachtig veel geld. Dat is echt allemachtig veel geld, waar anderen toch meer moeite hebben moeten doen. Maar goed, de situatie is gelopen zoals die is. Daar moeten we nu op een gegeven moment ook niet meer op terugkijken. Maar ik zou het absoluut onterecht vinden. Ja? En ik zou ook niet meer weten wat ik tegen andere geprivatiseerde instellingen zou moeten zeggen. Als die met dit soort wensen komen, kun je ons ook 20 jaar ontlasten. Zou ik niet weten wat ik zou moeten zeggen. En kijk, wij hebben de emotionele middenweg genomen van, we gaan samen aan de slag, maar dan doen we het ook sam-sam. En als je nog zoveel tijd hebt om dat laatste restje te dichten voor vanaf 2028 of zoiets, dan denk ik, nou, ga er maar aan. Hè. Zet je rug er maar onder met elkaar. Want ja, de gemeente heeft wel mogelijk gemaakt dat deze stap, en dat was niet een fout van de gemeente of zo, en ik wil over fout helemaal niet spreken, maar ik vind wel dat je daar zelf als dorp, als stichting, als bestuur nu ook je rug onder moet zetten. Niet meer en niet minder. Maar goed, anders val ik in herhaling. Want ja, als ik op drift raak, dan weet je het wel. Voorzitter. Meneer Stelstra. Voorzitter, dank u wel. Maar als ik de wethouder goed beluister, dan heeft u daar alle vertrouwen in dat ze dat gaan halen. Ik moet u eerlijk zeggen, na de eerste bijeenkomst had ik wel enige twijfel. Want ik had wel een paar schurende opmerkingen gemaakt. Dat kreeg ik ook wel terug. Maar al met al heeft het wel geholpen en ik was blij verrast door het enthousiasme, maar ook door de daadkracht die men in korte tijd er aan de dag heeft gelegd. En wat ik zie nu mensen die een andere betrokkenheid hebben dan het vorige bestuur. En niks ten nadele van het vorige bestuur, maar het waren bestuurders die, ja, zo ging dat vroeger vaak. En dit zijn nu mensen die op inhoud betrokken zijn. Dus ik heb daar het volste vertrouwen in als ik zie welke weg ze afgelegd hebben. Maar de handen die ze ook al uit de mouw gestoken hebben in de afgelopen tijd om de dingen die niet goed zaten in het gebouw qua veiligheid en zo, hoe ze die aangepakt hebben, dan zeg ik chapeau. Jammer dat dit ervoor nodig was, maar misschien is het ook goed dat dit ervoor nodig was, want nu hebben we volgens mij een sporthal die in de samenleving meedoet. Goed, volgens mij voldoende zo. Voorzitter. Volgens mij heeft meneer Prinsen nog een vraag van mij die niet beantwoord heeft. En welke is dat? Wilt u me herhalen? Misschien maakt het dat de heer Prins iets makkelijker. Het foutje uit de vorige agenda, ja, van de begroting. Daar gaf meneer Prins aan van, foutje bedankt, maar dat is niet in de kadernota gekomen. Ik zei ook, en dat volgens gaat mij over een stukje wonen. Ja, volgens mij is het staatbeleid
Maar goed, als u in een amendement of een motie dat nader duidt, neem ik dat, nadat de Raad dat natuurlijk mee heeft ingestemd, graag over. Maar er zit al heel veel in staand beleid. Ja, heel simpel voorbeeld is, u heeft ingestemd met het nieuwe woningbouw op de Oosteinde. En dat is toch voornamelijk bouwen voor jongeren voor een betaalbare prijs. Ja, dat is al zo'n uitvloeisel van het beleid wat jaren geleden ook al is vastgesteld. Maar ik vind het heel goed dat u dat nader aanscherpt en ik verheug me op uw motie dan wel amendement. Goed, dank u wel. Dan gaan we verder met portefeuillehouder Snijders. Dank u wel, voorzitter. Er zijn een paar opmerkingen gemaakt over de samenwerking met de gemeente Ommen. De bestuursdienst Ommen Hardenberg wordt daar ook voortdurend genoemd. Ik hoorde zelfs de opmerking voorbij komen, de term ontvlechten. Het is zo dat wij, zoals u weet, in 2012 zijn begonnen met de ambtelijke samenwerking van de bestuursdienst Ommen Hardenberg. We hebben dat tussentijds geëvalueerd. Verbeterpunten aangebracht. We hebben dat ooit gedaan vanwege de 3K's, kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid oplossen. En we hebben, dacht ik, anderhalf jaar geleden geprobeerd met een bestuurlijk manifest een vervolgstap te zetten in die ontwikkeling van de beide gemeenten. Niet zozeer de bestuursdienst, maar wel van de beide gemeenten op beleidsniveau. Dat is toen niet gelukt. Daarna is nog een poging gedaan om een onderzoek gezamenlijk op te stellen. Dat is ook helaas niet gelukt. En daar staan we nu. Wij hebben als college van Hardenberg, maar ook het college van Ommen heeft gezegd van ja, is dit het nu? En wat ons betreft ook gelijk het antwoord daarop gegeven van nee, dit is het niet. We zitten in een dynamische samenleving. De samenleving die verandert voortdurend, die vraagt nieuwe dienstverlening. De andere vormen van sturing, ook sturing door bestuurders. En we zouden toch moeten kijken naar de doorontwikkeling. Daar zijn we nu mee bezig. We hebben dat proces net gestart, want we hebben gezegd van ja, het is mooi dat het bestuurlijk manifest niet is doorgegaan, of dat is eigenlijk helemaal niet mooi. Maar we willen wel kijken van hoe kunnen we nou dat proces in die samenwerking van die beide gemeenten optimaliseren. Maar daar zitten heel veel vragen in. En dat vraagt ook om een uitermate zorgvuldig proces, omdat het gaat over twee gemeenten, het gaat over gemeentebesturen, het gaat ook over een ambtelijke organisatie met bijna 700 medewerkers en het gaat gewoon ook over heel veel geld en heel veel belangen. Dus wij willen dat proces heel zorgvuldig lopen. We hebben ook gezegd laten we daar ook wel de tijd voor nemen. En wat daarbij ook nodig is dat we ook de raden, uw raad, daarbij ook heel nadrukkelijk willen gaan betrekken de komende periode. Want u vindt daar wat van, u heeft daar de afgelopen periode wat van gevonden. Al of het nou gaat om de beleidsinhoudelijke samenwerking of het gaat over de bestuursdienst zelf. We hebben gemerkt inderdaad dat u daar ook wat van vindt. Maar nogmaals, zorgvuldigheid staat bij dat proces voorop. We zijn eigenlijk net met dat proces begonnen om dat weer opnieuw te gaan kijken van hoe gaan we dat nou aanvliegen. En ik zou ook echt willen vragen om dat ook op een goede manier te doen. De betrokken partijen daarbij ook te betrekken in die zin van wat is er nodig om te kijken. Hè? Het gaat aan de ene kant om de krachten in je gebied, Noordoost-Overijssel zeg maar, te bundelen, gebundeld te houden. We hebben gemerkt dat die samenwerking van Ommen en Hardenberg daar ook opbrengst al heeft gehad. Onze posities veranderen. Ik heb daar eerder wel eens wat over gezegd. Hoe kun je dat nou verder borgen? Maar tegelijkertijd ook, hoe kun je die aansturing nou eenvoudiger maken? En hoe kun je nou ook discussies die we hier ook in de raad hebben, en dat we als college of als raad elke keer die bedrijfsvoering dreigen in te worden getrokken. Hoe kunnen we daar nou uitkomen? Hoe kunnen we daar nou uit blijven? Hoe kunnen we daar een goede discussie over gaan voeren? Verduidelijk de vraag. U spreekt over het bestuurlijk manifest en u zegt dat is niet gelukt. Maar de eerlijkheid gebiedt wel dat wij als raad dat stukje uitgebreid hebben besproken. We hebben toen een dimensie aan toegevoegd, ga eens verder kijken. Dat we onze verwachtingen hadden dat we misschien in de toekomst wel wat meer zouden samenwerken. En het bestuurlijk manifest schreef maar op twee puntjes om wat meer te gaan werken. En dat deze raad, laten we dat ook even in herinnering roepen, dat wel heeft omarmd. En daar zit waarschijnlijk ook een stuk teleurstelling hier van de raad. Als dat stukje niet eens kan, hè, die kleine samenwerking op die twee dingetjes, dat meer was het niet. Nou, dan begin je te denken van wat kan er nou wel? Dat is een vraag die ik heb. Ja, het is terecht dat u dat zegt. De raad van Hardenberg heeft daar een nodige discussie over gehad. Maar u heeft het uiteindelijk wel omarmd. Maar omdat de andere partner het niet zag zitten, ook vanwege financiële middelen, is het niet gebeurd. Dus
We hebben ook gezegd van ja, gaan we dat nou zomaar weggooien? En wat ons betreft doen we dat niet. Wij denken dat het goed is om dat proces weer boven tafel te halen en te kijken met ook de andere partner, hoe krijgen we dat proces weer vlot? En hoe zorgen we er ook voor dat we met elkaar ook op die inhoud weer tot discussie komen? En dat is een discussie die de beide colleges moeten voeren, maar dat is ook een discussie die, dat zeg ik dan ook, maar volgens mij ook met de raden en ook de raden onderling opnieuw gevoerd moet gaan worden om dat proces weer opnieuw op te pakken en kijken of daar sprake is van samenwerking. En volgens mij ontstaan dan de vervolgvragen, nog één woord voorzitter, een paar woorden, ontstaat dan de vervolgvraag van en hoe kun je dat dan het beste organiseren? Is dat in het huidige, via de huidige gemeenschappelijke regeling van de bestuursdienst of zou dat ook op een andere manier kunnen? Of moet je in het ergste geval zeggen van nou, we zouden afscheid van elkaar moeten nemen. Dat is wat ons betreft op dit moment absoluut nog niet het uitgangspunt, het laatste. Maar veel meer van hoe kunnen we het zorgen dat het beter wordt. Helder volgens mij, maar wel een aanvullende vraag van de heer Botter. Ja, voorzitter. Een deel van de vraag die ik had willen stellen en die ik voor een deel alsnog opnieuw ga stellen aan de portefeuillehouder is de volgende. Vanaf 2012... is dit een onderwerp dat aanvankelijk een vrij neutraal onderwerp leek te worden. De portefeuillehouder heeft aangegeven dat ze ambities hebben om toch de zaak bij elkaar te brengen. Althans pogingen te doen. Ondanks het feit dat de sentimenten en ook de kritische, steeds kritisch wordende vraagstelling ten aanzien van de bestuursdienst Ommen Hardenberg en de, ik wil het gewoon ronduit benoemen, de negatieve sentimenten vanuit Ommense Raad ten aanzien van de verdere uitbouw van de BOH. Wat is, en ik zal hem heel precies stellen, portefeuillehouder, wat is uw ultieme drijfveer om dit, ik zeg het heel oneerbiedig, om eigenlijk hiermee door te drijven met dit plan? Terwijl eigenlijk de Raad van Ommen op de rem trapt, de sentimenten hier steeds sterker worden om, ja, om toch kritische elementen in te brengen, zowel financieel, maar ook in de bedrijfsvoering. Wat is uw ultieme drijfveer om dit plan eigenlijk door te zetten? Daar ben ik buitengewoon nieuwsgierig naar. Daar is onze fractie ook buitengewoon nieuwsgierig naar. Ik zou de heer Botter een tegenvraag willen stellen. Over welk plan heeft u het? Dat is uiteindelijk is het om te komen tot een samenvoeging tussen Ommen en Hardenberg. Dat is het plan wat er aanvankelijk lag. Daarvan ik ken het plan niet. U kent het plan niet. Nou, daar is een hele tijd sprake van geweest, de portefeuillehouder. En de sentimenten. Nee, sorry, ik wil dat echt rechtzetten. Ik weet niet of misschien heeft u een plan van op koers.nu liggen. Nee. Ik heb hem niet in mijn bureau liggen. Ik zal hem iets bijstellen. Ten aanzien van de BOH bent u constant bezig om die samenwerking verder uit te bouwen. Terwijl binnen de raden steeds kritischer geluiden komen, laat ik het dan zo verwoorden, dan snapt u het misschien iets beter. Of ik ben onduidelijk geweest in de eerste vraagstelling. Wat is uw ultieme drijfveer om te komen tot de plannen die aanvankelijk daar lagen? Namelijk het steeds verder uitbouwen van die BOH. Wat is uw drijfveer daarmee? In dat laatste, nou, ik weet niet of ik u moet teleurstellen of juist gerust moet stellen. Ik ben niet uit op het uitbouwen van een bestuursdienst. Integendeel, waar ik hier voor zit is zorgen voor een goede dienstverlening aan de inwoners van Hardenberg. Dat is vooral mijn taak. En in het verlengen daarvan zou de samenwerking met Ommen kunnen zorgen voor een nog betere dienstverlening, zeg maar, aan diezelfde burgers. Dat is mijn drijfveer, als u naar mijn drijfveren vraagt. En ik denk, als ik kijk naar ook wat er in Nederland gebeurt en wat er nodig is, is dat je een zekere schaalgrootte moet hebben om goede dienstverlening naar je inwoners te kunnen organiseren. Dus dat is voor mij de grootste drijfveer om dit te doen. Tegelijkertijd zie ik ook dat we nu 5 jaar, 6 jaar onderweg zijn. 5 jaar. En dat er een aantal dingen goed zijn gegaan en een aantal dingen ook niet goed gaan. En één ding is de bestuursdienst zelf, de organisatie, zeg maar. Maar het andere deel is de bestuurlijke samenwerking. En volgens mij zit het ook vooral in de bestuurlijke samenwerking van hoe kun je elkaar versterken. Daarin om te zorgen dat het Hardenberg goed gaat, dat het Ommen goed gaat. Ik heb vanmiddag nog het voorbeeld genoemd. Ik heb hem iets andere status genoemd.
Misschien zouden, dat is gevaarlijk wat ik nu ga zeggen, maar misschien als Ommen en Hardenberg ooit wel waren samengekomen in een herindeling, en niet dat ik daar nu voor pleit, want ik heb oren, ze zijn niet zo heel groot, maar ik heb de raad van Ommen heel goed gehoord, die willen geen bestuurlijke herindeling. Volgens mij is dat op dit moment gewoon een gegeven. Moeten we accepteren, het hoogste orgaan in Ommen heeft dat bepaald. Maar misschien als Ommen en Hardenberg ooit waren samengegaan, misschien hadden we dan wel een noordelijke variant gehad van de N36 of de verlengde N340. Doordat je krachten had gebundeld en juist niet versnipperd was geraakt. En we hebben het gezien rondom de hernieuwde discussie van de N340, dat waar Ommen en Hardenberg, dankzij ook de samenwerking die we hebben via de bestuursdienst, maar ook gewoon dankzij de bestuurlijke samenwerking, het wel gelukt is om op onderdelen toch nog weer aanpassingen te krijgen. En dat we Zwolle zelfs meekregen in die discussie. Omdat we samen daarvoor streden. Maar we hebben volume gemaakt op dat moment. Dus daar zie ik wel wat voordelen in. Maar u treft in mij op dit moment geen voorstander aan van een gemeentelijke herindeling. Wat ik wil is goede dienstverlening aan de inwoners van Hardenberg in de eerste plaats. En als we dat samen kunnen doen, en ik denk dat daar, wat ik nu net zei, ik heb een voorbeeld genoemd. Voorzitter. Als we dat samen kunnen doen, kunnen we daar volgens mij nog veel meer krachten bundelen. En we hebben ook de plicht, vind ik, ook naar onze organisatie toe, dat is het andere verhaal, om te kijken hoe we dat verder kunnen optimaliseren. En dat we ook hier in de raad, maar ook in het college van Hardenberg, de goede discussie voeren. En niet in de bedrijfsvoering verstrengeld raken. Wij moeten de politieke vragen gaan beantwoorden, de bestuurlijke vragen, de wat-vragen, zeg maar. En hoe het gebeurt, dat moet mooi in die organisatie aan bod worden gelaten. Dank u wel. Volgens mij heel helder en heel duidelijk voor wat uw drijfveren zijn en waar u staat. Ik heb nog wel een aanvullende vraag van de heer Rodemond. Maar ik wil deze discussie eigenlijk ook sluiten met de heer Rodemond. Dus hij moet echt tot hernieuw inzicht gaan leiden. Anders dan wil ik u vragen te heroverwegen. Nou, voorzitter, ik heb ook nog een aanvullende vraag. Voor u geldt hetzelfde, meneer Breukeman. Dus ik ga eerst naar de heer Rodemond. En mocht hij niet tot nieuw inzicht leiden, dan wil ik toch de discussie proberen tot de afronding te brengen. Want volgens mij is de heer Snijders heel erg duidelijk geweest in zijn beantwoord. Zojuist, en weet ik goed waar hij staat. Dus, meneer Rodemond. Voorzitter, de heer Snijders is absoluut duidelijk geweest in zijn beantwoording. En het is meer een aanvullende vraag. Mocht hij niet leiden tot hernieuwde inzichten, dan laat ik het aan de voorzitter over om de beantwoording achterwege te laten. In de beantwoording hoor ik een aantal elementen door de heer Snijders naar voren worden gebracht, die wat mij betreft leiden tot mogelijk wat nader onderzoek. En dat was misschien ook wel het pleidooi wat ik hoorde bij mijn collega's, maar ook door mezelf geuit. Dat gaat over de dienstverlening aan de burgers. Verloopt die naar het behoren in deze gedeelde bestuursdienst? Daarnaast heb je de advisering richting de bestuurders en de politiek wat dat betreft. En mogelijk zit daar vooral wat schuring in deze raad. Hè. Daar gaan de meeste vragen over, inhuur van externen, et cetera. En daarnaast heb je nog de samenwerking met Ommen. Dat leidt niet per se tot een fusie, maar de Raad van Ommen heeft wel degelijk gezegd dat zij zoeken naar onderwerpen waarop ze met ons willen samenwerken. Laten we kijken naar welke onderwerpen dat kunnen zijn. En dat kan ook die infrastructuur weer zijn. Graag daar een reactie op. Dank u wel, meneer Rodemond. Volgens mij zit er een aantal dubbelingen in, maar ik laat ook even aan de portefeuille houden over waar hij de focus nu wil liggen. Nou ja, de focus gaat wat mij betreft vooral over de aansturing van de organisatie. Hoe kun je dat verder optimaliseren? De dienstverlening aan de inwoners, dat kunt u terugvinden in allerlei onderzoeken die zijn geweest en die op dit moment ook lopen. Waar staat je gemeente.nl? Vensters voor bedrijfsvoering hebben we bijvoorbeeld ook vanuit de VNG. Kunnen we precies zien hoe onze dienstverlening is georganiseerd. En ik kan zeggen dat die op zich gewoon goed is. Dienstverlening is goed. Hardenberg, Ommen, daar is niks mis mee. We hebben een organisatie waar we trots op kunnen zijn. Ook de dienstverlening. Het gaat hem ook vooral wel weer over die strategische vraagstukken inderdaad. Dat u zegt van nou, hoe kunnen we nou ons nog sterker neerzetten. Niet alleen ten opzichte van de provincie Overijssel bijvoorbeeld, maar ook ten opzichte van het Rijk. Hoe kunnen we dat doen? Nou, ik wil niet opnieuw de discussie over de bestuursadviseur hier ter tafel brengen. Maar dat zijn wel elementen die daarin spelen. Dat we zien van, ja, we hebben een ander type organisatie. Voor een deel hebben we die nodig. Hè. We moeten zorgen dat de basis op orde blijft. Die is op orde. Geweldig openbare dienst, openbaar gebied. Klantcontactcentrum, zeg maar. De beheerstaken, die zijn goed. Maar er zit ook een plus in de zin van, hoe ga je doorontwikkelen? Meneer Breukeman. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik hoorde iets over negatieve sentimenten. Dat kan zo zijn, maar ik wil ook wel hier benadrukken dat die BOH een
behoorlijke bezuinigingstaakstellingen volbracht heeft. Daarvoor zeker ook onze complimenten. Alleen als we dan richting de toekomst kijken, zijn er toch wat zorgen. En ik wil u heel concreet vragen om in de gesprekken die u gaat voeren, om daarin ook te kijken wat zijn nou de mogelijkheden om de bestuursdienst onder te brengen bij een van de twee gemeenten. De vraag of u dat mee wilt nemen. Ja, wat mij betreft, daar zou ik een volmondig ja op kunnen zeggen. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is, en dat hoop ik ook bij u goed neergezet te hebben. We gaan ook u de raden daarin meenemen de komende periode. Dus we zullen een proces gaan uitlijnen. En ik zie dat ook gewoon als iets wat goed is om te gaan doen, om die stappen door te zetten, zeg maar. En daarmee lossen we ook een vraag in die de heer Roldemond ook nog in de raad had gesteld, of die ook is afgesproken in de raad, dat beide raden hebben gezegd van we willen zoek naar onderwerpen waarop we elkaar kunnen gaan vinden. Nou, volgens mij gaan we dat de periode gewoon op een goede manier doen. Dank u wel. Dan ga ik nu als laatste naar wethouder De Vent. Last but not least, misschien, voorzitter. Ik zeg misschien. Ik heb nog twee vragen die opstaan. Mevrouw Veldhuizen, maar die beantwoord ik dan ook rechtstreeks ook naar het CDA toe. Vond ik wel mooi dat ze vroeg naar vernieuwing van schuldhulpverlening. En daar onder andere zou er een onderwerp als basisinkomen een interessante kunnen zijn. Dat is een thema wat mij, zeg ik ook maar heel eerlijk, persoonlijk bezighoudt. En we zijn ook wel bezig met een verkenning in het college. En we hebben ook gezegd, we willen het thema wat verder verdiepen. Dat vraagt om een goede voorbereiding, want het biedt heel veel aanknopingspunten. Misschien wel voor een totale vernieuwing van systeemwereld. En we zijn voornemens om een conferentie te organiseren hier. Een vrij grote namelijk, want er is heel veel belangstelling voor dit thema. Ook bij ondernemers, dus politiek breed zou ik willen zeggen. Maar ook samenleving breed, om dat hier in Hardenberg is met elkaar te verkennen. Dus ik ben bezig met de conferentie. Daarbij is nodig dat we de juiste mensen hier ook krijgen die dat verhaal kunnen doen. Nou, een van de schrijvers van het boek Gratis Geld voor Iedereen, Rutger Bregman, die reist momenteel heel Europa door om zijn verhaal te doen. En krijgt daar heel veel respons. En ik heb toen gezegd, nou, om hier een stevig verhaal neer te zetten, zodat wij ook misschien hier met dit thema iets kunnen gaan doen, heb ik hem nodig. Dus hij is bereid om naar Hardenberg te komen, maar het zal waarschijnlijk in november zijn. Eerder kan niet. Daarbij nodigen we ook uit en Martijn Aslander, misschien ook al bekend bij u. En met die heren gaan we een uitermate, denk ik, interessant gesprek aan. Samen met u, samen met de samenleving, over het thema als basisinkomen. Dus ik ben daar erg enthousiast over. En dat is voor ons betreft ook de basis om met elkaar te verkennen. Is er voedingsbodem voor een pilotproject hier in Hardenberg? En dat is de opmaat ook naar 2018 toe. Dat is voor u als politiek natuurlijk uitermate interessant. Gelet op alles wat er in 2018 zich gaat afspelen. Meneer Brink, nu het woord en daarna. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, op zich denk ik dat wij als CDA-fractie blij mee zijn met die conferentie. In landelijke media zie je ook veel discussie over basisinkomen. Is het goed, is het niet goed? Ik was even benieuwd naar, even één aanvullende vraag er nog over. Maar neem maar aan dat u in die werkconferentie alle doelgroepen meeneemt. Er is bijvoorbeeld ook heel veel discussie over een basisinkomen voor mensen die potentieel zouden kunnen werken. Maar er is ook discussie over een basisinkomen voor mensen die misschien al wel pensioengerechtigd zijn of iets dergelijks. Dus daar nog even een verduidelijk antwoord op, als dat kan. Ja, nou, alle ingrediënten hebben we nog niet bekend, zijn nog niet bekend, maar we maken hem inderdaad zo breed mogelijk. Dus we beperken ons niet alleen maar tot de groep mensen bijvoorbeeld met een uitkering of afhankelijken. Het gaat om de samenleving in zijn totaliteit. Want daar is het onvoorwaardelijk basisinkomen uiteindelijk ook voor bedoeld. Mevrouw Van Hoek. Dank u, voorzitter. Dan ben ik toch heel erg benieuwd wat voor reacties u heeft gehad op het moment dat u dit op de gemeentelijke website heeft gezet, enige tijd geleden, om inwoners te vragen wat ze daarvan vinden. En wat dat dan heeft opgehaald dat u naar een grote conferentie gaat. Nou, we hebben veel reacties gehad, zeg maar, op dat stuk wat inderdaad op de internetsite heeft gestaan. Die waren heel verschillend, maar overwegend. Heel veel mensen die zeiden, we willen graag er wat van meer van weten, want we zien ook heel veel voordelen. Maar we hebben wat vragen en die willen we dan ook graag beantwoord hebben. En ik heb net ook al aangegeven, de samenleving is breed. Dus ik spreek ook met ondernemers, ik spreek met accountantsbureaus. Ik spreek met personeelsfunctionarissen, met maatschappelijke organisaties op een of andere wijze betrokken bij het vraagstuk. En die zeggen allemaal van, wij vinden de ingrediënten en het principe zo interessant om eens nader te verkennen, dat wij
voorstander zijn om het met u, onder leiding van de gemeente, is nader te verkennen. Dus, inmiddels pols ik dus ook een hele grote groep mensen die voorbij komt en die iets van het thema vindt. Die staan op die lijst. En ik ben zelf verrast door de grote belangstelling die er is, nu al, voor de conferentie die we straks gaan organiseren. En als dat niet zo zou zijn, zou ik hem ook niet gaan organiseren. Zo simpel is het ook. Tweede vraag van meneer... Meneer Stouwstra? Ja, voorzitter. Ik ben toch wel geïnteresseerd in de uitslagen van die enquête. Ik heb mezelf ook ingevuld. Dus ik vond een goede vraag van mevrouw Van der Hoek. Wellicht kan die informatie gedeeld worden. Nou, het is volgens mij geen enquête geweest. Het is gewoon een reactie geweest op het verhaal. Dus u krijgt niet een uitgebreide analyse. Want dan zou ik u verwijzen naar het stuk wat erop staat. Daar staan onder een aantal reacties van mensen. Maar dat geeft maar een stukje weer... Zeg maar van de totale reacties die ik mijn dagelijkse werk ontmoet van mensen waarbij ik praat over het thema als basisinkomen. Dus ja, daar zult u mee moeten doen, wat mij betreft. En als u zich alleen maar baseert op reacties die zijn verschenen aan alleen van een ingezonden artikel, dan is dat heel beperkt, denk ik. Nee, dat zeg ik niet, maar volgens mij kon je op internet reageren. En ik meen dat ik dat ook heb gedaan. Dus ik was gewoon even benieuwd of daar een rapportage van was, maar dat is er blijkbaar niet. Dat klopt. Maar dat maakt het onderwerp niet minder interessant, denk ik. Nee, goed, u heeft net al aangegeven dat u persoonlijk zeer gemotiveerd bent. Ja, en ja, toch een aanvulling. Ook veel mensen om mij heen. En dat kan ik niet op letterlijk hier op papier zetten, maar nee, die lijst heb ik inmiddels. Nee, maar goed, het is natuurlijk wel de mensen die je spreekt. Yes. Dan meneer Brink. U maakt een opmerking over het feit dat er in de kadernota eigenlijk... met geen woord wordt gerept, volgens mij is dat ook wat uw boodschap is over inclusiebeleid. Dat klopt, hè? Dus daar heb ik nog eens even goed over nagedacht, want u bent met de werkgroep samen met de raadsleden en met ambtelijke ondersteuning heel druk geweest, zeg maar, met dit thema. We hebben een hele mooie conferentie hier, niet zo lang geleden, gehad. En we hebben ook met elkaar afgesproken, we gaan werken aan een agenda. En volgens mij is er nu ook een agenda in voorbereiding met een viertal thema's. En hoe kan het dan zo zijn dat we daar niks van terugzien? Dus ik heb ook gezegd van ik vind het goed om hier nog een aanvulling op te maken om het onderwerp in ieder geval op een reservelijst bij de kadernota te agenderen. We weten nog niet de repercussies, zeg maar, van de agenda. Ik kan hem dus ook niet financieel vertalen, maar dan is het thema wel geborgd. Dus u heeft mijn toezegging en van het college dat we dit thema in ieder geval op de reservelijst zullen benoemen. Voorzitter, even een hele korte reactie. Meneer Brink, Nou, ik ben erg blij met deze toezegging, wil ik gewoon even gezegd hebben, bij deze. Mevrouw Van Hoek. In aanvulling hierop nog één vraagje. Nieuw beleid kan ik me voorstellen dat het tijd nodig heeft. Maar als we nu gaan kijken naar bijvoorbeeld vervanging van parkeermeters, neemt u daar dan direct in de investering al mee naar het inclusiebeleid? We hebben in de praktijk ondervonden dat mensen er soms niet bij kunnen op het moment dat ze in een rolstoel zitten. Als je toch al investeert, wordt het dan automatisch meegenomen nu al in het uitgezette beleid? Voorzitter, volgens mij is het zo dat nu al rekening wordt gehouden met inclusie. Dat doen we eigenlijk al een aantal jaren lang. Hè. Maar we hebben eens gezegd, inclusie in de brede zin van het woord, dat willen we nog specifiek eens nader gaan verkennen. Daar zijn volgens mij nu vier thema's voor in voorbereiding. En bij de uitwerking van die thema's kijken we wat er nu al is, hè, waar je snel op aan kunt haken. En wat meer een langere termijn vraagstuk is. En daarin moet je gaan prioriteren, want het kan best zijn dat er achter elk thema een geldplaatje vastzit. Voorzitter, als ik even... Vrouw Van Hoek. Het is heel concreet wat ik naar voren breng, is dat wij in de kadernota hebben het over stationsgebied, we hebben het ook over parkeerbeleid en we hebben ook investeringen in nieuwe parkeermeters. Wat ik u vraag is, dat is wat wij in de kadernota nu hebben staan, niet op de reservelijst. Als dan dit soort investeringen worden gedaan, nemen we dan gelijk het inclusiebeleid mee of lopen we er achteraan? Dat is iets anders dan wat u net zei volgens mij. Ja, want dan zegt u van neem dat beleid, inclusiebeleid, mee bij die, herafweging. Dat is wat u zegt. Axel. Meneer Brink? Ja, toch even heel kort als u mij toestaat, voorzitter. Volgens mij moeten we wel even oppassen dat we niet twee dingen door elkaar gaan halen. We hebben inderdaad het huidige beleid wat gewoon loopt. En waarin we rekening houden met inclusie zoals het nu gaat. Parkeermeters is daar een onderdeel van. Maar ik denk ook, we hebben nu een VN-verdrag. We hebben een werkconferentie, we hebben een uitvoeringsagenda met prioritering. Laten we met elkaar die prioritering vastleggen. En om die prioriteiten uit te voeren, daar moeten we geld voor beschikbaar stellen. En dat is volgens mij waar we nu voor moeten gaan.
En ja, dat is ook even naar wat u zo straks al zei, want dat vind ik wel heel waardevol. Dank u wel, meneer Brink. Voldoende zo, lijkt mij. Ik kijk rond voor een eventuele tweede termijn. Ik weet dat de heer Gelling nog een paar puntjes heeft, maar de tijd begint ook aardig te vorderen. En ik denk dat we uitvoerig de zaak behandeld hebben. Maar voorzitter, er zijn nog een paar vragen in de eerste termijn niet beantwoord. In ieder geval één van mij niet. Dan gaan we een korte tweede termijn doen en wil ik wel even aan u allen een beroep doen om daar kort in te zijn. Ik kijk rond. Heer Gelling dus, mevrouw Van de Hoek. En daar blijft het bij. Dan geef ik het woord aan de heer Gelling. Ja, voorzitter, ik wil graag beginnen met een puntje van orde. Want ik zit toch al een tijdje wat te kijken naar mijn rechterbuurman in het vrolijke blauwe jasje. Die hier gewoon nootjes zit te eten in de raadzaal. Daar moet ik bezwaar tegen maken, terwijl ik een groot voorstander van ben van nootjes. Maar het lijkt mij toch niet de bedoeling dat hier dit soort dingen geconsumeerd worden. Te meer dan dat meneer Kloekhorst zometeen nog een checkje erbij op gaat steken. En dat moeten we voorkomen. Maar ik vind het wel onprettig als er hier in deze zaal opzichtig nootjes gegeten worden. Dus ik zou meneer Botter dan wel u, meneer de voorzitter, willen vragen om hem daarop toe te spreken. En dan nog even kort. Ik zal het heel kort houden vanwege de tijd. Wat ik nog mee wil geven zijn een paar dingen waar ik mij in de eerste termijn willen concentreren op de schuldquote, die natuurlijk erg interessant is. Daarbij had ik nog graag aandacht gevraagd voor het sportbesluit, voorzitter, want dat heeft ook wel behoorlijk wat consequenties wellicht voor het begrotingssaldo. Mocht het besluit van de Europese Unie, wat het volgens mij is, overgenomen moeten worden. En het lijkt mij dat wij dat over moeten gaan nemen. 2 miljoen incidenteel, maar 355.000 euro structureel wat dat doet voor het begrotingssaldo. Dat lijkt mij nogal wat. En dan heeft u zelfs oplossing om dan de rechtsvorm om te zetten. Nou, dat lijkt mij wat zinloos. Meer omdat wij nog nooit een sporthal hier hebben gehad die zich zorgen hoeft te maken over de enorme winsten die ze gemaakt hebben, voorzitter. Dus de BTW lijkt daarmee toch wel een gegeven. Ten meer omdat u op de pagina daarna al het heeft over 250.000 euro structureel tekort bij zwembaden. En hebt u volgens mij alle sportvoorzieningen wel gehad die BTW zouden kunnen aftrekken. Verder zou u wat mij betreft, en hoeft u niet op te antwoorden, maar toch wel nog wat zorgvuldig naar de alle bestuurskosten daar eens doorheen mogen gaan met iPads. Die voor mij is nog goed, die komt de tas niet uit, voorzitter. Alleen hier gebruik ik hem. Dus u hoeft voor mij geen nieuw te kopen. Hetzelfde geldt voor de raadzaal. Ik begrijp niet waarom dat 50.000 euro moet kosten enzovoort. Maar goed, dat zal allemaal meegenomen zijn. Ik vind het allemaal heel veel. En tenslotte vinden wij natuurlijk buitengewoon jammer dat er niet wat meer ruimte is in het begrotingssaldo voor het doen van investeringen. Die staan op de reservelijst. Want voorzitter, daar staan toch wel heel interessante dingen op. Onder andere het onderhoud van civiele kunstwerken. Ik wist niet dat ze zo heten. Maar als burger kan ik u zeggen dat ik wel belang heb bij het onderhouden van bruggen enzovoort. Dat lijkt mij toch iets wat niet op een reservelijst hoort, maar juist heel primair. En als ik daar op uitnodiging voor de CDA iets anders voor moet wegstrepen, dan zal ik dat graag doen, voorzitter. Datzelfde geldt voor fietspaden, ook het multicultureel centrum in de Krim en cultuur. En daar wil ik nog een klein specifiek vraagje over stellen, want we hebben allemaal een brief gehad van de stichting Wij Zijn TV. En ik weet toevallig dat, niet toevallig, ik ben erover gebeld, of althans iemand van ons, dat de wethouder daar vandaag een onderhoud over gehad heeft. Ik weet niet wie het is, maar die vragen om een bepaalde bijdrage. Te meer omdat de omroepstichting die tot nu toe gefinancierd wordt nogal groots is gefuseerd hier in de omgeving. Daar merken we ook, want alle landelijke Kamerleden komen ineens naar Hardenberg om daar ook verhaal te houden. Dat deden ze vroeger nooit. Hè. Als het verzorgingsgebied maar groot genoeg is, dan komen ze wel. Maar voor lokale tv en dergelijke is het misschien toch wel goed om daar ook wat aandacht voor te hebben, opdat niet alles naar anderen gaan dan naar onszelf. Voorzitter, dat waren nog even wat kleine puntjes onderzijds. En heeft u meneer Bot ondertussen toegesproken op zijn nootjes of moet ik dat nog een keertje doen? Dank u wel, meneer Gelling. Ik moet ten eerste u even toespreken, want u heeft een heel aantal technische vragen gesteld. Dus ik laat het even aan de portefeuillehouder over of die ze al dan niet beantwoordt. Dus dat is even dan waar ik u tot de orde roep. Waar u dus wat dat betreft even uw vragen wat mij betreft anders had kunnen formuleren of beter vooraf aan voorzitter, de vergadering. Ik hoef geen antwoord op mijn vragen. Als u de nootjes weghaalt ben ik tevreden. Nee. Dus dan ga ik nu naar mevrouw Van den Hoek. En ik denk dat het een serieuze aangelegenheid hier is, meneer Gelling. Dus mevrouw Van den Hoek, voor u uw vragen voor de tweede termijn. Nou, laat ik het dan heel serieus doen opnieuw. Ik had een vraag gesteld over, naar aanleiding van de opmerking van de heer Jansen, over dat we misschien naar meer wethouders zouden moeten. En ik had gevraagd wat men daarvan zou vinden, in plaats van 90.000 euro bestuursondersteuning in te zetten naar een uitbreiding in FTS. Goed, ik kijk naar de tafel achter mij voor de beantwoording van de tweede termijn wie ik het woord mag geven. De heer Prinsen maakt aanstalten om de eerste vraag te beantwoorden. Ja, ik heb enige aarzeling, zo zag u mij ook wel uit de stoel komen, want ik zou niet weten wat ik ervan moet vinden, want het moet eerst helder worden hoe er omgegaan wordt met die, zeg maar, naheffing.
krijgen we het incidentele deel voor een deel kwijtgescholden. Dat structureel deel, hoe komt dat er precies uit te zien en wat valt er allemaal onder, dat is nog wel enige discussie. En vanuit landelijke organisaties zijn er ook wel wat adviezen in onze richting om het in wat andere vormen te gaan doen. Ja, en ik snap de opmerking van de heer Gelling, was bijna uw naam vergeten. Van de heer Gelling snap ik wel, ja, dat je moet nogal wat doen, wil je daar iets uit kunnen halen, dat klopt. Maar ik zou liever eerst even de ontwikkelingen willen volgen en u moet deze even zien als een soort winstwaarschuwing. Want u zou me het waarschijnlijk niet vergeven als ik die 2 miljoen niet even gemeld had die maximaal op ons af zou komen. Dus wij komen daar TZT op terug. En op welke termijn, dat weet ik niet precies, want hij hangt al veel langer boven de markt. En elke keer als we aanvragen wanneer komt er nou eens iets uit, zodat wij ook daarop kunnen acteren, dan moet degene aan wie u de vraag stelt de antwoord schuldig blijven. Maar u weet in ieder geval dat er iets boven de markt hangt. Dan de heer Jansen voor de volgende beantwoording. Ja, eigenlijk alleen maar om te zeggen dat het niet aan het college is om een vraag te beantwoorden over hoeveel wethouders, behalve omdat het college vindt dat ze in deze periode daar geen behoefte aan hebben. Ze hebben behoefte aan een ondersteuner. Goed, en daarmee zijn volgens mij de vragen van de tweede termijn beantwoord. Rijst mij niks dan te constateren dat dit als een bespreekstuk kan naar de Raad over 14 dagen. En daarmee zijn wij ook voor mij aan het einde gekomen van dit agendapunt. Gaan we naar de rondvraag. Ik kijk rond of iemand iets voor de rondvraag heeft. Ik zie de heer Kloekhorst. De heer Kloekhorst. Ja, ik wil even van de gelegenheid gebruik maken om de heer Gelling te bedanken. Hij wees ons even op punt van de orde. Ik heb die pinda's gehaald, want mijn collega was 14 dagen op vakantie, daar waren geen pinda's, dus de man hield het niet meer. De heer Gelling heeft vervolgens meer dan de helft opgegeten. En zoals gebruikelijk bij de VVD krijgen wij de schuld. En dat heeft mijn beeld van de VVD weer helemaal bevestigd. Voorzitter, ik heb dank u wel, meneer Kloekhorst. Meneer Gelling, volgens mij is het niet nodig om daarop te reageren op dit moment. Had ik maar een pindaatje gehad. Dus, daarmee zijn we aan het einde gekomen van de rondvraag. Wat wel maakt dat voordat ik bij de sluiting kom, ik een punt van orde heb met betrekking tot het nootjesincident. Volgens mij is het niet aan die herkenning geweest om mij erop te attenderen dat ik daar iets van moet vinden. Het is, of met de woorden die u daarvoor gekozen heeft. Volgens mij is het iets wat u mij op kunt attenderen dat het zo is. Niet met het verzoek of ik daar iemand op wil aanspreken. Dus het lijkt mij aan de voorzitter om nu te constateren dat we met elkaar een reglement hebben. Dat we allemaal weten wat daar de regels van zijn. En het verzoek om in ieder zich daaraan te houden. Dank u wel en dan wil ik daarbij de vergadering sluiten.